Goedemiddag, dames en heren. Het is inmiddels 12:30 geweest. We hebben een commissiedebat. Sociale zaken, werkgelegenheid. En het gaat over arbeidsongeschiktheid. De laatste keer dat wij hierover een debat hebben gevoerd was in 2019. Ondertussen hebben we natuurlijk wel uitvoering sociale zekerheid gehad. Maar we hebben ontzettend veel agendapunten ook voor het commissiedebat. Heeft u allen ontvangen. Aan mijn rechterzijde is mevrouw Van Gennep aanwezig als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast haar de ambtelijke ondersteuning, ook van harte welkom. En ook op de tribune zie ik ook van harte welkom. Aan mijn linkerzijde natuurlijk de Griffie ondersteuning, van harte welkom. En ik zie een aantal partijen, mevrouw Van Beukering namens D66, mevrouw Katman namens de PvdA, de heer Seder namens ChristenUnie, mevrouw Pallant namens CDA, de heer De Kort namens de VVD, de heer Stoffer van SGP, mevrouw Matoeg van GroenLinks en de heer De Jong van de PVV. Van harte welkom. We hebben tot 16:30 gereserveerd voor dit commissiedebat. Ik wil voorstellen om 5 interrupties op elkaar te doen en 5 vraaginterrupties richting de minister. En daarmee wil ik echt streven dat het eindtijd 16:30 is. Dus laten we meteen maar gewoon gaan starten. Ik zie als eerste mevrouw Van Beukering, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En u merkt het al terecht op. We hebben al een tijdje niet met elkaar een commissiedebat over arbeidsongeschiktheid gevoerd. Er liggen heel veel brieven. En ik begin in ieder geval even met hoe D66 naar de WIA-problematiek kijkt. Daar zou ik me graag toe willen beperken. De afgelopen periode heb ik met veel verschillende partijen, veel verschillende mensen ook over de WIA gesproken. We hebben ook heel veel brieven ontvangen. En ik zie dat er heel veel inspanningen gedaan worden, zowel aan de kant van de uitvoering, UWV. Ik zie dat de minister met een uitgebreide brief is gekomen met allemaal stappen die gezet kunnen worden. En ik denk dat het misschien goed is om nog even te benadrukken waarom wij het zo ongelooflijk belangrijk vinden dat we het met elkaar daarover kunnen hebben. Moet je voorstellen, ik ben nu gewoon aan het werk, ben helemaal gezond. En om wat voor reden ook, het kan een ziekte zijn, het kan een beperking zijn, het kan een bedrijfsongeval zijn, raak je arbeidsongeschikt. En dan is het heel erg belangrijk dat je op korte termijn duidelijkheid krijgt. Een zekerheid krijgt dat je weet waar je terecht kunt en wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Daar hebben we een hele mooie wet voor in het leven geroepen. Maar het blijkt, en dat blijkt ook uit verschillende signalen die we krijgen, maar ook van verschillende partijen, dat de WIA misschien in de basis een hele goede wet is, maar dat er in de praktijk wel heel wat verbeteringen nodig zijn. Dus ik ben in de eerste instantie heel erg blij dat de minister heeft aangekondigd dat die commissie gaat starten. We hebben daar ook een besluit over ontvangen. En we hebben ook goede hoop dat die commissie op termijn ook met een duidelijkheid gaat komen van wat betekent die WIA, zodat alle mensen die ermee te maken krijgen, die zekerheid kunnen gaan verwachten. We vinden het wel jammer dat het enige tijd gaat duren. En dat betekent dat in de tussentijd er misschien ook wel nagedacht moet worden, wat kunnen we nu al doen aan de hardheden? Nou, het UWV komt zelf met een paar goede suggesties. Daar hebben ze soms ook de wetgever bij nodig. En ik heb daar ook een trialoog over georganiseerd, nog niet zo heel erg lang geleden. Daar hebben jullie ook een uitnodiging voor gehad destijds en een verslag van ontvangen. En ik merkte dat ik dat eigenlijk best een heel mooi instrument vond. Want we konden met elkaar van gedachten wisselen. UWV, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en de Tweede Kamer. En er zijn een aantal punten uitgekomen. En ik zou even langs die lijnen willen gaan. Ik wil beginnen met de persoon om wie het gaat. Degene die arbeidsongeschikt is geraakt. En dan eigenlijk wil weten, en wat betekent dat nu? Welke inkomsten kan ik nog verwachten? Wat betekent het voor mijn vaste lasten? En daar zit wel wat onduidelijkheid in. En dan begint het ermee dat een keuring soms wat lang kan duren. Nou, er is nu een voorstel gedaan om ervoor te kiezen dat de mensen die 60 plus zijn even niet gekeurd hoeven te worden. Dat is een tijdelijke maatregel. Nou, er is ook heel veel signalen ontvangen werden over dat mensen het eigenlijk jammer vinden. Die zeggen, nou ja, misschien word ik nu wel, ik wil eigenlijk wel gekeurd worden. Nou, ik heb, als ik het goed heb begrepen, dat is ook een vraag aan de minister, mogen die mensen daar zeker nog steeds om vragen om gewoon gekeurd te worden. Maar tegelijkertijd merk ik dat er ook een groep mensen is die nu al 60 plus is en eigenlijk zit te wachten op die keuring en die valt niet onder dat nieuwe regime. En ik zou me kunnen voorstellen of de minister het mogelijk vindt of mogelijk zou willen maken dat die groep ook die keuze krijgt of ze wel of niet gekeurd willen worden. Want we willen natuurlijk zorgen dat die maatregel tijdelijk is
En, dat, en ik denk dat we dan alle mogelijkheden moeten pakken. En als je dan aan de voorkant je workload al kan terug laten nemen, omdat je ook die groep erbij betrekt die nu op de wachtlijst staat, zou dat een optie kunnen zijn. Dat is in ieder geval het eerste wat ik over de 60-plus maatregel zou willen benoemen. En in het verlengde daarvan, als je op het moment dat je dus inderdaad niet meer aan het werk kan, dan is eigenlijk alles erop gericht om iemand weer aan het werk te krijgen. En zeker die groep 60-plus, maar dat geldt voor meer mensen die te maken hebben met de WIA, komt niet meer zo makkelijk aan het werk. Dus wij vroegen ons af, wat zijn nou eigenlijk de opties, en die vraag wil ik graag aan de minister stellen, om meer mensen ook echt te laten reïntegreren. Wat is daar mogelijk richting de werkgevers? Is er misschien iets met de banenafspraak in te bedenken? Ik probeer daar wat creatief in te zijn. Punt. Dan hoor ik, want ik heb een interruptie. Van de heer De Jong, de PVV. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, we hebben een krapte op de arbeidsmarkt. 100% waar. We hebben daarbij ook iedereen nodig. We weten dat bijvoorbeeld de groep 55-plussers heel moeilijk aan de slag komt. Terwijl die juist ook heel vaak aangeven dat ze juist wel graag zouden willen werken. Vrijwillig. Heb ik het dan natuurlijk over ook de groep 60-plussers. En ook de groep waar mevrouw Van Beukeling het zojuist over had. En wat er nu voor ligt, is dat mensen die door een vereenvoudigde manier van keuren zometeen worden afgeschreven. Namelijk zo'n 5000 60-plussers die, terwijl ze helemaal niet volledig arbeidsongeschikt zijn, wel door het beleid van deze minister zometeen wel volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. En daarmee worden afgeschreven door het beleid. En nou is mijn vraag aan mevrouw Van Beukeling of ze dat rechtvaardig vindt naar die groep mensen. En of ze niet vindt dat, als ze dat niet rechtvaardig vindt, dat er dan paal en perk aan moet worden gehouden richting de minister. En dat ze dat moet voorkomen. Dank u wel. Mevrouw Van Beukeling. Ja, voorzitter, de PVV vraagt of ik het rechtvaardig vind dat mensen worden afgeschreven. Wat ik op dit moment niet rechtvaardig vind, is dat mensen heel lang moeten wachten. Heel lang moeten wachten op duidelijkheid. Ze krijgen misschien wel een voorschot, maar ze weten niet of ze dat voorschot mogen houden. Ze worden gekeurd, maar ze weten niet voor hoeveel procent ze geschikt worden gekeurd, arbeidsgeschikt worden gekeurd. Die onzekerheid, en dat is ook wat ik in mijn inbreng probeerde aan te geven, die onzekerheid, die wil ik wel graag weggenomen zien. En we kunnen met alle best wil van de wereld geen verzekeringsartsen uit een blik halen of toveren op dit moment. Er is echt van alles aan gedaan om meer verzekeringsartsen te krijgen. Die worden ook wel opgeleid. UWV doet daar ook zijn inspanningen voor. Maar er zijn wachtlijsten. Dus als u zegt, omdat we dit nu op deze manier doen, worden al deze mensen in één keer afgeschreven. Voorzitter, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik ben niet eens met de PVV, met die stelling. En dat weet de PVV ook van D66. Wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen die kunnen, gewoon kunnen blijven werken. Maar, en dat blijkt ook wel uit de cijfers, helaas is het bij de groep 60-plus die arbeidsgeschikt wordt verklaard voor een bepaald percentage, want daar hebben we het hier over, ook de praktijk dat ze niet meer aan het werk komen. En ik zou me daar wel graag voor in willen zetten. Twee neurologische. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Het lijkt wel alsof als ik mevrouw Van Beukeling iets vraag, dat het gewoon standaard is. Ik ben het niet eens met de PVV, gewoon omdat het een PVV-vraag is. Ik vind dat zeer storend. Dit zijn cijfers die de minister zelf heeft gegeven. Op basis van het feit dat er een verandering in beleid plaatsvindt, worden er zometeen 5000 mensen volledig afgekeurd, terwijl dat normaal gesproken niet zou zijn gebeurd, als er genoeg artsen zouden zijn. Dus een vereenvoudiging van de keuring betekent afschrijven. En daar kan mevrouw Van Beukeling het niet mee eens zijn, maar het zijn de feiten. Het zijn de cijfers die ik hier naar voren. Ik zuig het niet uit met duim. En het gaat hier over mensen van vlees en bloed. En het gaat hier om mensen die heel graag zouden willen participeren in onze samenleving. Mee zouden willen doen. En zelf nog een steentje zouden willen bijdragen voor zover dat gaat. En mijn vraag is simpel. Vindt mevrouw Van Beukeling het rechtvaardig dat door nieuw beleid er 5000 mensen worden afgeschreven, worden afgekeurd terwijl dat normaal gesproken niet zou zijn gebeurd in een normale situatie? En als ze dat onrechtvaardig vindt, wat gaat de D66-fractie dan doen richting de minister om haar daarop terug te fluiten en ervoor te zorgen dat dit niet kan gebeuren? Ik ben het met me eens dat er meer duidelijkheid moet zijn. Ik ben het er mee eens dat er een duidelijke keuring moet zijn. Ik ben het er mee eens dat deze mensen goed moeten worden behandeld. Maar het kan niet zo zijn, omdat dat spaak loopt, dat we dan vervolgens met 5000 mensen gaan afschrijven. Mevrouw Van Beukeling.
Ja, voorzitter, ik ben het graag eens met de PVV. Als niet een paar dingen die in de vraag van de heer De Jong verscholen liggen, onterecht zijn. En dat is de eerste opmerking, namelijk dat we allemaal mensen gaan afschrijven. Daar ben ik het gewoon niet mee eens, voorzitter. Dat heeft er niks mee te maken welke politieke partij dat zegt. Het heeft ermee te maken hoe het gebracht wordt en ook met de redenatie erachter. En daar verschillen wij van mening. Wat ik namelijk belangrijk vind, en die opening is er nog steeds. Kijk, de PVV brengt het hier alsof mensen heel graag aan het werk willen, maar omdat ze afgekeurd worden niet meer aan het werk kunnen. Dat is natuurlijk onzin, voorzitter. Mensen die aan het werk willen, die kunnen gewoon aan het werk gaan, sterker nog. En het enige is dat die hele WIA erop is gericht dat zij een uitkering krijgen om te compenseren voor het verlies van inkomsten als gevolg van de arbeidsongeschiktheid. Dus we hebben, en die vraag wil ik best, die hoef ik niet aan de minister te stellen, want zo heb ik het uit de brief begrepen. Mensen krijgen de gelegenheid, ze mogen gewoon werken en ze mogen vragen om een keuring als ze daarmee wat meer duidelijkheid krijgen over het percentage geschiktheid. Maar waar het vooral om gaat, waar is die keuring belangrijk voor, is hoeveel inkomsten ze uit die WIA-uitkering kunnen gaan krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Uw derde interrupties. We hebben er vijf. De heer De Jong. Ja, ik weet het. Dat is zo. Ik had liever gehad, zoals het vroeger ging, dat je 3 interrupties in 2 of 5 in 2. Maar goed, wij doen het zoals de mores tegenwoordig is, helaas. Voorzitter, ik kan wel weer gaan nadenken over hoe ik dingen zeg. Dat ik niet mag zeggen dat op het moment dat 5000 mensen, zodra ze volledig worden afgekeurd, dat in de praktijk dan betekent dat werkgevers nog meer terughoudend zouden zijn om zo iemand een kans te geven. Goede werkgevers nagelaten. Dat ik dat noem afschrijven. Ik zal kijken of ik misschien ergens een boekje kan vinden voor D66-vocabulaire, hoe ik dan het beste mijn standpunt hier naar voren kan brengen. Maar mijn punt is dat er cijfers zijn gepubliceerd door dit kabinet, waarbij ze zeggen, het loopt nu niet goed in de beoordelingen van de WIA. En hoe we dat oplossen is door dan maar 5000 mensen die normaal gesproken geen volledige afkeuringsadvies zouden hebben gekregen, volledig af te keuren. En dat vind ik onacceptabel. Want ik vind, in tegenstelling tot D66, namelijk wel heel veel mensen op mijn pad die 60 plus zijn en heel graag zouden willen werken. En ook mensen met een arbeidsbeperking of enigszins iets waardoor zij een keuring nodig hebben. En die lopen nu al tegen heel veel problemen aan met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. En als ze zo meteen volledig afgekeurd worden, dan hebben ze het gevoel dat ze helemaal geen kans meer krijgen. En ik vind dat we dat moeten voorkomen. En ik vind het dus zeer teleurstellend dat D66 alleen maar bezig is met de manier waarop ik iets zeg, in plaats van luistert naar wat ik zeg. Wat ik zeg is, 5000 mensen mag niet afschrijven. En als mevrouw Van Beukering daarmee eens is, dan roept ze deze minister terug. Maar blijkbaar is ze het er wel mee eens. En dat is schokkerend, voorzitter. Oké. Mevrouw Van Beukering, volgens mij kunt u verder met uw betoog. Ja, voorzitter, ik hoorde inderdaad geen vraag meer aan het einde. Alleen dat we het niet eens worden over hoe ik kijk naar de brief van de minister. Volgens mij had ik nog een kleine minuut over voor de interruptie. Dus ik ga richting een afronding. Ik had het al even over de werknemer. Ik vind het ook belangrijk voor de commissie dat er goed, de commissie die is ingesteld, goed rekening wordt gehouden met de positie van de werkgever. Want ik zie dat er sommige ziekten ook wel ontstaan, niet als gevolg van de werkvloer, maar wel dat een werkgever daarmee te maken heeft. Dus als in ieder geval een derde pijlen die ik graag meegenomen wil hebben. Tot slot wil ik nog even stilstaan bij het UWV. Er zijn heel veel mensen heel hard aan het werk. En ik zie dat zij graag iets meer ruimte zouden kunnen krijgen om vanuit de gedachte van de cliënt te mogen werken. En ik zou graag de minister willen oproepen wat daartoe mogelijk is. En daar beperk ik het nu even voor. Dank u wel. Dank u wel. Ik heb een vraag van mevrouw Matoeg, GroenLinks. Ja, een verhelderende vraag, want ik snapte eigenlijk een van de opmerkingen van mijn collega van D66 niet. Namelijk, we zien nu het verzoek om het mee te laten nemen in de commissie ziekte wat niet komt uit de werkomstandigheid. En dat leek eigenlijk een oproep om, zoals andere landen dat hebben, een onderscheid te gaan maken tussen risk professioneel en risk sociaal. Is dat wat D66 hier voorstelt, voorzitter? Want dat zou eigenlijk een hele grote stelselvoorziening zijn die je als opdracht meegeeft aan deze commissie. Versta ik dat juist?
Dank u wel, mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter. U verstaat wel juist dat ik aan de commissie meegeef om in de breedste zin te gaan kijken. Maar volgens mij is dat ook de opdracht. De minister heeft volgens mij in een eerder overleg zelf ook aangegeven. Ik ga niet vertellen hoe het eruit moet komen te zien. Maar ik vraag wel om overal rekening mee te houden. Maar wat mij opgevallen is in gesprekken met werkgevers, is dat zij heel graag meedenken, maar dat het bijvoorbeeld gaat als het om plannen die gemaakt moeten worden, dat zij soms niet alle middelen hebben om volledig mee te kunnen werken aan de reïntegratie van een werknemer. En dat is wat ik eigenlijk probeerde mee te geven in zijn algemene zin. Hou ook rekening met de rol van de werkgever. Maar ik ga niet vertellen hoe het stelsel herzien moet worden. Mevrouw Mertoeg. Ja, toch iets preciezer, voorzitter. Want we hebben een heel duidelijk besluit gekregen, met een hele duidelijke opdracht voor de commissie. Ik denk dat meer collega's misschien wensen gaan neerleggen van neem dit mee, even los van de uitkomst. Maar ik verstond de collega toch echt zo. Die zei, ziek, het voorbeeld dat we vaak horen, je bent op vakantie, je valt daar, je wordt ziek, heeft niks met werk te maken. In het stelsel wat we nu hebben, is de werkgever daar ook verantwoordelijk voor. Want alle ziekte valt onder dit stelsel. En mijn vraag aan D66 is de opdracht die zij nu aan de minister meegeeft, is dat je aan de commissie vraagt om naar dat fundamentele uitgangspunt van ons stelsel te kijken, of is die opdracht niet zo? Want ik vind het wel belangrijk dat daar geen verwarring over is, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, ik laat dat open, die vraag aan de commissie. Ik vind namelijk dat je er wel naar moet kijken. U noemt een heel ander voorbeeld. Ik had niet eens gedacht over de val op vakantie. Het kan natuurlijk van alles gebeuren buiten de werktijd. Ik had het ook over andere soort ziekten die bijvoorbeeld ontstaan in de privésituatie, omdat je een hele nare ziekte krijgt, een terminaal ziek wordt. Dat is dan niet ontstaan op de werkvloer. Daar had ik het onder andere ook over. Maar voorzitter, kijk, als mevrouw Mertoeg nu van mij wil dat ik ga vertellen hoe het stelsel eruit moet gaan zien, ik verwacht dat we hier nog een hele periode met elkaar over gaan praten. Ik laat het open. Mag dat ook, voorzitter? Of moet ik echt nu mevrouw Mertoeg een antwoord geven? Oké, kust uw eigen woorden, mevrouw Mertoeg. Ja, dit gaat natuurlijk allemaal van mijn interrupties af. Ik ga mijn vraag beantwoorden, maar ik gebruik deze interruptie. Nee, serieus, altijd serieus. Voorzitter, we geven een onderzoeksopdracht. Of de minister heeft een commissie een opdracht gegeven. Die onderzoeksvragen zijn heel duidelijk. Ik vraag u hier onderzoek naar te doen. Dus mijn punt is helemaal niet, kan D66 geven wat het antwoord is? Dat is helemaal niet naar wat ik vraag. Mijn vraag was, kan D66 verduidelijken? En om heel eerlijk te zijn, hoe meer antwoorden ik krijg, hoe onduidelijker het voor mij wordt. Namelijk, is de opdracht die D66 nu meegeeft aan de minister om te zeggen, want zo klinkt het voorbeeld wat de collega nu geeft, is, ja, er zijn bepaald soort ziektes waarvan ik als werkgever misschien niet wil dat ik verantwoordelijkheid draag. En als ik dat doorexcesseer, dan zeg je volgens mij wel degelijk. Dus misschien is mijn vraag, kan uw collega van D66 de vraag die zij mee wil geven wat meer expliciteren? Want het is mij nu onduidelijk en ik denk dat het heel belangrijk is, zowel voor de minister, maar ook voor de onderzoekscommissie, dat het duidelijk is. Het deed mij denken aan het onderscheid riskprofessioneel en risksociaal, wat een heel belangrijk anker is van een stelsel. Kan je als vraag meegeven, vind ik van alles van, maar dan moet dat duidelijk zijn. En ik vind eigenlijk hoe meer antwoord krijg, hoe onduidelijker het is. Dus de vraag, kunt u de onderzoeksvraag die u wilt meegeven verduidelijken, voorzitter? Een poging, mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter. De vraag die ik stelde was, kunnen werkgevers betrokken worden door de commissie? Als de vraag nu is, kan er ook meegenomen worden of eventueel gekeken kan worden naar risk sociaal en risk, ik kende de term, sorry? Professioneel, oké. Of dat ook meegenomen kan worden. Ja, als ik die vraag zo neer moet leggen via de minister, en de minister, mag ik dan bij deze vragen, zou u die vraag daar neer willen leggen, dan wil ik dat best op deze manier doen. Zo had ik het niet bekeken, dus ik ben ook blij met uw vraag. Dus, mevrouw Mertoeg kijkt een beetje puzzelend, ik zal hem proberen samen te vatten. Mag ik aan de minister vragen of zij eventueel overweegt om ook aan de commissie deze vraag mee te geven? Oké, en dan een interruptie van mevrouw Katman, PvdA. Ja, dank voorzitter. Ik wacht heel even met mijn interruptie tot ik de woorden tot slot hoorde. Want ik was aan het afwachten, want mevrouw Van Beukering zei, ik wil ook een aantal fundamentele uitspraken gewoon over doen. Daar wil ik eigenlijk mijn bijdrage op toespitsen. En toen hoorde ik mevrouw Van Beukering zeggen van, nou, we hebben eigenlijk gewoon een hele goede wet en er moeten wat dingen anders. Maar ik zou ook wat meer fundamenteler en misschien ook wat politieker van mevrouw Van Beukering willen horen hoe ze naar de situatie van mensen in de WIA kijkt. Want is het wel zo'n goed systeem als je bijvoorbeeld kijkt naar de netto-inkomensplaatjes van mensen die gewoon volledig arbeidsongeschikt zijn, die nooit meer aan het werk komen. Als je die afzet tegen mensen die wettelijk minimumloon verdienen, het gaat om duizenden euro's minder per jaar. Is dat niet gewoon een straf op ziek zijn? En ik ben heel benieuwd hoe D66 daarnaar kijkt.
Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, ik ben heel blij met de verduidelijkende vraag van mijn collega Katman. Want wij zijn ook nadrukkelijk aan het nadenken over wat we op korte termijn en op middellange termijn kunnen aanpassen in de WIA. Omdat ik het namelijk eens ben met mevrouw Katman. Er zitten gewoon hardheden in de WIA waarbij echt mensen, probeerde ik ook aan het begin aan te geven, helemaal niet goed af zijn met deze wet. Wat ik probeerde duidelijk te maken is dat het hele idee van de wet zoals die destijds is ingevoerd is minder mensen arbeidsongeschikt verklaren en meer mensen proberen weer aan het werk te laten komen. Nou, dat is een goede basis van de wet. Dat probeerde ik net aan te geven. Dus ik ben blij dat u deze vraag stelt. Als u zegt, is alles goed in de WIA? Nee, absoluut niet. Vandaar ook dat ik blij ben met de knelpuntenbrief waarin ook de hardheden in de WIA worden benoemd. Dat ik blij ben met de brief van de minister dat ze een aantal stappen gaat zetten. Wat mij betreft kan het allemaal nog veel sneller en ook wat beter. En ik heb ook echt gevraagd van, kan de minister nog eens nakijken in die situaties waarbij mensen er echt heel erg slecht van afkomen, of daar het UWV niet wat meer ruimte zou kunnen krijgen om die bedoeling op te gaan zoeken. Om wat meer uit te gaan van wat is er nu voor deze persoon noodzakelijk. Dus als u mij begrepen had dat ik blij ben met de wet en dat ik vind dat het helemaal goed is, dan moet ik u inderdaad vertellen dat ik dat niet heb bedoeld te zeggen. Dank u wel. Dan gaan we verder naar het betoog van mevrouw Katman, PvdA. Dank u, voorzitter. Wat de PvdA betreft is er wel iets misgegaan. Volgens mij zijn we ooit gaan nadenken over een systeem wat mensen die ziek zijn geworden, wat al vreselijk op zichzelf is, zou moeten helpen. Aan het werk zou moeten helpen. En als je niet meer aan het werk kan, überhaupt zou moeten werken, dat je zou moeten helpen, dat je toch een goed en fijn leven kan leiden. En we zijn uiteindelijk uitgekomen bij een systeem waarbij we alleen maar hebben nagedacht, hoe kosten zieke mensen ons zo min mogelijk geld? En ik wil daar ook graag bij zeggen dat dat niet de schuld is van deze minister, want we komen vaak in zulke soort debatjes, komt het weer daarop uit. Nee, dat is niet de schuld van deze minister. We zijn alleen wel op een punt bereikt dat er een minister op een stoel zit op een moment dat daar wel het verschil in gemaakt kan worden. En ik zeg dat even omdat ik gelijk moest denken aan een casus die ook bij Eén Vandaag is behandeld. En gelukkig is dat gebeurd. Is er dan een journalist die denkt, weet je, dit is eigenlijk zo schandalig wat er gebeurt in Nederland met zieke mensen die aan het werk moeten. Ik ga daar eens een punt van maken. En dat mijn collega van de PvdA dat ook verder heeft opgepakt. En dat is de zaak van de heer Teunissen. Daar is ook een brief over. En er ligt nu gelukkig een brief. Nou, dit zijn de dingen die we voor zo iemand individueel kunnen doen. Hij is in de WW beland en daarna in de WIA beland. En uiteindelijk is zijn inkomen gewoon heel onterecht berekend op 11 maanden in plaats van 12 maanden. Dat scheelt hem 1000 euro per jaar. Er ligt nu een brief, maar we zitten in december 2022. Dat is dus bijna 2023. De strijd van deze man is begonnen in 2015. En dat wil ik wel hier even benadrukken. We zitten nu op een punt dat we echt even moeten zeggen, gelukkig dat die commissie aan het werk gaat, maar verder kunnen we zo snel mogelijk aan de slag gaan met nu dingen veranderen waarvan we al heel lang weten dat het mis is. Want er zitten mensen achter. En mensen die elke dag een stukje harder kapot gaan. En daarom zou ik ook graag van de minister een politieke uitspraak willen over die kostenplaatjes. Want de PvdA die heeft vragen gesteld of de kostenplaatjes van mensen die dus in de uitkering krijgen echt voor totaal arbeidsongeschikte. En als je die nou afzet tegen plaatjes van mensen die aan het werk zijn van 100% sociaal minimum tot 160% sociaal minimum. Als je die kostenplaatjes bekijkt, dan gaat het van 9.000 tot aan 6.000 euro per jaar, wat mensen gewoon mislopen, omdat je chronisch ziek bent en eigenlijk al straf hebt gekregen in het leven en dikke vette pech, word je eigenlijk door de overheid nog verder gestraft. En ik zou daar wel een politieke uitspraak over willen hebben van de minister. Zou ik ook gewoon gericht nog wat vragen aan de minister willen stellen. Omdat wat de PvdA betreft er gewoon een straf zit op niet werken. En die ligt veel te veel bij de uitkeringsgerechtigen. Terwijl werkgevers niet net zo goed eigenlijk een verantwoordelijkheid hebben voor het aan het werk brengen van die mensen. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat werkgevers deze verantwoordelijkheid veel meer op zich gaan nemen?
En dan de hardheden. Het kabinet heeft de ambitie om zogenaamde hardheden dus, nou ja, uit die via te halen. Oproep aan het kabinet is om tot concrete acties te komen die mensen helpen. En niet een proces in te gaan van onderzoek op onderzoek. Laten we beginnen bij de knelpunten waarvan we weten dat daar voor veel mensen onrecht van in de problemen komen. En daar ligt eigenlijk echt, ik zei het net al, veel meer dan genoeg onderzoek voor. Laten we beginnen met te onderkennen dat de drempel van 35% arbeidsongeschiktheid veel te hoog is. De aanname was dat mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geen uitkering nodig zouden hebben omdat ze in dienst kunnen blijven. Dit blijkt niet te kloppen. Minder dan de helft van deze groep is aan het werk. Zo leidt het systeem dat op papier leek te kloppen tot een praktijk waarin niemand met een verbrijzelde hand geen WIA-uitkering krijgt en ook niet meer aan de bak komt. Hoe ruimt de minister de voorwaarden in de WIA om meer dan 35% arbeidsongeschikt te zijn met het feit dat 35-minders nauwelijks aan het werk gaan? Is ze bereid om deze hardheid als prioriteit aan te pakken? Een tweede hardheid die nieuw aangepakt kan worden is de veel te lage vervolguitkering. De straf voor niet kunnen verdienen wat een arts ooit voor je heeft bedacht op basis van een theoretische methode is te groot. Het is hartverscheurend als mensen hun best doen om voldoende te werken, maar geen werk kunnen vinden of te weinig worden opgeroepen en vervolgens enorm terugvallen in hun inkomen. Als de partner iets verdient, wordt er niet eens aangevuld tot het sociaal minimum. Is de minister bereid om ook dit probleem snel op te pakken door de vervolguitkering te verhogen? En ik kijk nog even naar de minister, dan zeg ik nog even tot slot, of naar de voorzitter, wat mag. Dan de preventie. Het is ook van belang om uitval en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De arbeidsinspectie heeft de afgelopen 12 jaar niet één keer gecontroleerd op het zware werk van bagagemedewerkers op Schiphol. Hoe zit dat bij andere grote werkgevers waar veel mensen arbeidsongeschikt raken? Is de minister bereid om na te gaan waar er op grote schaal zwaar werk wordt verricht en of daar voldoende wordt gecontroleerd? Dank u wel, mevrouw Katman. Dan ga ik door naar de volgende partij, dat is de heer Seden van ChristenUnie. Dank, voorzitter. Ik ben blij dat we vandaag hier bij elkaar zijn om te praten over arbeidsongeschiktheid. Een onderwerp wat me toevallig vrij lang dagelijks heeft beziggehouden. Ik heb vele UWV-kantoren door het land mogen bezoeken met cliënten, waarbij ik moest uitleggen dat mijn cliënt echt ziek was. Zieker dan wat het UWV dacht. En daardoor niet kan werken. En vervolgens ontstaat er vaak een discussie en valt er enige tijd later een beslissing op de deurmat waar mijn cliënt geen raad mee wist. Namelijk, op papier zijn er voldoende mogelijkheden om te werken. Punt. Maar voorzitter, in de praktijk merk je dat het feitelijk andersom is. En dat iemand wel degelijk te ziek is om te werken. En dus valt iemand tussen wal en schip in de bijstand en komt daar niet meer uit. Voorzitter, het is een ware fysieke en mentale uitputtingsslag voor mensen die daarin te recht komen. Mede ook omdat het UWV ook af en toe doorprocedeert, mocht de rechter toch constateren dat bij het vaststellen van de WIA of een andere uitkering te weinig rekening is gehouden met de praktische mogelijkheden van deze persoon. Voorzitter, recht doen aan mensen betekent geven wat men toekomt. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat er in het huidige stelsel mensen veel onrecht wordt aangedaan. Ik ben ook blij dat het stelsel van arbeidsongeschiktheid wordt herzien als vervolg op de opdracht uit het coalitieakkoord. Daar hebben we ook hard voor geknokt als partij en dat zullen we ook blijven doen. Want in verschillende rapporten, en ik hoor het ook van mijn collega's, zijn er vele hardheden aangetoond. Zo heeft de accountant meer kans op een WIA-uitkering dan de schoonmaker. Zijn 35-minders aangewezen op de bijstand en krijgen veel mensen een lagere uitkering omdat het benutten van de volledige restverdiend capaciteit een utopie is. Van zo'n opstelling krijg ik buikpijn, voorzitter. Zeker als ik denk aan al het persoonlijk leed wat hierachter schuil gaat. Wat kan de minister nu al doen om de genoemde hardheden te verzachten, vraag ik dan. Voorzitter, veel mensen hebben het gevoel dat de hervorming van de WIA met de instelling van de onderzoekscommissie op de lange termijn is geschoven. En ik heb begrip voor dit gevoel. De resultaten zullen waarschijnlijk pas over 8 of 10 jaar zichtbaar zijn, terwijl de hervormingen hard nodig zijn. En dus is het des te belangrijker dat we nu goede tussentijdse tijdelijke maatregelen treffen om de achterstand in de sociaal-medische beoordelingen weg te werken. Worden de gevolgen van de nu getroffen maatregelen op de dienstverlening en kwaliteit van beoordelingen gemonitord, vraag ik? Is de minister bereid om dit structureel te verwerken in de wet als er geen negatieve gevolgen blijken? Daarnaast lees ik dat de minister de commissie verzoekt niet direct in te gaan op de samenloop met andere regelingen.
Het lijkt ons echter juist bij een toekomstbestendige visie passen dat gekeken wordt naar ontschotting en de samenhang tussen diverse regelingen. Zeker ook omdat een deel van de ervaren hardheden en knelpunten komt door het bestaan van al deze diverse regelingen en de samenloop tussen deze regelingen. Kan de minister dit alsnog meegeven aan de commissie, vraag ik via de voorzitter. Voorzitter, bij de sociaal-medische beoordeling gaat het vaak nog mis bij het herkennen en realistisch beoordelen van minder zichtbare arbeidsbeperkingen. Denk aan autisme, denk aan een B12-tekort, denk aan PTSS of endometriose. Ik heb in mijn inleiding geschetst in wat verschillende situaties mensen vaak te recht komen. De overheid zegt dat zij kunnen werken, maar de praktijk blijkt dat het anders is. En zo ga je jarenlang worstelen door. Voorzitter, om dit in de toekomst te voorkomen is verbeterde expertise bij verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen nodig. En is ook vertrouwen in de cliëntperspectief van groot belang. En wat is er gedaan met de aanbevelingen uit het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie omtrent claimbeoordeling via bij psychische problemen? En is de minister bereid om een breder onderzoek te starten naar de toereikendheid van de beoordelingssystematiek ten aanzien van deze minder zichtbare arbeidsbeperkingen? Voorzitter, tot slot, ontschotting. Ik noemde het al. We kunnen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen niet meer volledig los van elkaar zien. En moeten daar ook de participatiewet bijvoorbeeld bij betrekken. Naast het uitbreiden van de opdracht voor de onderzoekscommissie vraag ik de minister ook wat kan zij zelf doen om ontschotting tussen de verschillende regelingen mogelijk te maken. Kan zij zich dan op korte termijn ook inzetten voor bijvoorbeeld een warme overdracht als mensen onder een andere regeling zouden gaan vallen? Voorzitter, mijn wens is dat we over een aantal jaar betrouwbare bestaanszekerheid voor iedereen kunnen garanderen. Dat gaat met stapjes, maar ik hoop dat we de stappen die we nu al kunnen zetten ook vandaag kunnen maken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Steder. Geen interrupties, dan ga ik door naar de heer de Jong. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, de heer Steder kent heel veel praktijkvoorbeelden van mensen die eigenlijk onterecht behandeld worden als het gaat om de rigide manier van beoordelingen. En die herken ik ook. En daar moet zeker iets aan gedaan worden. Daar hebben wij als PVV ook vaak vragen over gesteld. Het andere is ook waar. Dat er nu een situatie is ontstaan waarbij mensen die heel graag wel willen werken, onterecht volledig afgekeurd worden in de beoordeling. Hoe kijkt de heer Seder daar tegenaan? De heer Seder. Ja, voorzitter, we hebben natuurlijk een groot dilemma met elkaar. Want het aantal aanvragen kan niet weggewerkt worden. En daar hebben we ons toe te verhouden. Tegelijkertijd is deze maatregel leidt ook tot nadelen. En dat moet je tegen elkaar afwegen. Ik denk echter dat in dit geval en de dilemma's die er zijn, ik toch neig naar de tijdelijke maatregel die de minister voorstelt. En om de volgende redenen. Het is een tijdelijke maatregel. Dus die zou ook ten einde moeten komen. Nou, tenzij de resultaten zodanig gunstig zijn, nou, dan moeten we er naar kijken. Maar deze is tijdelijk bedoeld om de achterstanden weg te werken. Dat lijkt me een legitieme reden. Daarnaast, om een via-beoordeling te krijgen, moet je zelf een via aanvragen. Dus dit zijn mensen die heel graag in de via willen. En daarom doen ze een aanvraag. Mensen hoeven natuurlijk geen aanvraag te doen. Tuurlijk heeft dat zekerheidsgevolgen, dus ik neem het absoluut niet lichtzinnig. Maar het gaat er meer om dat je een aanvraag doet in de hoop dat deze ook toegewezen wordt. Ik probeer te snappen waar het punt van de heer De Jong in zit. En dat zit hem volgens mij in dat als je een via beoordeling hebt, werkgevers wat negatiever naar je zouden kunnen kijken. En dat zou ik absoluut niet willen. Iemand met de via uitkering zou alsnog kunnen werken, mogen werken. En misschien moeten we inderdaad zoeken hoe we richting werkgevers ervoor kunnen zorgen dat deze mensen niet afgeschreven worden. Maar dat ze de facto door dit te doen afgeschreven zijn, dat deel ik niet met de heer De Jong. Dus dat is het antwoord. Dank u wel. De heer De Jong. Kijk, voor deze mensen om wie het gaat, die 5000 mensen, is het helemaal niet tijdelijk. Is het geen tijdelijke maatregel? Is het niet. Want het heeft gigantische impact op je zodra je een beoordeling krijgt die niet terecht is. De heer Seder heeft net allerlei voorbeelden gegeven van beoordelingen die in zijn ogen en ook in de praktijk uitgekomen onterecht waren.
En aan de andere kant geef ik mijn voorbeelden waarom dat voor die 5000 ook geldt. Kijk, mensen doen een aanvraag voor de WIA, dat klopt helemaal. Maar ze doen ook een aanvraag waarbij ze hopen op een eerlijke beoordeling. En ze doen een aanvraag vanwege financiële redenen vaak. Namelijk dat ze er niet uitkomen. En op het moment dat iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, dan willen ze dus inkomensondersteuning. En als dan opeens blijkt dat ze volledig worden afgekeurd, terwijl ze daar helemaal niet voor, dat was helemaal niet de bedoeling, dan is dit, kan het een gigantisch grote impact hebben op iemands leven. Op de baankansen, op de ontwikkelingskansen, op het meedoen in de maatschappij. En ik vind dus ook dat de ChristenUnie er veel en veel te makkelijk mee omgaat. En ik vraag toch nogmaals om, zeker vanwege het profiel van de ChristenUnie, op te komen voor deze mensen en te zeggen tegen de minister, wij erkennen de tekorten, maar het kan nooit zo zijn dat we met een miljoen mensen een onbenut arbeidspotentieel, mensen die aangeven in deeltijd te werken, graag meer uren zouden willen werken en ook van sector zouden willen wisselen en ook bereid zijn om bijvoorbeeld opleidingen te volgen waarbij ze uiteindelijk ook geschikt zijn om dit soort dingen te doen, om daarop in te zetten in plaats van op het wel degelijk negatief beoordelen van mensen en bij voorbaat dus kansen te ontnemen, terwijl we het op andere manieren zouden kunnen oplossen. Wat is daarop de reactie van de ChristenUnie? Want als de ChristenUnie erop zegt nee, dan laat ze deze mensen echt in de steek. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dank u wel. De heer Zeerder. Ja, voorzitter, voelt toch alsof ik in een gekke situatie ben beland. Want volgens mij willen de heer De Jong en ik zelf beide dat we barmhartig opkomen voor mensen. En nu lijkt er een regeling te liggen waar volgens mijn interpretatie juist een barmhartige handreiking wordt gedaan. En de heer De Jong dat juist het tegenovergestelde ziet. Dat kan. Maar even een aantal dingen. Van de aanvragen die er nu gedaan worden, volgens mij wordt 1/3 daarvan blijkt alsnog te kunnen werken. Voor de overige 2/3 is het inderdaad denk ik wel een goede oplossing. Want het alternatief zou zijn, is dat zij dus op de wachtlijst staan en dus heel lang moeten wachten voordat daar duidelijkheid over komt. Dus ik kijk ook naar die groep, dat is een grotere groep, die als we dit niet doen, eigenlijk veel langer op duidelijkheid moet wachten. Dus ik vind het rechtvaardig om een tijdelijke maatregel te nemen. Ik herhaal dat punt, het is echt tijdelijk, om ervoor te zorgen dat we recht doen aan die grote groep die nu in de onzekerheid leeft. De groep die een afkeuring krijgt die dat niet zou willen, nou, ik kan me best voorstellen dat daar een aantal van zijn, maar die kunnen ook gewoon een aanvraag, die kunnen vragen om een volledige keuring te krijgen. Dus er staat niets in de weg om zij die voelen dat hiermee hen onrecht wordt aangedaan, om alsnog hen gelijk te halen. Dat zou ik ook niet in de weg willen staan, dus die kan het halen. Maar ik denk wel dat we hiermee een grotere groep die anders zou moeten wachten. Want er is wel een dilemma. Als we dit niet doen, moeten die mensen gewoon heel lang wachten op zekerheid. Ja, en dan denk ik toch dat als je alles met elkaar weegt, dit een rechtvaardige en ook proportionele oplossing is. Dank u wel. Uw arbeidsmarktvraag, ja. Ja, voorzitter, ik heb in de eerste interruptie aangegeven. Kijk, mensen mogen zelf, als ze afgekeurd zijn, vragen om een volledige keuring te krijgen door de arts. Dat is goed. Mocht het zo zijn dat een werkgever, dat het minder aantrekkelijk is voor een werkgever om zo iemand in dienst te nemen, dan denk ik dat wij daarin stappen zouden moeten zetten. Ik denk alleen wel dat ook aan de kant, dat dat ook richting de werkgever is en niet zozeer of wij wel of geen WIA's op deze wijze zouden moeten beoordelen. Dus als de heer De Jong een voorstel heeft om ervoor te zorgen dat hierdoor geen grotere afstand ontstaat van mensen die misschien een WIA-beoordeling hebben, ervoor kiezen om geen volledige keuring te doen, maar wel willen werken, dat die ook de weg naar de werkgevers weten te vinden en vice versa. Maar voor mij staat dat niet in de weg van hetgeen van de maatregel die nu op tafel ligt. Voorzitter, ik heb die vraag niet gesteld. Ik heb daar wel voorstellen voor, maar ik vroeg namelijk, we hebben een miljoen mensen onder het arbeidspotentieel. Deze rekening dus ook niet als een interruptie, maar nee, maar gaat één, daar gaat u niet over. Ik vind het goed. Nee, ik geef u zeker de ruimte. Ik zou graag willen dat de voorzitter erop toeziet dat als ik een vraag stel met betrekking tot de 1 miljoen arbeidspotentieel, dat ik daar dan ook een antwoord op krijg. Dank u wel, voorzitter, voor de mogelijkheid. Oké, dan de heer Zeerder en dan gaan we daar verder. Ja, voorzitter. Zoals ik heb aangegeven, deze maatregel helpt een grote groep mensen. Mensen die anders zouden moeten wachten op duidelijkheid. Dus ik denk dat het rechtvaardig en proportioneel is. Het is tijdelijk. Ja, wij zitten met een krapte en grote personeelstekort.
Daarvoor moet je op alle manieren naar kijken hoe je het onbenutte arbeidspotentieel kan inzetten. Als de heer De Jonge voorstel heeft om de groep die niet kan werken... die wel kan werken. U heeft, dan snap ik de vraag. U heeft het over de artsen. Dan snap ik de vraag niet, voorzitter. Okay, sorry, mag ik dat? Ik stelde de volgende vraag. Als je nu ziet dat deze maatregel wordt genomen... omdat er namelijk tekorten zijn bij het UWV... en dat er tekorten zijn met betrekking tot de beoordeling... zou het dan niet beter zijn om te kijken naar de 1 miljoen mensen aan onbenut arbeidspotentieel, om daar binnen die groep, bijvoorbeeld mensen die vroeger in de zorg hebben gewerkt, of mensen die graag op andere manieren zouden willen ontwikkelen, mensen die opleidingen zouden willen volgen, om dus die tekorten met betrekking tot de artsen, om die aan te vullen met betrekking tot de 1 miljoen arbeidspotentieel, zonder dus dat je een zware beslissing hoeft te nemen waarbij je 5000 mensen onterecht afkeurt. Oké, dan gaan we door. Meneer Zeder. Voorzitter, ik snap hem. En mijn excuus is dat ik het net niet goed begreep. Voor mij is verzekeringsarts is dat ook wel... Hè, heb je daar een specifieke taak voor? Dus ik weet niet of je, hoeveel mensen je daarvoor via een zijspoor daarin zou kunnen begeleiden. Volgens mij nemen we daar dan maatregelen op. Als dat meer kan, dan zie ik voorzitter van heer Jong tegemoet. Maar volgens mij... willen we dat allemaal. Tegelijkertijd sluit het een en ander niet uit. Volgens mij kunnen we dat traject inzetten met elkaar. En blijft er volgens mij alsnog een wachtlijst. En dan denk ik dat dit een proportionele en rechtvaardige maatregel is. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we door naar mevrouw Palland van het CDA. Ja, voorzitter, dank. Ja, steeds meer mensen in Nederland zitten ziek thuis. Griep en corona, dat zien we ook in onze eigen omgeving hier... maar met name ook burn-out klachten. En het verzuimpercentage is boven de 5% en bij sommige sectoren nog weer fors meer. En uitval van zieke werknemers leidt ook weer tot extra werkdruk voor de andere collega's, met nog weer risico op uitval ook weer van hen. Een vicieuze cirkel in tijden van arbeidsmarktkrapte. Voorzitter, een paar punten naar aanleiding van alle stukken die voor dit commissiedebat zijn geagendeerd. Er loopt veel, maar er zijn ook veel onderzoeken naar verbeteringen. En onderzoek is goed, maar we mogen niet vergeten dat we de afgelopen jaren ook al veel onderzocht hebben. En wij ontvingen onder andere het rapport van een aantal vakbonden, het witboek Hardheden in de WIA. En het witboek geeft veel praktijkvoorbeelden waar mensen in de WIA tegenaan lopen. Onder andere het CBBS-systeem. Het is nog niet gelukt om de achterstand die er is, om die al helemaal weer in te lopen en het CBBS-systeem up-to-date te maken. En daarnaast wordt ook bijvoorbeeld stress in dat systeem, ja, enigszins eendimensionaal gemeten. En dat betekent dat hoger geschaald werk voor artsen altijd te veel stress lijkt te betekenen, terwijl de arbeidsongeschikte duidelijk aan kan geven in bepaalde situaties nog wel met stress om te kunnen gaan. En dat geldt ook bijvoorbeeld met het omgaan met conflicten. Een ander aspect, ik hoorde ook collega Zeder daarover, is de ervaren afstand tussen theorie en praktijk. In de daadwerkelijke mogelijkheden van de WIA-gerechtigden op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die 30 jaar in de bouw heeft gewerkt en waar vervolgens een functie van medewerker op een consultatiebureau wordt geduid. Op papier misschien juist, maar in de praktijk is het zo dat zonder relevante werkervaring de kans vrijwel nihil is dat deze persoon ook daadwerkelijk in die functie aan het werk gaat. Kan de minister aangeven hoe er naast de actualisatie er ook meer maatwerk in het CBBS-systeem kan worden verwerkt? Voorzitter, mijn collega Heerma heeft samen met toenmalig collega Wiersma al enige tijd geleden kamervragen gesteld over mensen die... Is een stemmingsbel, voorzitter? Ja, voorzitter. Ja, inderdaad. Het is een stemmingsbel. Het duurt 1 minuut. Laten we heel even wachten. En dan gaan we gewoon rustig verder. Er zijn geen hoofdelijke stemmingen, dus wij hoeven daar niet naartoe. Maar de heer De Jonge is wel daar naartoe en die komt straks weer terug. De bel is over. Ja,
De bel is over. Ik heb gehoord wat jullie hebben verteld over de vraag. Daar komen we vast uit. Maar ik ga toch verder met de bijdrage van mevrouw Palland van het CDA. Ja, dank voorzitter. Ik was gebleven bij dat enige tijd geleden mijn voorganger, de heer Heerma, samen met toenmalig collega de heer Wiersma kamervragen heeft gesteld over mensen die hersteld zijn van ziekte, maar vanwege andere niet-medische factoren toch een slechte arbeidsmarktpositie hebben. En denk daarbij aan het ontbreken van bijvoorbeeld een startkwalificatie of de slechte beheersing van de Nederlandse taal. En het UWV kan daardoor weinig functies duiden en daardoor blijven deze mensen in de WIA, terwijl ze niet meer ziek zijn. Niet wenselijk, zeker niet in tijden van arbeidsmarktkrapte. Ziet de minister ook mogelijkheden voor aanpassing? En wij moesten zelf denken aan het feit dat we nu natuurlijk veel meer naar vaardigheden ook kijken, met een skillspaspoort voor de persoon zelf. Maar zou het dan daarnaast voor uitkeringsgerechtigden ook behulpzaam zijn om een vacaturebank eigenlijk op basis van die belastbaarheid op te zetten, om te kijken naar de banen te matchen op belastbaarheid? Dat in samenspraak met een arbeidsdeskundige op basis van gegevens van het UWV inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn op banen. Een werkgever kan dan mogelijk via jobcarving een match, uiteraard anoniem conform AVG-richtlijn, zoeken in de vacaturebank. Dat biedt wellicht kansen voor werkhervatting uit de WIA, ook voor reïntegratie in het tweede spoor en voor WAJONGERS. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? Voorzitter, de minister heeft aangekondigd dat er een commissie komt die onderzoek gaat uitvoeren naar het gehele stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid en daarbij streeft in het eerste kwartaal van 2024 met de resultaten te komen. Hoe verhoudt zich dit met de uitspraak van de minister ook snel aan de slag te willen met de aanpak van de hardheden in de WIA? Kan daar op onderdelen al aan de slag worden gegaan? Bijvoorbeeld naar aanleiding van de motie van mij met de heer Van Kent van de SP met betrekking tot de 35-minners. Ook in lijn met het advies van de Stichting van de Arbeid en het CER-MLT-advies. In de beantwoording van het schriftelijk overleg, uitgebreid schriftelijk overleg geweest, lezen we dat de minister geen mogelijkheden op korte termijn ziet voor deze groep, omdat dat fundamenteel zou zijn en dus ook bij die commissie behoort. Maar voorzitter, WGA dienstverlening en ondersteuning bij een zoektocht naar werk en inzet van instrumenten voor deze doelgroep zou toch minimaal op korte termijn wel in te passen moeten zijn. Voorzitter, over het tekort aan verzekeringsartsen en de oplopende achterstand in het sociaal-medisch beoordelen. De minister heeft dat uitgebreid geanalyseerd met het GUPTA-rapport en maatregelen getroffen. We kunnen ons vinden in de tijdelijke maatregelen om 60-plussers in beginsel automatisch een uitkering toe te wijzen. En dat is ook op vrijwillige basis. Ook richting de heer De Jong. Dus we schrijven niemand af die dat niet wil. Voordat u verder gaat, ik heb een interruptie van mevrouw Martouf van GroenLinks. Dank, voorzitter. Een paar goede vragen van collega Palland van het CDA. En zeker ook de vragen over 35 min, denk ik, zijn heel belangrijk. Want veel van de hardheden waar we het met elkaar over hebben, en meerdere inbrengen ook, gaan over deze groep. En een van onze verbazingen, zeker met het uitvoering sociale zekerheid debat wat we met elkaar hebben gehad in april vorig jaar. Toen leek de minister zeggen, ja, want het staat niet alleen maar in het MLT, het staat ook in het regeerakkoord, dat deze maatregel genomen zou worden. En nu kregen we een brief met, nou ja, hij gaat later. Dus de verbazing die deel ik heel erg met het CDA. En mijn vraag is, deelt u met GroenLinks dat nou ja, ook verwarrend is gezien wat er staat in het regeerakkoord en het laatste debat wat we met elkaar gehad hebben in april, voorzitter? Mevrouw Palland, is het verwarrend? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb het regeerakkoord niet voor vandaag er nog op nageslagen wat er precies in staat. Maar ik dacht mij wel te herinneren, en daarom ook deze vraag, en was ik ook wat verward en teleurgesteld ook op het antwoord in het schriftelijk overleg over, ik zie op korte termijn eigenlijk gewoon geen mogelijkheden. En ik kan me best voorstellen dat als je de drempel naar beneden wilt halen van die 35%, dat heeft best implicaties, zeker ook financieel. Dus daar moet ook weer balans worden gezocht in hoe dekken we de rekening met elkaar daarvoor. Maar ik dacht, tenminste zou je toch de ondersteuning moeten kunnen regelen voor deze doelgroep. Dus vandaar ook deze vraag en toch ook wel wat verwarring over wat doen we nu wel en wat doen we nu niet. Mevrouw Martouf. Nou, dan, soms heb je samen verwarring en dan hopen dat de minister daar duidelijkheid over gaat geven. En mijn vervolgvraag zou zijn, voorzitter, en ik denk dat collega van D66 het ook heel goed zei. Dit is van een van de onderwerpen, zijn er meer waar we echt heel veel berichten over krijgen. En vooral die groep, dat zijn mensen die zitten net onder die 35, die de 32, 31, 29, die willen zo graag aan de bak. Lukt niet, zouden naast, hebben recht op geen enkele uitkering en daar is nu helemaal niets voor. En ik vind het echt niet uit te leggen.
En ik hoop dus dat collega van het CDA met mij deelt. Dat kunnen we niet op de lange baan. Daar hebben we eigenlijk niet de luxe om te zeggen dat nemen we mee in die commissie. Dus dat we hier als Kamer en als opdracht aan deze minister geven, bedenk iets dat we daar iets aan doen. En mijn vraag is, deelt de collega van het CDA dat? Dank u wel, mevrouw Pallant. Ja, voorzitter, dat deel ik. Hè. Niet voor niks had ik ook met de heer Van Kent daarover actie ondernomen. En hebben we ook aangegeven, hè, roept het CRMLT-advies daar ook iets over en staat er ook het een en ander over in het regeerakkoord. Nu is het natuurlijk zo dat de minister ook kan zeggen, ja, maar ik ben ermee aan de slag, want ik ga dat nou juist fundamenteel goed bekijken met zo'n onderzoek. Daar heb ik best begrip voor, maar dan denk ik wel, dat duurt even. En dan denk ik, wat kunnen we dan in de tussentijd in ieder geval doen? En daar zijn dan ook mijn vragen op gericht. Gaat u verder, mevrouw Pallant. U heeft nog een minuut. Dank, voorzitter. Ik was bij de 60-plussen met begrip voor de 60-plussen maatregel, die ook op vrijwilligheid is. Nog een vraag, wel ook over het tekort aan verzekeringsartsen. De minister heeft ook aangegeven dat er stappen worden gezet in procesoptimalisatie, andere manier van werken. En wordt daarbij ook gekeken naar het verbeteren van de samenwerking tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en verzekeraars. Hè? Heel veel mensen zijn bezig. En als we daar dingen kunnen delen op een AVG-proef manier, dan kunnen we daar wellicht ook slagen in maken met elkaar. En een specifieke vraag. In 2020 heeft de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde voorstellen ook gedaan op het punt van het tekort aan verzekeringsartsen. Onder andere met het voorstel om bijvoorbeeld een publiek-privaat noodfonds in te richten om de opleiding voor bedrijfsartsen uit te kunnen breiden en het praktijkdeel te verstevigen. En mijn vraag is, wat is er met die voorstellen gedaan? Laatste korte vraag, voorzitter. Dat gaat over de loondoorbetaling bij ziekte. In het CRMLT-advies en het regeerakkoord is ook gepleit voor het eerder en actiever inzetten op het tweede spoor. Hoe gaat dit er nou in de praktijk uitzien? En zou er ook een vorm, volgens mij is bij de begroting ook enigszins aan bod gekomen, zou er ook nog een vorm van een soort no-risk-polis moeten worden toegepast bij die inzet van de reïntegratie in dat tweede spoor, om juist ook bij een andere werkgever, zeg maar, die ruimte te bewerkstelligen voor reïntegratie? Hoe kijkt de minister daar tegenaan? Dank u wel. U bedankt. Dan ga ik door naar de volgende partij. Dat is de heer De Kort van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Van Beukering die gaf het ook al aan dat de WIA is in de basis een goede wet. Maar er zijn ook in de loop der jaren hardheden in opgetreden. En daarom vinden wij het ook goed dat die onderzoekscommissie er komt. Die kijkt naar de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel. En eigenlijk wat de VVD betreft, en dat zou ik dan ook aan die commissie mee willen geven, moeten we het niet hebben over arbeidsongeschiktheid, maar arbeidsgeschiktheid. En er zullen uiteraard altijd mensen zijn die niet meer deel kunnen nemen. Maar daar waar mogelijkheden liggen, met de juiste begeleiding, de juiste hulpmiddelen, de juiste ondersteuning, denken wij dat er ook kansen liggen. En nou, dat er in ieder geval ook daar aandacht voor moet zijn. Dan de wachtlijsten, voorzitter. Want er zijn momenteel 13.000 mensen aan het wachten op een keuring. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. De gemiddelde wachttijd loopt ook op tot 17 weken. En we begrijpen daarom ook dat het kabinet komt met een noodremmaatregel, zou ik het willen noemen. Die duurt tot en met 31 december 2023. Maar het is wel voor de VVD heel belangrijk dat het echt een tijdelijke maatregel is. Dus kan de minister ook toezeggen dat het hier gaat om tijdelijkheid. Want we vinden wel dat we zorgvuldig moeten omgaan met het schrappen van keuringen. En we vinden het ook belangrijk dat wanneer men gekeurd wil worden, en of de minister dat ook kan toezeggen, ook echt die keuringen gaan plaatsvinden voor die groepen die dat nog wel willen boven de 60+. Voordat u verder gaat, de heer De Kort. Ik heb een interruptie van mevrouw Katman van de PvdA. Ja, dank voorzitter. Ik ben blij om te horen dat de VVD in kansen denkt. Ik heb daar wel een vraag over. Want ik gaf net al aan, wat de PvdA betreft, ligt eigenlijk de straf op niet werken. Die zit volledig bij de uitkeringsgerechtigen. En werkgevers hebben, wat de Partij van de Arbeid betreft, net zo goed een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle kansen benut worden. Hoe ziet de VVD dat? En als we dan toch denken in kansen, welke kansen er liggen er om die verantwoordelijkheid die nu voor 100% bij de werknemer ligt, die ziek wordt, wat eerlijker te verdelen? Dank u wel. De heer De Kort. Ja, dank voorzitter. Er ligt zeker ook een verantwoordelijkheid bij de werkgever.
Vorige week bij de begrotingsbehandeling SZW hebben we het ook gehad over goed werkgeverschap. Juist met die huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het was al duidelijk dat het human capital heel belangrijk is. Maar ik denk dat die urgentie nu nog meer bekend is geworden. Dus juist die werkgevers moeten hier ook kansen bieden aan mensen die om welke reden dan ook voor een deel arbeidsongeschikt zijn verklaard. En daar dienen we ook verschillende voorstellen op in, zoals vorige week. En dan ga ik daar ook wat vragen over stellen. Gaat u verder. Ik was gebleven bij de noodmaatregel. Maar dat is eigenlijk een korte termijn oplossing. Maar de oplossing op lange termijn, die zit volgens mij, en mevrouw Palland van het CDA had het daar ook al even over, in een betere overdracht tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. De AVG mag daarbij niet in de weg zitten. Maar ook door die overdracht nog beter te organiseren. En er zijn ook al een aantal aanbevelingen vanuit die beroepsgroepen opgekomen. Denken we echt dat we naar een structurele oplossing kunnen werken? Ziet het kabinet dat ook? En welke mogelijkheden ziet de minister om juist die overdracht goed te organiseren? Dan is er een pilot bekend in Limburg, waar taakdelegatie heeft plaatsgevonden. Dat houdt in dat de verzekeringsarts zich enkel en alleen bezighoudt met het medische aspect van de keuring. En door die taakdelegatie ook de wachtlijsten enigszins kunnen worden teruggedrongen. Is de minister bekend met die pilot in Limburg? En kan ze ook aangeven of die verder uitgerold kan worden in de rest van het land? En het liefst zo snel mogelijk om ook naar die wachtlijsten terug te dringen. Ja, en een punt waarin ik ook echt geloof dat dat gaat bijdragen aan de uiteindelijke reïntegratie op de arbeidsmarkt is ook sport. Want wanneer er een live event gebeurt, wanneer je uitvalt door ziekte, mentaal ziek wordt, een handicap krijgt, dan heeft dat ontzettend veel impact op je leven. En voordat je dan vooruit kan, moet je eigenlijk eerst die handicap of ziekte gaan accepteren. Voordat je überhaupt weer gaat denken aan arbeid, aan reïntegratie. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat sport een middel kan zijn, en wat ook het UWV onder de aandacht zou kunnen brengen, om die handicap of om die mentale ziekte welke reden van arbeidsongeschiktheid dan ook te gaan accepteren. Het zelfvertrouwen terug te winnen in je lichaam. Om eigenlijk samen te werken tussen het Fonds Gehandicaptensport. Uniek sporten gebeurt eigenlijk in het hele land. Of de minister kan aangeven of zij kan zorgen dat het UWV ook doorverwijst naar uniek sporten. Wat uiteindelijk weer gaat leiden tot meer reïntegratie en deelname op de arbeidsmarkt. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dan heb ik interruptie van mevrouw Van Beukering, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kom nog even terug op het puntje gegevensuitwisseling tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. D66 denkt erover dat het misschien mogelijk moet zijn dat je degene om wie het gaat, dus de mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, dat je die veel meer op voorhand gaat vragen om gegevens al te delen, zeg maar, met het UWV. Dus dan is het niet tussen bedrijfsarts en de verzekeringsarts waarbij je de gegevensuitwisseling mogelijk maakt, maar waarbij de cliënt in de lead brengt. Ik ben nog niet helemaal uit hoe ik dat zou kunnen vormgeven, maar dan had ik anders in mijn eerste termijn aan willen vragen, maar daar ben ik niet aan toegekomen. Maar is het voor VVD ook bespreekbaar om anders dan een uitwisseling tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts bijvoorbeeld ook neer te leggen dat voordat het traject start, dus bij het UWV, voordat er iemand opgeroepen wordt voor een keuring bij de verzekeringsarts, dat er bijvoorbeeld al een brief is gestuurd met de vraag: bent u bereid om uw gegevens, uw dossier met ons te delen, zodat er meteen ook door de verzekeringsarts een makkelijkere triage is misschien niet een mooi woord, maar dat er in ieder geval een meteen afweging gemaakt kan worden welke mensen moeten meteen gezien worden door de verzekeringsarts, welke mensen kunnen op een andere manier helpen. Zou dat ook een optie kunnen zijn voor de VVD? Dank u wel. De heer De Kort. Ja, dank u wel. Ja, ieder voorstel wat bijdraagt aan een zorgvuldige, maar ook een snelle keuring, kan ik positief op reageren. Dus ik weet onvoldoende wat dit precies gaat inhouden. Maar als het daaraan bijdraagt, kunnen we dat zeker steunen. Dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende partij. Dat is de SGP, de heer Stoffer. Ja, dank, voorzitter. Ik wil maar beginnen met de arbeidskorting. Want het kabinet verhoogt de arbeidskorting. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar voor een aantal mensen valt het ook slecht uit. We hadden bijvoorbeeld een gezin wat ons mailde omdat het niet meer rond kan komen. En waarom? De moeder was verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, maar werd mishandeld door een cliënt.
Hersenletsel en arbeidsongeschiktheid waren het gevolg. En 2 jaar later werd ook de vader arbeidsongeschikt verklaard. En ze komen net niet in aanmerking voor de toeslagen. En mijn vragen aan de minister zijn dan ook of ze ziet dat arbeidsongeschikten hierdoor in dit geval steeds minder overhouden. En wat ze daarvan vindt en of daar ook wat aan te doen is uiteraard. En is ze bereid binnen het kabinet in te zetten op het verlagen van de eerste belastingsschijf? Want dat zou in deze wellicht ook helpen. Ja, dan de 60-plus maatregel, want daar hebben we best een paar vraagtekens bij. Bij de vereenvoudigde claimbeoordeling voor die 60-plussers. Want ben je ouder dan 60 en al 2 jaar ziek en arbeidsongeschikt, dan word je niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts, maar krijg je automatisch een volledige via-uitkering. En mijn vraag is eigenlijk van, waarom is deze maatregel ingevoerd zonder dat er overleg met de Kamer is geweest? Nou, de minister wil ook iedere zieke 60-plusser eigenlijk via de achteruitgang, ja, klinkt misschien wat gemakkelijk, maar u begrijpt me vast wel, de arbeidsmarkt laten verlaten. Terwijl juist aan de andere kant de bedoeling is om senioren aan het werk te houden. En mijn vraag is of het niet beter is om in te blijven zetten op activering, vooral ook voor deze doelgroep. En waarom is er ook niet voor gekozen om te stoppen met herhaald beoordelen en verplaatsen van langdurig werkloze 60-plussers? En klopt het dat de afwijkende werkwijze niet geldt voor vangnetters zonder werkgever? Ja, voorzitter, dan de loonloze tijdvakken. Want daardoor zijn een heel aantal arbeidsongeschikten en financiële problemen gekomen. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Maar er ligt dan nu ook een brief met oplossingsrichtingen. Maar wat ik in die brief mis, is hoe deze problemen konden ontstaan. En mijn vraag aan de minister is of ze daar ook op in zou kunnen gaan. En wellicht ook een stuk reflectie op zou kunnen geven. Daarnaast hebben we hier nog wel veel vragen over. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen het gaat. Wat de oorzaak is van de loonloze periode. En ook welke kosten ermee gemoeid zijn. Kijk, laat ik vooropstellen dat de SP belangrijk vindt dat het goed is dat we serieus kijken naar erkenning en oplossingen voor deze mensen. Maar volgens mij moet het wat breder dan wat ik nu in de brief zie, alleen direct naar een oplossing toe redeneren. Dus mijn vraag is eigenlijk, als we het wat integraler bekijken en ook wat analytischer, ziet de minister daar ook brood in? En is het ook met me eens dat we ook moeten kijken naar de mensen die er nu al de dupe van zijn? Dus niet alleen toekomstgericht, maar ook met terugwerkende kracht. Wat ik mooi vond, is dat de minister vorige week bij de begrotingsbehandeling kwam met een ode op de menselijke maat. En ik vind het ook heel mooi. En mijn vraag is ook, als je dat concreet toepast, of de minister, en dat hoeft natuurlijk niet allemaal persoonlijk te doen, of het kan ook met alle mensen die haar ondersteunen, maar of ze ook met de gedupeerden die er opnieuw al zijn in gesprek zou willen gaan, de mensen gewoon in de ogen wil kijken en kijken van hoe het uiteindelijk ook tot een oplossing zou kunnen komen. Dan het wegwerken van de achterstanden bij de UWV. Er is natuurlijk al veel over gezegd, maar waar een verzekeringsarts het 20 jaar geleden 2 uur over deed, duurt inmiddels een claimbeoordeling zo'n 5 uur. En het UWV laat onderzoeken waar die winst te behalen valt in het proces. Mijn vraag is of de minister kan toezeggen dat de resultaten met ons worden gedeeld en ook wanneer we die kunnen verwachten. De minister geeft aan dat het UWV gebonden is aan wettelijke kaders, algemene maatregelen van behoorlijk bestuur en ook de bestaande systemen. En mijn vragen daarover zijn of er gekeken kan worden waar die wettelijke kaders knellen. En of de minister met me eens is dat bestaande systemen de zoektocht naar oplossingen zeker niet moeten belemmeren. En wil ze kijken naar het delegeren van taken waarbij het voorwerk gedaan wordt door een ondergeschikte en het uiteindelijke besluit genomen wordt door een verzekeringsarts zelf. Ja, voorzitter, dan kom ik bij het hybride stelsel, want dat biedt volgens mij veel meer mogelijkheden dan nu worden benut. Private uitvoerders willen graag helpen bij het wegwerken van achterstanden, maar lopen tegen onmogelijkheden en onwil op. Een aantal voorbeelden. Zoek extra capaciteit bij private uitvoerders die wellicht duizenden extra keuringen per jaar kunnen doen. En leer ook van de werkwijze van andere uitvoerders, zodat we het proces kunnen versnellen. En kom in de Landelijk Opleidingsfonds voor Bedrijfsartsen met structurele publiek-private financiering. En start een pilot waarbij bedrijfsartsen van een private uitvoerder een keuringsadvies opstellen, gebaseerd op een door het UWV geschreven kader, wat vervolgens weer wordt overgenomen door het UWV. Ik zou heel graag een reactie van de minister hierop hebben. Tot slot, voorzitter. De rechter bepaalde recent dat eigen risicodragende werkgevers ten onrechte opdraaien voor de WGA-voorschotten. De minister wil nu de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep afwachten. En mijn vraag aan de minister daarbij is of ze wil toezeggen dat het UWV ondertussen stopt met het versturen van de rekeningen aan werkgevers. En dat was het, voorzitter. Ik heb mijn tijd niet bijgehouden, maar u keek niet streng, dus ik zal er vast binnengebleven zijn. Dank u wel. Zeker, keurig binnen de tijd. Dank u wel daarvoor. Dan ga ik door naar de volgende partij. Ik heb gezien geen interrupties. Dat is mevrouw Matoeg van GroenLinks.
Dank, voorzitter. Belangrijk debat wat we met elkaar hebben. En goed dat de voorzitter ons even herinnerde wanneer de laatste keer was dat we het hadden over arbeidsongeschiktheid. En dat zag je ook aan de brieven die allemaal op de agenda stonden. Gelukkig hebben we daar in het commissiedebat in april ook wel over gehad. En andere debatten. Want het is een van de onderwerpen, een van de grote opdrachten die op het bord van deze minister liggen. Waar het stelsel veel hardheden kent. En mensen ook met veel frustratie tegen dingen aanlopen. En we echt elkaar aan moeten kijken en denken, er zitten echt onlogische dingen. En juist als je ziek bent en zo graag mee wilt doen, is het zo belangrijk dat de overheid, dat je die kunt vertrouwen. En bij dit VIA-dossier zien we door de tijd heen, dat zijn in ieder geval de mensen die wij spreken, veel frustratie. Mensen die een overheid zien die zichzelf niet aan de eigen regels houdt. Bijvoorbeeld rond beslistermijnen. En zelf wel het gevoel hebben dat ze door allemaal hoepeltjes moeten. En niet snappen wat er gebeurt. Dus ik denk dat het een onderwerp is waar we vandaag maar vaak over gaan praten. Maar ook vandaag hoop ik tot een paar uitspraken komen wat we echt gaan doen voor mensen. En niet alleen maar op lange termijn, voorzitter. De eerste vraag die ik wilde stellen gaat door op een vraag die ik stelde in april over hoe creatief kijken we nou? Want we zien in de brief van de minister een van de grootste belemmeringen in de praktijk nu zijn die medische beoordelingen. En het gebrek aan artsen, verzekeringsartsen. En een van de vragen die ik eerder was heb gesteld is, wordt nou gebruik gemaakt van andere artsen? Dus iemand die ziek is, is ook bij een huisarts geweest. Loopt soms ook bij een specialist. Maken we daar gebruik van? Want uiteindelijk, wat is een arts aan het doen, voorzitter? Is kijken, wat kun je nog vanuit een medische blik? Wordt daar gebruik van gemaakt, die kennis? En kijkt de minister daarnaar? Mijn tweede vraag, voorzitter, gaat over de CBBS. Mensen herkennen de uitkomsten van de CBBS niet en snappen niet waarom ze bepaalde functies nog zouden kunnen. Vindt de minister dat het systeem nu goed werkt? En ik lees dat de minister hier zelf over zegt dat de factoren als affiniteit, sociale omstandigheden en beschikbaarheid van de functies geen rol spelen. Maar u kunt toch niet ontkennen, vraag ik via u, voorzitter, dat dit van belang is op een arbeidsmarkt. En waarom doen we dit nog op deze manier? Dan een vraag over het eigen risicodragerschap, voorzitter. Ik heb het eerder ook aangegeven, we zien, we krijgen veel signalen, we zien ook reclames voor, joh, ondernemer, doe nou niet verzekeren en wees eigen risicodrager. En ons beeld is dat er een toename is. En mijn vraag aan de minister, hebben we een beter beeld sinds het vorige debat in april vorig jaar? Zij heeft toen toegezegd dat we hier naar gingen kijken. Heeft de minister gesproken met sociale raadslieden? Want die zien die signalen in de praktijk. En kan de minister daar vandaag meer over zeggen? En specifiek, zien we meer toename bij het UWV? Hoe zit het met het gedwongen ontslag? En wat gaan we er eigenlijk aan doen, voorzitter? Dan het AOV-ZZP-vraagstuk. We lezen in het instellingsbesluit van de commissie dat de commissie zich ook moet buigen over zelfstandigen. En dat was een van de onderdelen die ons wel verbaasde, voorzitter. Want mijn vraag aan de minister is of zij kan toezeggen dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen geen vertraging oploopt. Wanneer kunnen we een wet verwachten, is mijn vraag aan de minister. En klopt het dat de complexiteit rondom de opt-out en de uitzondering ervoor zorgen dat die minder goed uitvoerbaar is? En dat de AOV hierdoor vertraging oploopt? En kunnen de opt-out en de uitzondering er dan niet gewoon uit als we beredeneren vanuit uitvoerbaarheid? Vraag ik via u, voorzitter. Dan, voorzitter, het regeerakkoord over loondoorbetaling bij ziekte en de WIA en de kosten sociale zekerheid. Want dit puzzelde ons toch. Mijn eerste vraag is, wat is nu de stand rondom loondoorbetaling bij ziekte? Vordert de minister in haar gesprekken, is er al een gedeelde interpretatie? We zijn heel nieuwsgierig na het laatste open gesprek bij het commissiedebat arbeidsmarkt. Maar wat specifieker, voorzitter, we lezen in kansrijk arbeidsmarktbeleid van het Centraal Planbureau dat als de loondoorbetalingsperiode naar 1 jaar zou gaan, wat nu niet de plannen zijn, maar dat ongeveer 500 miljoen euro kost. En dat de WIA-instroom met 15.000 mensen toeneemt. Klopt het dat de plannen van het kabinet nu ook veel geld kost en dat er dus een toename gaat komen van het aantal mensen in de WIA? En heeft de minister al een inschatting daarvan? En kan ze dat vandaag toelichten? Wat zijn precies de aantallen? En kan de minister toezeggen deze ook te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau? Want de variant waar de minister nu naar kijkt zat toen niet in kansrijk. En verwarrend is dan dat we dus waar we een toestroom hebben in WIA, we wel een budgettaire reeks zien in de plannen, maar bij een andere maatregel uit het coalitieakkoord, die via 35-min, die ook in het regeerakkoord stond en ook in de MLT, in het MLT-advies,
dat we daar niet die budgettaire reeks zien. En mijn vraag aan de minister, is de minister daarvan van plan dat te doen? En heeft ze daar ook het geld voor? En mijn allerlaatste vraag in de laatste 3 seconden, voorzitter. Die commissie komt er. Komt er ook een tussenrapportage van die commissie? Dank u wel voor uw bijdrage en interruptie van mevrouw Palland van het CDA. Ja, voorzitter, ik zat nog even te dubbel of ik nog terug zou komen op risk sociaal en risk professioneel. Mevrouw Matoeg weet daar, lepelt dat allemaal zo, schudt het allemaal zo uit haar mouw. Ik heb toevallig een tijdje geleden daar nog in verdiept, maar ik denk dat ik haar analyse wel kan delen. Dus mijn vraag gaat over het CBBS-systeem. Ik heb daar ook vragen over gesteld. En mevrouw Matoeg die zegt terecht, hè, dat staat ook in dat witboek, dat wordt gewoon niet begrepen, de uitkomsten ervan door mensen. Maar dan kan ik me voorstellen dat de minister dan straks in haar termijn gaat beantwoorden. Ja, maar daar is het CBBS-systeem ook niet voor bedoeld. Want die gaat erom om vast te stellen wat de belastbaarheid is. En daar dan ook de hoogte van de uitkering op eventueel op te baseren. En zouden we dan niet, u begon ook met creatief kijken naar. Zouden we dan niet moeten zeggen, dat moet je op de een of andere manier goed of beter uitleggen. En dan moet je kijken hoe je in de vacatures, zeg maar, hoe je mensen naar werk begeleidt en ondersteuning biedt. Dat je daar zeg maar, de belastbaarheid in meeneemt. En net als dat we regulier op de arbeidsmarkt meer naar vaardigheden willen kijken, dat we dan ook in de vacatures de belastbaarheid op de een of andere manier in beeld brengen. Hoe kijkt mevrouw Matoeg daartegen aan? Dank u, mevrouw Matoeg. Ja, dank voor deze vraag. Het geeft mij ook de kans om te zeggen, want ik zag wat mensen nee knikken toen ik het had over het regeerakkoord, over 35 min. Wat ik daarmee bedoelde, daar werd integraal verwezen op dit thema naar het CER-MLT-advies. En net als dat het onduidelijk is, dus zo bedoelde ik de verwijzing. En mijn vraag is, als je dat dan wilt uitvoeren, want je vindt het belangrijk, dan is het logisch dat daar ook geld voor is. Maar dat was niet de vraag. De vraag ging over het CBBS. Ja, ik vind dit heel moeilijk, omdat ik denk dat mevrouw Palland eigenlijk een hele goede voorzet heeft gedaan voor wat het antwoord zou zijn geweest. Dus dan kunnen we weer een stapje verder. En een van de dingen waarom ik denk dat mensen het niet snappen is omdat, even vanuit die menselijke maat beredeneerd en de mooie woorden van de minister ook bij het begrotingsdebat. Als jij ziek bent en die omstandigheden en of je dus aan het werk kunt of niet, zijn heel bepalend voor jouw echte feitelijke werkelijkheid. En als je dan een brief krijgt, wat ik theoretisch allemaal kan snappen, ja, maar uw theoretische verdiencapaciteit is wel zo. En dat sluit totaal niet aan bij jouw leefwereld. Ja, dan snap je dat niet. En dan staat dat wel heel erg van elkaar af. En ik denk dat de fundamentele vraag die eronder zit, want ik ga ook heel nederig zijn. Ik weet ook niet dat ik zeg, nou, ik heb hier 3 alternatieven hoe dat CBBS in elkaar moet zitten. Maar er zit wel de vraag onder, wat is nou eigenlijk de doelstelling van dat instrument? En waar toetsen we nou op als we tegen mensen zeggen, dit is uw restverdiencapaciteit? Want dat is wel waar we het voor gebruiken. Met hele bepalende uitkomsten voor mensen. En dat is een best wel fundamentele vraag. Maar ook wel een van de hardheden die we nu zien. En ik maak dan tot slot, voorzitter, gebruik van, ik vond een mooi antwoord van mevrouw Palland net. Ik snap dat als je echt dingen fundamenteel gaat wijzigen, dat je langere tijd nodig hebt. Maar wat kan je nou op de korte termijn doen zonder zo'n hardheid? Want dan alleen maar zeggen, ik ben er heel goed naar aan het kijken, vind ik, volgens mij kunnen we beter. Dank u wel. Dan ga ik door naar de laatste bijdrage. Dat is weer De Jong van de PVV. Voorzitter, hartelijk dank. Erg goed dat we hier vandaag over spreken. De agenda van de Commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid is echt helemaal opgeslokt door de pensioenen. Ik heb er al vaker over uitgesproken dat ik het echt schandalig vind dat sommige zaken dan blijven liggen. Participatiewet, andere grote onderwerpen. Ik ben blij dat we het er vandaag over hebben en laat ik me ook richten op de volgende vraag. Ik heb zojuist al een paar interruptiedebatjes gehad over het feit, en dan heb ik het dus over de brief gestuurd door de minister zelf, in ieder geval de antwoorden op de vragen gesteld vanuit de commissie richting de minister, waarin zij zelf met eigen cijfers komt, waarbij ze zelf aangeeft, door veranderingen van beoordeling worden er 5000 mensen volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat heeft te maken met de tekorten aan verzekeringsartsen. Ik weet dat daar een heel groot probleem ligt. Absoluut. En dat is ook een probleem die al jarenlang speelt. Want ik ben eventjes gaan kijken. In 2016 had UWV er al een groot probleem mee. Toen was het al zo dat er grote wachtlijsten waren. En toen was het al zo dat pas afgestudeerde artsen, basisartsen, in 2 maanden werden omgeschoold om beoordelingen te gaan doen. In ieder geval, dat waren toen die plannen. In afgelopen januari gaf het UWV eigenlijk ook hetzelfde aan als waar nu de minister mee komt, als maatregel. Dus dit is iets wat al hele tijd speelt. En ik zou graag van de minister willen weten hoe ze daarop reflecteert. Hoe dat nou kan, dat dit een probleem is waar we al jarenlang mee te maken hebben.
En waar ze dan ook zelf tegenaan loopt. Want zoals ik al juist zei, we hebben 1 miljoen mensen aan onder het arbeidspotentieel. En daar zitten toch ook heel veel mensen tussen die een zorgachtergrond hebben. Of kijk naar bijvoorbeeld de WW-uitkeringen. Ook daar zit een substantiële groep mensen die een zorgachtergrond hebben. En ook als arts hebben gewerkt. Waar loopt de minister nou tegenaan om die groep mensen aan te spreken? Om met opleiding te verzorgen dat mensen die goed ervaren zijn binnen de zorg... want ik zou het zeer onwenselijk vinden om mensen die niet ervaren zijn... met dit soort ingewikkelde casussen te maken te krijgen. Dus dat deel ik. Maar waar loopt de minister nou tegenaan om mensen die ervaren zijn... jarenlang in de zorg hebben gewerkt en deze stap te willen nemen... om die ook daar bij het UWV als arts aan de slag te krijgen? Bieden we ze genoeg opleidingsmogelijkheden aan? Worden ze genoeg bereikt? Ik zou er graag een reactie op willen hebben, want het kan niet zo zijn dat 2.500 mensen die normaal gesproken geen uitkering zouden krijgen, die nu wel krijgen, door de manier van werken, van beoordeling. En dat er ook zo'n 2.500 mensen zijn die normaal gesproken een gedeeltelijke uitkering zouden krijgen en nu dus een volledige afkeuring krijgen. Ik zou daar graag een reactie op willen hebben. Ja, dus wat het precies Sorry, kort... Ik onderbreek u eventjes, de heer de Jong. Want ik heb een interruptie van de heer de Kort van de VVD. Ja, dank voorzitter. Want laat ik vooropstellen, ik waardeer de creativiteit van de heer de Jong... als het gaat om mensen vanuit de zorg. Maar een keurings- en verzekeringsarts is wel een arts. Ik zie zelf eerder de oplossing, en in mijn bijdrage had ik het erover... in taakdelegatie. In Limburg doen ze dat al. Dus de arts blijft wel echt bij het medische aspect betrokken, het keuren... Maar door meer taken te delegeren, denk ik dat op termijn de wachtlijsten kunnen worden teruggedrongen. Hoe kijkt de PVV daarnaar? Zien ze daar ook mogelijkheden? Dank u wel. De heer de Jong. Weet u, dit zijn vaak hele ingewikkelde situaties. Zeker ook als je mensen al jarenlang op een lijst staan, op een wachtlijst, wachten op beoordeling. Dan moet je natuurlijk voorkomen dat daar iemand een beoordeling geeft, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, die dat medisch aspect gewoon veel te weinig kent. Waardoor je dus in een situatie terecht kan komen... waarbij mensen een onterechte keuring krijgen... waarbij uiteindelijk alsnog weer die arts moet worden ingeschakeld. Dus ik maak me daar gewoon zorgen over. Ik wil in alles meedenken, zolang het maar in het belang is van degene die gekeurd wordt. En nogmaals, het is niet een creatieve oplossing. Kijk naar die 1 miljoen mensen met onbenut arbeidspotentieel. Kijk naar mensen met een zorgachtergrond. Dat is iets wat ik al jaren zeg en waarvan ik het gevoel heb... dat daar te weinig effort in wordt wordt gepleegd. Ik bedoel, als ik 15.000 mensen in een WW-uitkering zie zitten met een zorgachtergrond, ik zou al zo weten wat de verhouding is tot het aantal artsen die we nodig hebben om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat we in één klap alle problemen vandaag kunnen oplossen, maar ik zie te weinig incentive en handelen om daar überhaupt aan te beginnen. En zoals ik al zei, in 2016 hadden we het hier al over. Dat is 6 jaar geleden. 6 jaar geleden. Dus ik zou toch meer actie willen hebben met betrekking tot de groep mensen die graag zouden willen werken, zorgachtergrond hebben, die we ook keihard nodig hebben in de zorg zelf. Laten we dat niet vergeten. We hebben de coronacrisis gehad. Ook als het gaat om IC-bedden en zo. Dus we hebben een grote taak op verschillende vlakken. Maar ik zou toch willen weten van de minister hoe ze daar tegenaan kijkt en wat de mogelijkheden zijn. Dank u wel. Dan kunt u verder met uw bijdrage. Ja, wat ik dus nog daaraan wilde koppelen is hoe groot is het probleem van die... Van de bedrijfartsen. Ik zie namelijk verschillende cijfers daarover voorbij komen. Zou ze dat dus nog eens helder naar voren kunnen brengen? Dan, als het gaat om rigide berekeningen van de WIA. Er zijn heel wat mensen die in een WIA-uitkering terecht zijn gekomen. Daar kunnen ze niets aan doen. Chronisch ziek zijn of op andere manieren. En die er in die WIA-uitkering gigantisch financieel op achteruit zijn gegaan. Echt gigantisch in de financiële problemen zijn terechtgekomen. Ik heb er wel eens eerder met de minister een debat over gevoerd, over die rigide berekeningen. En de minister had me toegezegd dat ze daarna ging kijken hoe dat beter aan te sluiten bij degene die de WIA-uitkering aanvraagt. En om ervoor te zorgen dat die rigide manier van beoordeling verdwijnt. Ik zou daar graag een reactie op willen hebben hoe ver de minister daarin is. En dan gaat het ook over de manier waarop uitvoeringsorganisaties... met medische gegevens omgaan en met diagnoses. De minister heeft me ook een tijd geleden toegezegd dat mensen zonder een medische achtergrond geen medische diagnoses mogen stellen. Is de minister
in overleg geweest met de instanties dat het ook in de praktijk zo gebeurt. Waarom? Omdat mensen namelijk als het gaat om dossiers opbouwen, degene die het dossier opbouwt ook wel degene moet zijn, hè, die daar verantwoordelijk voor is, een medische achtergrond moet hebben. Want anders kan je namelijk zeer ernstige situaties terechtkomen waarbij iemand onterecht beoordelingen krijgt die hij niet verdient. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan, er zijn een heleboel vragen gesteld. Het is om 13:55. Ik vraag even de minister hoeveel tijd denkt u nodig te hebben. Voorzitter, ik was even aan het overleggen hoe ver het lopen is. Zullen we... Ja, dan heb ik een half uur nodig. Dan is het 5 minuten heen, 5 minuten terug, 20 minuten ja. Ja. Oké, okay. Dan gaan we voor een half uur schorsen. En dan gaan we daarna... Dus om 13:50... 13:55. 13:55, 14:55, 15:55. Gaan wij weer starten. Ja.
top. Goed, ik zie dat voor een groot gedeelte de partijen weer aanwezig zijn. En de minister natuurlijk aan mijn rechterzijde aanwezig. We gaan starten met de beantwoording van de vele vragen. En zoals gezegd, 5 interrupties zijn mogelijk. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Van Gennep. Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag over arbeidsongeschiktheid en om met de heer De Kort te spreken over arbeidsgeschiktheid ook. Want dat vond ik eigenlijk een hele mooie toevoeging. Omdat het natuurlijk uiteindelijk vooral ook gaat over wat mensen nog kunnen. Zodat ze zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van onze samenleving. Als mensen ziek worden, als mensen in iemands omgeving ziek worden, dat is altijd enorm ingrijpend. En zeker als dat uiteindelijk leidt tot langdurige ziekte, dus een WIA-uitkering, langdurige arbeidsongeschiktheid. En of dat nou komt door het beenbreken op vakantie, door stress, burn-out, door heftige fysieke aandoeningen. Of door het werk, of een combinatie van al die factoren. Het is altijd heftig. En we hebben nu een stelsel dat gebaseerd is op van de ene kant de begeleiding van werk waar dat kan, en van de andere kant inkomensondersteuning waar dat nodig is. En in deze 11 maanden, en ik zei het ook in de begroting, was dit een van de uitdagingen die ik voor me zie, ben ik mij natuurlijk steeds verder in de werking van dit stelsel gaan verdiepen. Ben ook echt wel op een aantal uitdagingen gestuit. En sommige zijn al zichtbaar als je aan zo'n baan als deze begint, of als je dat uit je vorige baan weet. En sommige is pas als je je echt erin gaat verdiepen, realiseer je hoe complex het bijvoorbeeld is. Hoeveel verschillende uitzonderingen er zijn, hoeveel verschillende berekeningen, hoeveel stappen waar verschillende instanties en personen bij betrokken zijn. Ik denk dat dat wel mijn eerste observatie is. De tweede is, en een aantal van u refereerde daar ook wel aan, dat wat is nou de kern van het stelsel? En zijn de uitkomsten vandaag dusdanig dat wij zeggen, ja, dat is wat we met dit stelsel ooit beoogd hebben. 18 jaar geleden, geloof ik, in ieder geval een bijna 20 jaar geleden. En hoe komt het nou dat misschien die uitkomsten toch anders zijn dan het doel waarvoor we opstonden? Welke veronderstellingen lagen daaronder die niet uitgekomen zijn of die we misschien ook nu anders zien? En dat leidt ook in de praktijk natuurlijk tot een aantal hardheden. We kennen het witboek. Recent heeft Pantera er natuurlijk nog een aantal geïdentificeerd. Zelf vind ik de 1-0 momenten, zoals ik die noem, vind ik heel lastig. Als je wel een uitkering krijgt of onder een bepaalde regeling valt, dan heb je toch echt een nette uitkering. Als je er niet onder valt, heb je soms heel erg weinig. En dat leidt er ook toe dat de prikkel om naar herkeuringen te gaan, dat de prikkel om misschien wel naar de rechter te stappen, groot is. Omdat de financiële belangen die ermee gemoeid zijn voor individuele mensen ook zo enorm groot zijn. En als je dit allemaal bij elkaar optelt, dat is ook de reden dat ik ben gekomen tot die aanpak korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En op die korte termijn speelt natuurlijk ook dat artsentekort, daar komen we dadelijk komen op alle onderwerpen in, speelt een grote rol. Want uiteindelijk functioneert het stelsel niet zoals het nu zou moeten functioneren, omdat we een tekort hebben aan verzekeringsartsen, omdat we de processen op een bepaalde manier hebben georganiseerd. En tegelijkertijd hebben we een aantal ambities, bijvoorbeeld een AOV voor zelfstandigen, of om een aantal hardheden op te lossen die alleen maar meer beroep zullen doen op die artsencapaciteit. Dus die moeten landen in een stelsel dat nu eigenlijk al piept en kraakt. Niet alleen door die artsencapaciteit, laat dat ook even duidelijk zijn. Dat is het proces, maar ook door hoe het stelsel inherent is opgezet. En dat is ook waar ik, voordat ik inga op de korte termijn, middellange termijn, lange termijn, waarvan ik echt vind dat het belangrijk is. En dat kwam ook mede door het eerste gesprek. Het was weliswaar geen arbeidsongeschiktheid debat. Ik weet niet welk debat het was, maar we refereerden hier al even aan. Mede door het gesprek met uw Kamer, door het gesprek met werkgevers en werknemers, met vakbonden, met mensen die hier in zo'n systeem vastlopen. Ik heb gezegd, ik vind dat je dan ook een verantwoordelijkheid moet nemen als bewindspersoon en zeggen, we moeten fundamenteel naar dat stelsel gaan kijken. Het stond niet in het coalitieakkoord. Het is echt waarvan ik denk dat ik hoop dat het een
commissie wordt aan de commissie Borstlab voor de arbeidsmarkthervorming. Een commissie die in al zijn onafhankelijkheid en wijsheid kijkt naar wat willen we nou met dat stelsel van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Wat wringt er vandaag? Wat gaat er goed? Wat zijn onze uitgangspunten? En hoe kan dat er in de toekomst uitzien? Ik zal dadelijk op de taakomschrijving komen en alle vragen die u hebt gesteld. En ik heb dus ook gepoogd een commissie daar te vinden met mensen waarvan ik weet dat ze zowel praktische ervaring hebben, er zit een ervaringsdeskundige in, als mensen die ik wijs vind, als een aantal hoogleraren die die input kunnen geven, om te zorgen dat we die fundamentele vraag echt beantwoorden. Want dat zijn wij verplicht aan de samenleving, dat zijn we ook verplicht aan onszelf. Vind ik ook zelf, als ik tegen dit soort uitdagingen aanloop, dan moeten we met elkaar die toekomstvisie gaan bouwen. Dat laat onverlet dat er een heleboel zaken zijn die we vandaag moeten aanpakken. Sommige zaken, en dan loop ik alvast een beetje vooruit, sommige zaken kunnen we alleen maar aanpakken als we het echt fundamenteel aanpakken. Dat kost geld, dat heeft een relatie met de stelselherziening. En daarvan zeg ik dan ook een aantal keer, dat zal dadelijk komen, dat gaat mee met OCTAS. Maar er zijn wel degelijk een aantal zaken die we vandaag kunnen doen. En daar ga ik zo op in. Ja, ik zal u vertellen wat ik ga doen. Graag. Dus op de korte termijn een aantal maatregelen waar we zonder wetswijziging mee aan de slag kunnen. Dan gaat het natuurlijk vooral over procesoptimalisatie bij het UWV. Tweetal tijdelijke maatregelen contra legem die u in de brief van augustus hebt gekregen. Dus ik heb een blokje korte termijn hardheden en een blokje korte termijn sociaal medisch beoordelen. Langer termijn verkennen we een aantal wettelijke maatregelen. Dat is het derde blokje. Het vierde blokje is langer termijn commissie. En het vijfde blokje is overig. Dank. Korte termijn hardheden, het eerste blokje. Ik leg ook even het lijstje ernaast. Ja. Eerste blokje, korte termijn hardheden. Tweede blokje, korte termijn sociaal medisch beoordelen. Derde blokje, middellange termijn. Hebt u overigens weinig vragen over gesteld. Vierde blokje, langer termijn en de commissie. Veel vragen. Vijfde blokje, overig. Korte termijn hardheden. Er zijn veel verschillende partijen die hardheden hebben benoemd. Pantheia, de vakbonden, een witboek met hardheden. En ik voer op dit moment, zoals we ook hebben afgesproken, ook een half jaar geleden met uw Kamer, met sociale partners het gesprek over wat we op de korte termijn gaan aanpakken. En dat zeg ik ook tegen de heer Seder. En gezamenlijk zijn we gekomen tot een prioritering. Een aantal knelpunten waarvan we zeggen, die willen we nu verder uitdiepen. En waar dat al kan, verder aanpakken. Eerste. Dat gaat over aanpassingen ten aanzien van het verrekenen van inkomen met een arbeidsongeschiktheid uitkering. Dus we gaan nu even heel praktisch gelijk de diepte in. Net was het wat filosofischer en bestuurlijker, maar dit is op de werkvloer. Dus verrekenen van inkomen met een arbeidsongeschiktheid uitkering. Elke keer als ik arbeidsongeschiktheid zie, moet ik aan de heer De Kort denken. Ik moet het woordje onwegstrepen, maar dan wordt het helemaal moeilijk te volgen. UWV onderzoekt in dit verband al ideeën die er moeten gaan verzorgen dat die verrekensystematiek beter gaat passen bij iemands individuele omstandigheden. Concreet is het UWV een pilot gestart met een werkwijze waarin medewerkers contact zoeken met cliënten die mogelijk in een situatie zitten waarin die verrekensystematiek niet goed aansluit op hun inkomenssituatie op dat moment. En als je dat doet kun je hoge terugvorderingen voorkomen. En als deze pilot succesvol is, dan gaat het UWV deze werkwijze landelijk invoeren in 2023. Ook ten aanzien van het verrekenen is UWV bezig met het verduidelijken van de communicatie over die verrekening richting cliënten. Tweede hardheid die we in gezamenlijkheid met de sociale partners hebben geprioriteerd, dat gaat over het CBBS. Mevrouw Palland vroeg daarnaar en er zijn vrij veel discussies over geweest zojuist. U weet het allemaal, dat is inderdaad het systeem op basis waarvan arbeidsdeskundigen bepalen wat iemand met werk nog zou kunnen verdienen, de theoretische verdiencapaciteit. Mevrouw Matoeg en mevrouw Palland refereerden daar allebei aan.
En dat bevat inderdaad functiebeschrijvingen van functies op de Nederlandse arbeidsmarkt. En het proces om met behulp van dit CBS te komen tot een resterende verdiencapaciteit en daarmee tot een arbeidsongeschiktheidspercentage is gewoon complex. Laten we eerlijk zijn. Maar het is wel het systeem dat we nu hebben. Dus ook deze vraag gaat natuurlijk mee met OCTAS. Wil je op deze manier nog steeds die verdiencapaciteit berekenen? Totdat we dat antwoord hebben, is natuurlijk de bedoeling, 1, om te zorgen dat het begrijpelijker wordt voor mensen. En daarom zijn we met de sociale partners aan het kijken wat er precies nodig en mogelijk is om het systeem beter aan te laten sluiten bij de praktijk. En met name de vakbonden hebben kritiek op het theoretische karakter van het CBS. En daarmee dat mensen zich dus niet herkennen in die beoordeling die ze krijgen. En mevrouw Pallant heeft een aantal praktische suggesties gedaan. Die gaan wij meenemen in dat gesprek met de sociale partners. Hoe we dit makkelijker begrijpbaar, maar ook makkelijker toepasbaar kunnen maken. Alleen dat wij met een theoretisch model werken, dat is inherent aan hoe we het systeem met elkaar hebben opgezet. Dat kan ik niet vandaag of morgen afschaffen, want dan wil je echt naar het hele stelsel kijken. Maar we kunnen het wel begrijpelijker maken. En daarmee, maar dat zit verderop in mijn antwoordenset, daarmee gaan we ook de suggesties van mevrouw Pallant, bijvoorbeeld over belastbaarheid, of je dat in een database kunt opzetten, meenemen. Of je op het moment dat je naar vacatures kijkt, iets van belastbaarheid kunt meenemen. Dat soort zaken gaan we allemaal meenemen. Dat wordt dus in overleg met UWV en overleg met sociale partners, neem ik dat mee. Want ik denk dat dat een van de manieren is waarop het kan helpen. Naast betere uitlegbaarheid en naast ook, natuurlijk kan een bouwvakker maar moeilijk aan de slag bij een constatiebureau. Maar misschien kan een bouwvakker wel in de BSO aan de slag. En misschien zou dat zelfs voor al die jongens op de BSO heel fijn zijn als er ook wat mannelijke begeleiders zijn. Ik filosofeer hier wat vrij uit, maar we moeten ook niet te strak er weer aan vasthouden. De derde prioriteit die we met de sociale partners hebben afgesproken gaat over de daglonen. Daarover hebt u die brief gekregen. Mevrouw Matoeg, ik moet voorstellen om naar iedere blokje de interrupties te doen. Blokje 1 is nog niet afgerond. Ja, ik kom nog op de details van CBS komen verderop nog. Ik noemde nu even, maar ik was al vrijelijk aan het uitweiden. Ja. En ik noemde eerst even de 3 hardheden die we aan het aanpakken zijn. Okay. Maar mijn enthousiasme over hoe we dit praktisch aanpakken ging met mij ervandoor. De daglonen. U hebt die brief gekregen over de daglonen. En het vraagstuk hoe je om moet gaan met personen die vaak buiten hun schuld om een lagere dagloon krijgen, omdat ze een periode geen uitkering hadden. Dat is natuurlijk met name met de aansluiting met de WW een groot probleem. Dat betekent wel, die details zit ook verderop. Dat betekent wel dat wij op zoek moeten. Ik heb dadelijk even, want we moeten hier even heel precies zijn wat er speelt. Ik kom dadelijk op de details terug. Dus dit zijn de 3 hardheden die we op dit moment in overleg met de sociale partners aan het aanpakken zijn. Hier komen de loonloze tijdvlakken. Juist. Ze kunnen ontstaan, dat weet u. Aansluiting WW met WIA. Het kan ook ontstaan doordat een werknemer zelf ontslag neemt en in een periode nog geen baan heeft, dus een sabbatical neemt. Het kan, derde reden, dat iemand als zelfstandig heeft gewerkt. Of het kan komen door bijvoorbeeld detentie of een loonstop vanuit de werkgever. Wij kunnen geen onderscheid maken tussen de reden waarom dat gebeurt. En we weten ook niet om hoeveel mensen het gaat. Dat houdt het UWV niet bij. We weten wel dat 25% van de WIA-instroom zieke WW-gerechtigden zijn. We weten het niet zeker of ze dat allemaal hebben, te maken hebben met die toekenning van die WW in de WIA-referentieperiode en daardoor een loonloos tijdvlak. Dat hangt natuurlijk vanaf de duur van de ziekte WW-recht. U hebt in de brief al kunnen lezen dat de kosten die ermee gemoeid gaan om dit op te lossen tussen de 100 en 200 miljoen liggen, afhankelijk van welke oplossing we kiezen. Maar zoals ik u vandaag ook heb gehoord en het belang dat u hier aan hecht, betekent dat
dat ik deze verder ga bespreken met sociale partners. Maar dat ik ook ga zoeken naar dekking. Ik weet nog niet waar ik die ga vinden. En als ik die op mijn eigen begroting moet vinden, wordt dat een enorme klus. Maar ik ga u daar begin 2023 over informeren hoe die zoektocht verloopt. Dat is geen belofte, maar wel duidelijk. Ja. Maar wel duidelijk dat dit een van de prioriteiten ook vanuit u is, zoals ik hem hoor. En ook vanuit mijzelf. Over het CBS vroeg mevrouw Palland ook naar het ontbreken van startkwalificaties. Naar aanleiding van vragen van de heren Heerma en Wiersma. Ik denk dat het gaat over welke vaardigheden iemand heeft, of je de Nederlandse taal beheerst. En als je die startkwalificatie op dit moment niet hebt, dan leidt dat ook heel vaak tot het niet of minder kunnen duiden van functies. En mevrouw Palland heeft gelijk dat het dan kan betekenen dat je onterecht nog in zo'n uitkering zit. Maar het UWV kan middelen aanbieden om een startkwalificatie te halen. Als dat de meest effectieve en efficiënte weg is naar werk. Dat kan zijn deelcertificaten, EFC-trajecten, leer-werkcombinatie. Scholingsexperimenten doet het UWV om de vakkennis en de vakskills van arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren. Dus er wordt al heel veel ingezet. Maar naar aanleiding van uw vragen zal ik ook zorgen dat ik in mijn volgende BO met het UWV, maar het halve UWV zit hier op de publieke tribune, ook deze zal bespreken. Hoe zorgen wij nou dat die mensen, want het is voor de mensen zelf van groot belang dat ze aan de slag komen, maar ook voor onze samenleving. En ik denk dat het ook belangrijk is, want u vroeg niet alleen naar skillspaspoort, de vacaturebank, belastbaarheid, jobcarving, maar ook hoe we dan zorgen voor die werkhervatting vanuit de WIA. Dat we dat echt breder inzetten. Daar hoort ook bij dat tweede spoor. Horen wij jongers bij. En zoals ik u al zei, dat gaat mee in het overleg met UWV en de sociale partners. En dan komen we ook terug bij u. In de Kamer van hoe wij dit aan het oppakken zijn, wat we al doen, wat er nog meer mogelijk is en wat er extra mogelijk is. Dan vroeg zowel mevrouw Katman als mevrouw Palland naar de 35-minners. Dat vind ik een lastige discussie, evenals degene die op die 50% grens zitten. En wel of niet net die andere 50% verdienen. Dat zijn ook van die 1-0 momenten waar ik het net over had. Dus deze moet ook mee met de OCTAS. 35 min zou zo'n 500 miljoen kosten. In het CRMLT wordt inderdaad geopperd om die drempel te verlagen naar 15%. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe fundamenteel die aanpassing zou zijn. Natuurlijk qua budget, 500 miljoen is echt heel veel geld. Maar ook qua uitvoering, als we het hebben over de belastbaarheid van de artsen. Wat wel belangrijk is, in die komende anderhalf jaar, totdat wij onze OCTAS-advies gaan krijgen, is hoe kunnen we ondersteuning naar werk verbeteren? Dat is natuurlijk de eerste. En hoe kun je zorgen dat die 35-minners eigenlijk diezelfde dienstverlening krijgen als we nu in allerlei reïntegratietrajecten hebben? Nou, sinds 2019 krijgen deze mensen naast de WW-dienstverlening ook toegang tot de AG-dienstverlening. AO-dienstverlening. AG-dienstverlening, pardon. Ja. Wat ik graag wil toezeggen aan u is dat wij gaan verder onderzoek doen hoe wij die dienstverlening verder kunnen uitbreiden. En wat de behoeftes zijn van deze groep om beter ondersteund te worden. En ondertussen is dit een van de vragen waar ik OCTAS specifiek heb gevraagd om naar te kijken. We komen dadelijk daar naar wat de onafhankelijkheid van de commissie betekent. Maar ik neem aan dat ze deze meenemen. En dan vroeg mevrouw Van Beukering naar hoe gaat dat nou met maatwerk bij het UWV? UWV heeft als strategie ruimte voor menselijke maat in dienstverlening. En vanuit hun werkagenda
In samenwerking met SZW wordt gewerkt aan een beleid met menselijke maat, waarin de burger de ondersteuning krijgt die passend is. UWV rapporteert daarover, of wij rapporteren daarover in de knelpuntenbrief. En in het stand van de uitvoering. UWV heeft maatwerkplaatsen gerealiseerd. Dat hebt u ongetwijfeld in de trialoog ook over gehoord. Een maatwerkplaats is een plek waar professionals van UWV terecht kunnen en zeggen, hier heb ik buikpijn van, dit wil ik bespreken, hier loopt het spaak. Dan los je de casuïstiek op, maar je gebruikt natuurlijk ook om breder te kijken waar je beleidsaanpassingen nodig hebt. Maar ook deze wil ik graag meenemen in mijn bestuurlijk overleg met het UWV, om ze echt uit te nodigen om aan te geven op welke manier die menselijke maat nog meer vorm kan krijgen in hun dagelijkse praktijk. Was dat een afronding van blokje 1? Dat was de afronding van blokje 1. Van de hardheden. Ja. Oké, dan heb ik een paar interrupties. Begin ik bij mevrouw Matoeg van GroenLinks. Oké, dan heb ik de heer Zeder van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister zegt het net over de 35 minners. En die gaf aan, we moeten ook kijken naar de fundamentele vraag. En toen dacht ik, nu komt het. Maar toen zei ze, hebben we genoeg geld ervoor? Het is een duur kostenplaatje, 500 miljoen. En hebben we genoeg artsen om dat te verwezenlijken als je naar bijvoorbeeld 15% zou gaan? En toen dacht ik, ja, maar dat is volgens mij niet de fundamentele vraag. Want de fundamentele vraag is of de huidige regeling, die 35, of dat niet een onrechtvaardige regeling is. Waarmee we als overheid gewoon jarenlang onbedoeld, maar wel levens van mensen tot stilstand gebracht hebben door de wijze waarop we dat met elkaar geregeld hebben. En het dus niet vanwege financiële redenen of capaciteitsvragen, maar gewoon omdat je tot een rechtvaardigere regeling wil komen. Dat de motivatie zou moeten zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. Wat die ook mogen zijn, want het is ingewikkeld. Maar ik vroeg me af of de minister het met die notie eens is. Dat volgens mij de fundamentele reden is waarom we op zoek moeten gaan naar de alternatief. Dank u wel daarvoor. De fundamentele vraag, de minister. Ja, voorzitter. Ik ben het met de heer Zeder eens. Kijk, wat het kost en wat het aan capaciteit kost, is niet de fundamentele vraag. Dat klopt. De fundamentele vraag is wat voor soort stelsel we willen hebben en wat we rechtvaardig vinden in Nederland. En dat is ook de vraag die bij de commissie voor mij, bij OCTAS, ligt. Hoe willen we dit met elkaar inrichten? Ik heb hem letterlijk in de opdracht aan de commissie opgeschreven, de 35 minners. Ik heb u hier goed gehoord. In het CRMLT staat het. Er zijn moties over aangenomen. Dus ik ga ervan uit dat deze fundamentele vraag ook gewoon grondig wordt opgepakt door de commissie. Want ik denk dat we die zorgen delen. Bij mevrouw Katman stond die op 1. Bij mij staat eerder de 50% op 1. Maar zo heeft iedereen zijn eigen gevoelens waarbij je zegt van, ik vind het een hele lastige 1-0 situatie, zo noem ik dat. Maar of je valt er wel onder of je valt er niet onder. Soms is hij complex, soms is hij moeilijk uit te leggen. En soms voelt hij gewoon als waar het systeem knelt en wringt. En dat moeten we met elkaar aanpakken. Dank u wel. Mevrouw. Ja, dat. Ja. Mevrouw Van Beukering. En als de voorzitter onze kant op kijkt, dan. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde minister net zeggen dat ze in het BO, neem aan bestuurlijk overleg met het UWV, nog even zal gaan praten over de maatwerkplaats. En ook wat daar, nou ja, in ieder geval, wat ik beoogde te vragen, dus ik zal nog een keertje verduidelijken, is of het mogelijk is om in dat BO ook te vragen aan het UWV of zij iets van een mogelijkheid kunnen krijgen dat zij. Want ik heb wat voorbeelden gehoord die in de maatwerkplaats besproken zijn, maar vervolgens bleek het op wetgeving af te hangen. En konden ze eigenlijk voor die ene persoon waarbij dat onderbuikgevoel de reden was om een maatwerkplaats op te starten, toch niet iets betekenen. En dat vind ik zo zonde, want ik denk bij mezelf, als we hier met elkaar van overtuigd zijn dat we de hardheden moeten aanpakken, en we hebben dan een concrete casus waarvan we denken, hier zouden we iets in kunnen betekenen. Dus mijn vraag zou eigenlijk iets concreter zijn richting de minister. Zou zij kunnen kijken of er iets van een mogelijkheid is om het UWV daar iets meer ruimte te geven? Dus die discretionaire bevoegdheid misschien met u op een bepaalde manier af te spreken? Ik heb geen idee. Ik heb het wel ergens in een brief gelezen dat die mogelijkheid wel geboden kan worden aan uitvoeringsorganisaties. Maar ik zou graag de minister willen oproepen om daar een beetje creatief in te zijn. Dank u wel.
Minister. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik het begrepen heb, de casussen die aan een maatwerkplaats, bij een maatwerk, op een maatwerkplaats worden, in een maatwerkplaats worden gebracht. 80 tot 90% daarvan wordt gewoon netjes afgehandeld. Dus het is een kleiner gedeelte van de casuïstiek die er komt, die binnen de huidige wetgeving niet kan. Ik ben een beetje huiverig om zoveel discretionaire ruimte te geven dat er buiten de wet gehandeld kan worden. Dat zou u ook niet willen. Ik denk ook niet dat u dat bedoelt. Dus ik ga even uitvragen hoe het UWV nu ervaart wat hun discretionaire bevoegdheid is. Of zij daar extra ruimte denken nodig te hebben. En dan afwegen of ik vind dat dat binnen de kaders en de wet en de regelgeving past. En dan hoort u daar natuurlijk ook weer over terug. Dank u wel, mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, ik ben wel blij dat de minister nog even verduidelijkend de vraag stelt. Nee, natuurlijk willen we niet dat er alleen maar afgeweken wordt van wet en regelgeving. Maar ik heb echt wel mailtjes gehad van mensen die zoveel geld terug moesten betalen, om wat voor reden dan ook, dat ze vervolgens bij de gemeente aan het loket stonden voor schuldhulpverlening. En dan denk ik bij mezelf, ja, dit klopt helemaal, maar was dit nu echt precies de bedoeling? En helpen we nu niet als overheid toch weer mensen van de regen in de drup? Dit is een voorbeeld. Ik heb er een paar meer verzameld. Niet alles kan in de maatwerkplaats behandeld worden. Maar ik heb hier wel het gevoel van, zeker ook vanuit de gesprekken met het UWV, dat dit soms voor hun ook niet prettig voelt. En het maakt mij, ik wil niet dat er afgeweken wordt, helemaal niet. Maar als dat nou ergens kan helpen om in ieder geval te voorkomen dat ze naar het volgende loket doorgestuurd worden, dan zou ik daar in ieder geval een oproep voor doen. Oké. Het was geen vraag uiteindelijk, maar... Nee, het is een oproep die ik meeneem in mijn gesprek met het UWV en in mijn eigen overwegingen. Een gedeelte van de problematiek dat mensen veel moeten terugbetalen komt natuurlijk in die verrekensystematiek die ik eerder noemde aan de orde, gedeeltelijk ook niet. Wat natuurlijk altijd de bedoeling is van een casus die wordt aangebracht, is dat als het echt tegen de wet en regelgeving aanbotst en je zegt dit zou opgelost moeten zijn, zoek je eerst naar oplossingen. En als je meerdere casussen hebt waarvan je zegt, hey, die hebben allemaal datzelfde probleem, dan komt die in de knelpuntenbrief. Eerst de brief die aan mij gestuurd wordt en dan de brief die vervolgens naar uw kamer gaat. Dus dan hoort u er ook weer van. Dank. Dan een interruptie van mevrouw Katman, PvdA. Ja, voorzitter. Wat deze discussie betreft, heb ik trouwens een horizontale prioriteitenlijst van 3, wilde ik nog wel even meegeven. Maar dat ik deze ook als belangrijke prioriteit zie met die 35 minners, is natuurlijk ook gewoon omdat we op de vingers zijn getikt door de ILO. En onze manier van doen is gewoon helemaal niet in lijn met dat ILO-verdrag 121. En dat vind ik gewoon een hele belangrijke. Als de International Labour Organisatie zegt, mensen, kom op in Nederland, zo kan je niet met mensen omgaan, er zijn veel te veel mensen met en geen werk en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is dat een heel erg kwalijk punt. Want ik vind gewoon dat wij het, nou, ik hoopte eigenlijk altijd dat juist op deze fronten Nederland koploper was. Mijn concrete vraag is, de minister die had het over, dit gaan we meegeven en het is moeilijk. Want ja, we gaan wel even kijken mensen nodig hebben om misschien wel aan het werk te gaan. Nou, volgens mij liggen daar al heel veel constateringen. De mensen zonder startkwalificatie oververtegenwoordigd. Mensen met lage opleidingen oververtegenwoordigd. Maar een ander belangrijk punt is dat het vaak ook eraan ligt dat werkgevers gewoon niet voldoende equipped zijn. Of van plan zijn om er iets mee te doen of het niet kunnen. En ik vraag me ook heel erg af wat er aan die kant gebeurt. Want het ligt niet aan die mensen dat ze niet aan de bak raken. Ik heb alleen maar mensen gesproken die staan te springen en te juichen. Het zijn vaak werkgevers die niet kunnen. En ik vraag me heel erg af wat er aan die commissie wordt weegegeven en wat er dan aan die kant gaat gebeuren. Dank u wel. De minister. Ja, voorzitter. Volgens mij 2 onderwerpen. Ik moet even iets opschrijven. Ja. Eerst even over de 35 minners. Dat ILO-verdrag waar wij ons niet aan zouden houden, daar is overigens, even terzijde, maar wel belangrijk noemen, het kabinet het niet mee eens. Ze hebben ook in bezwaar, hebben we daar aangetekend, zijn we over in gesprek. Maar volgens mij raakt dat aan iets anders, wat eigenlijk net even nog niet aan de orde kwam in de discussie met de heer Seder. Is die 35 min, ik kan me voorstellen dat mensen dat ook als een probleem zien. Het werkelijke probleem zit erin, en dat noem ik het nachtblindheidprobleem. Een piloot die nachtblind wordt, heeft meer kans op een uitkering dan een cashier bij de HEMA.
Dat is het werkelijke probleem. En dat vertaalt zich dan vaak in een gesprek en praten over 35 min. Maar het werkelijke, de werkelijke vraag is, verzeker je arbeidsongeschiktheid of verzeker je inkomen? Wij hebben een systeem van inkomensverzekeringen. En dat is ook de discussie met de ILO. De ILO die zegt, het gaat over arbeidsongeschiktheid. En wij hebben een systeem van inkomensverzekeringen. En daar zit ook spanning in die discussie met de ILO. Tweede, over de rol van de werkgevers. Ik ben het met u eens dat het belangrijk is dat werkgevers anders moeten leren kijken naar mensen die nu aan de kant staan. Dat gaat overigens over mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Dat gaat ook over, we hadden het eerder vorige week erover, over senioren, mensen met een andere achternaam, noem maar op. Maar heel concreet, als je hier nadenkt over wat je wilt in een baan, dan ga je op zoek naar het schaap met vijf poten. Terwijl als je kijkt naar wat iemand nog kan, welke arbeidsgeschiktheid iemand heeft, dan zoek je één schaap met vijf poten, één schaap met twee poten, één schaap met drie poten. We hebben het voorbeeld vaker gehad. Dat heet officieel job carving, open hiring. En daarom vond ik die suggestie van mevrouw Palland wel aardig. Kunnen we het nou niet eens even omdraaien en zorgen dat zo'n vacaturebank ook een belastbaarheid in zich heeft? Of vaardigheden, zodat je belastbaarheid is weer wat mensen niet kunnen. Of welk, dan moet je positieve belastbaarheid. Maar dat je zegt, van ik heb iemand die best in een aantal uur per dag dit werk kan doen, maar niet voor 8 uur per dag. Of die bepaalt hoeveelheid van stress in een andere baan prima aan kan, maar in die oude baan niet. Ik sprak iemand die onderwijzeres was geweest, die een burn-out had gehad en die expliciet niet wilde reïntegreren op haar oude school. Zij is gereïntegreerd op een school een paar dorpen verderop, waar niemand wist wat er allemaal gebeurd was. En ze is weer gewoon prima. Ze werkt nog niet fulltime, maar ze is wel weer, ik weet niet precies hoeveel uren aan de slag. Dat zijn natuurlijk ook situaties waar je die kans moet krijgen. En zij kreeg die kans, zoals ik het had begrepen, omdat haar werkgever was op meerdere scholen. Dus prima een soort tweede spoor binnen de eigen organisatie kon doen. Ik zie heel veel werkgevers die echt hun best doen. Ik zie ook een aantal werkgevers die nog niet helemaal hun best doen. Eerlijkheidsgebied te zeggen dat de banenafspraak die we hebben natuurlijk bij werkgevers in de private sector wel goed loopt en bij de overheid minder goed loopt. En volgens mij was het net deze maand 1000 voorbeelden maand. Dat er over gaat dat werkgevers voorbeeld met en name MKB'ers voorbeelden met elkaar delen over hoe je door job carving, open hiring, anders naar mensen kijken, juist mensen wel aan het werk krijgt. Dus er gebeurt een boel. Maar ik denk dat het goed is dat ik in mijn gesprek met de sociale partners dit gesprek ook meeneem. En dat we u misschien ook eens laten weten wat er allemaal wel gebeurt. En dan kunnen we er verder over praten of het wel of niet voldoende is. Mevrouw Katman, tweede. Nou, op zich weet ik wel wat er wel gebeurt. Want ik wil ook niet in de hoek gedrukt worden alsof ik alleen maar onwelwillende werkgevers zie. Dat zie ik niet. Ik heb heel veel mensen om me heen die ongelooflijk welwillende werkgevers zijn. Het gaat er alleen ook om dat die welwillendheid niet ook altijd gestut wordt met hulp. Sommige werkgevers geven gewoon aan, weet je, wij hebben gewoon niet de capaciteit op de werkvloer om mensen goed te kunnen begeleiden. Daardoor hebben wij ook niet een HR-afdeling bijvoorbeeld die gespecialiseerd is in welke mensen moet ik dan daarvoor aannemen. Noem maar op. Dus het was meer mijn concrete vraag. Wat doen we aan de werkgeverskant? En het gaat niet om dat ik alleen maar onwelwillende werkgevers zie, maar ook juist om dat te stutten. Omdat het probleem vaak bij die werkgever ligt, niet bij die werknemer. Die staat te springen, die wil. Die wil door elke hoepel springen om aan zijn percentage te komen vaak. En dat was gewoon de gerichte vraag. Oké. Okay. Ja, voorzitter. Pardon. Ja. We hebben een scala aan instrumenten. Maar juist omdat we zien dat het bij sommige werkgevers wel goed loopt en bij anderen minder. En de worsteling die met name kleinere werkgevers hier hebben die niet die HR-afdeling hebben. Zijn we ook aan het kijken hoe we dit soort werkgevers beter kunnen ondersteunen. En maar dat is een intern antwoord. We zijn ook bezig intern een team op te richten dat speciaal gaat kijken naar hoe kun je werkgevers, met name kleinere werkgevers, beter ondersteunen. Wat werkt er wel, wat werkt er niet. Maar het is denk ik goed om u in Q1 een overzicht te sturen van wat zijn de maatregelen die er al zijn. Wat zegt bijvoorbeeld MKB Nederland zelf wat er wel niet werkt. Ook naar aanleiding van die 1000 voorbeelden maand, die goede voorbeelden. En wat vinden wij dat we kunnen intensiveren. Waar leren we van goede voorbeelden die we breder kunnen uitrollen. Op die manier. Want ik ben het zeer met u eens
Als het nu in deze arbeidsmarktkrapte niet lukt, of het nou mensen zijn die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, of om een andere reden aan de kant staan. En we hadden hier 2 weken geleden ook staatshouders aan het werkdiscussie. If not now, then when? Als het niet nu lukt, wanneer dan wel in deze arbeidsmarktkrapte? Dus dit is echt het moment om dat aan te pakken. Maar dat wil ik wel echt samen met de werkgevers doen. Want die weten het beste wat zij nodig hebben. En die weten het beste... wat je vaak ziet bij kleinere werkgevers is dat er wel degelijk ruimte is voor 1 of 2 grote prioriteiten. Waar grote organisaties een HR-afdeling hebben, die kunnen alle 37 doen. En dan hangt het af van de passie van de individuele CEO, ondernemer. Die zegt, ik zet mij in voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Of ik zet me juist in voor staatshouders aan het werk. En dan zie je dus dat ze op 1 onderdeel heel hard gaan. Juist omdat ze klein en wendbaar zijn. Maar dat ze niet alle onderdelen tegelijk aan kunnen. Het is ook de vraag of je dat van hele kleine organisaties moet vragen. Maar van de middelgrote wel. Dank u wel. Die brief is genoteerd. Dan mevrouw Pallant, CDA. Ja, voorzitter, ik denk dat dat raakt aan dat laatste punt van die brief. Want ik probeerde nog even mijn zegeningen te tellen op de toezegging rond die 35 minners. Hoorde ik de minister aangeven van we doen al sinds 2019 wel WW-dienstverlening. En dan werd vervolgens gezegd, we hebben AG-dienstverlening. En dan gaat het toch mijn beperkte vermogen over welke soorten dienstverlening we allemaal hebben. Ik ken de term WGA-dienstverlening. Maar als de minister kan met de toezegging... dat ze in gesprek gaat hoe die dienstverlening voor juist die 35 minners... wel ook in de tussentijd in ieder geval te kijken wat er aan verbetering mogelijk is. Als dat kan worden toegelicht van wat is er dan nu? Vervolgens hopelijk resultaten uit de verdere verkenning hoe dat verbeterd kan worden. Dan zou ik daar heel blij mee zijn. En nog een tweede punt was even in vervolg op mevrouw Van Beukering over de maatwerkplaats. Daar komen knelpunten uit naar voren. Dan denk ik, dat zou... En als daar een patroon in zit, waar dus die 10% waar ze niet iets mee kunnen... is daar een soort feedback loop, zodat dat wel een keer op tafel landt. Want dan zou er, als daar een soort patroon in zit, dan zou je wel kunnen kijken. Moet je daar als wetgever wat mee? Of gaat dat soort signalen bijvoorbeeld, wordt het verzameld en wordt dat meegegeven aan die OCTAS? Duidelijk. Mevrouw Verhemp. Eerst even over de 35 minners. Wat we daar met al uw suggesties die we gaan meenemen, met alle suggesties van mevrouw Pallant die we gaan meenemen. Het lijkt mij goed om in diezelfde brief waar we het gaan hebben over, ik noem het maar even de 2 en 3 schapen, 2 en 3 potent schapen brief, klinkt wat flauw, maar dan weten we allemaal wat we bedoelen. Dat we daar ook de 35 minners uitdagingen meenemen. Er loopt een onderzoek bij het UWV, maar dat is volgens mij pas eind volgend jaar klaar. 2024-Q1. Dus over de 35 minners, wat we daar meer kunnen doen. Dienstverlening. Dus we gaan even kijken of daar tussen... Want dat zijn dan echt meer dingen waar groepen vergeleken worden. Daar heb je wel echt even de tijd voor nodig. Maar we kunnen even kijken wat we daar wel alvast uit mee kunnen nemen. Want u wilt denk ik niet tot 2024 op een antwoord wachten. Maatwerkplaatsen, die feedbackloop is er. Dat is de knelpuntenbrief. Dus daar komen die knelpunten naar boven. En dan komen ze ook uw kant op. En soms met een antwoord, deze kunnen we oplossen. En soms met een antwoord, als we de wet en regelgeving op die manier vast willen houden, dan lukt het wel of niet. Maar die krijgt u elk half jaar. Top. Dan heb ik een laatste interruptie van mevrouw Matoeg, GroenLinks. Dank, voorzitter. Ik had het antwoord op mijn CBBS-vraag nog niet gekregen, maar misschien zit die ergens anders. Maar dat even als bruggetje, voorzitter. En ik hoop heel erg dat de oproep van ga nu iets doen niet betekent 2025 Q1... dus ik hoop dat straks in tweede termijn dat toch wat concreter wordt voor de mensen nu. Maar mijn vraag ging over die 35 min en die drempel en de budgetten die de minister noemde. Want die noemde 500 miljoen en dat herkenden wij eigenlijk niet helemaal. Omdat het Centraal Planbureau ons voorrekende dat het 260 miljoen kost als je het naar 25% doet. En 430 miljoen als je het naar 15% doet. Dus waar komt die 500 opeens vandaan, voorzitter? Dank u wel. Dan mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter. Het klopt dat het 430 miljoen en 200 zoveel miljoen was. Maar dat is wel een antwoord van een jaar geleden. Dus we hadden inmiddels al naar bijna 500 miljoen ingecalculeerd. Dus daar komt die 500 miljoen vandaan als je naar 15 doet. Dat klopt.
Dus, maar het klopt dat er ook een tussenvorm is met 25% voor 260 miljoen is het oude getal. Dus het zal inmiddels ook wel tegen de 300 miljoen zijn. U heeft daar voor duidelijk de opmerking over, want u heeft nog een andere vraag over CBS. Maar uw vraag was wat we aan het CBS concreet gingen doen. Volgens mij heb ik een aantal zaken genoemd, ook in antwoord op mevrouw Pallant, die we dus nu gaan doen. En het CBS is CBBS, is precies een van die fundamentele vragen die OCTAS ook mee moet nemen. Wil je uitgaan van een theoretische verdiencapaciteit? Ja of nee? En vervolgens de praktische vraag, wil je het dan op deze manier berekenen? Dank u wel. Inkomsten, arbeidsongeschiktheid. Mevrouw Matoeg. Nou, even. Het hoeft niet nu hier, het kan misschien ook bij een later blokje. De vraag die ik had gesteld was, even over CBBS. Vindt de minister dat dit nu goed werkt? En ik had heel specifiek gevraagd, omdat we in de brief lazen, dat factoren zoals affiniteit, sociale omstandigheden en beschikbaarheid van de functies geen rol spelen. En de vraag die wij toen stelden, voorzitter, in onze eigen inbreng, u kunt toch niet ontkennen dat dit van belang is voor een goede arbeidsmarkt. Dus dat was dat hele fundamentele. En toen had ik daar een interruptiedebat met mevrouw Pallant over. Dus ik zou het fijn vinden als de minister daar nog op reageert. Maar ik ga nu mijn tweede interruptie doen, want fijn dat we het verduidelijkt hebben. Want ik had namelijk ook over 35 min en ook loondoorbetaling gevraagd. En de minister zegt nu ook, hey, er zijn recentere cijfers, kunnen wij die dan ook krijgen? Dat we een budgettaire inschatting kunnen maken. Dus of de minister ons dat kan doen toekomen en of ze dat wil toezeggen. En dan is mijn vervolgvraag, voorzitter. Want nu volg ik het eigenlijk niet meer. Want de minister gaf net in haar antwoord aan, nou, met de oudere cijfers 430 miljoen en 260 als je het naar 25 doet. Dat is ingewikkeld, want artsencapaciteit. Maar tegelijkertijd zien we voor de loondoorbetaling bij ziekte, wat ook artsencapaciteit kost, ook instroom van de WIA. Naar onze inschatting met misschien achterhaalde cijfers kan dat oplopen tot 15.000. Dan denk ik, ja, maar nu snap ik het niet. Dus bij het ene wat de werknemers moet verbeteren, zeggen we, daar is geen geld voor en dat kost artsencapaciteit. Maar de loondoorbetaling bij ziekte, daar wordt een andere afweging gemaakt. En die snap ik niet in het politieke oordeel. Dus dat zou mijn vraag aan de minister zijn. Waarom is het niet erg dat loondoorbetaling bij ziekte artsencapaciteit kost? Oké. Okay. Dat waren al uw opmerkingen. Ja. Waar gaan we beginnen? Eerst even over het CBS. Volgens mij dat was uw eerste opmerking. Kijk, volgens mij zei ik zojuist, het CBS is een manier om verdiencapaciteit te berekenen. En dat is inderdaad gebaseerd op een theoretische berekening. Zo is het systeem in elkaar gezet. En dan tellen er dus een aantal dingen niet mee. En hoe pijnlijk wij dat met elkaar ook wel of niet vinden, zo zit het systeem op dit moment in elkaar. En daarom ook dat het heel belangrijk is dat OCTAS zich buigt over de vraag, wil je een inkomensverzekering of wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 1. 2. Wil je dan, als het een inkomensverzekering is, een theoretische verdiencapaciteit berekenen? 3. Op welke manier zou je dat dan kunnen berekenen? Nou, misschien gaat dat nog wat ver voor zo'n commissie om daar heel gedetailleerd op in te gaan. Maar dat zijn de vragen die voorliggen. En juist ook vanwege de vragen die u schetst. Herkennen mensen het als ze zeggen, ik heb geen affiniteit met dat beroep en toch staat die op het lijst. Ja, die staat op het lijst vanwege die theoretische beoordeling wat iemand nog kan verdienen. Zo werkt het systeem al een heleboel jaren. En dat is het systeem waarvan wij nu aan OCTAS hebben gevraagd. Houd dat heel erg goed tegen het licht. Dan over de cijfers wat het kost. Ik moet u eerlijk zeggen dat die bijna 500 miljoen gewoon een inschatting van onze kant was. Hè, 430 en huidige inflatie dit jaar. Wij kunnen zeker voor recentere cijfers zorgen. En die zullen dan ergens tussen die 430 en 500 miljoen liggen. Dat kunt u bijna zelf uitrekenen. Maar wij zullen dat voor u doen. Loondoorbetaling bij ziekte. Die gaat natuurlijk ook mee in de discussie over de arbeidsmarkthervorming. Die is onderdeel van het pakket, zowel in het coalitieakkoord als in het CRMLT. Wordt door de werkgevers heel belangrijk geacht dat we daar stappen op zetten. En dan gaat het over dat tweede jaar, loondoorbetaling bij ziekte, hoe je dat uitvoert. Die gesprekken lopen op dit moment. De vraag is inderdaad wat daar de impact is op de capaciteit, op de artsencapaciteit. En wat dat eventueel gaat kosten. Maar, ja. Eerst uitwerken, dan gaan we kijken. Ja. Komt terug in de brief.
Kijk, wat hier belangrijk is bij de loondoorbetaling bij ziekte, is dat dat onderdeel is van de hele discussie over de arbeidsmarkthervorming. En dat het dus ook onderdeel is van een pakket waar er voor werkgevers een aantal dingen in zitten die heel erg belangrijk zijn. En voor werknemers een aantal dingen in zitten die heel erg belangrijk zijn. Juist ook om die balans te houden tussen flex, minder flex maken en nog wel wendbaarheid van ondernemingen voor elkaar krijgen. En dat zijn we nu aan het uitwerken. En daar hoort u hopelijk in januari, begin februari heel veel meer over. Dank u wel, mevrouw Moutoug. Dank, voorzitter. En die plannen die zijn wel al geraamd op 310 miljoen structureel. Maar de minister zegt net, we hebben de invulling nog niet. Dus mijn vraag is dan, hoe kun je dan een budgettaire reeks hebben voor loondoorbetaling bij ziekte als je nog niet de invulling hebt besloten? Ja, voorzitter, dat is een globale schatting die in het coalitieakkoord is gedaan. Daar was ik zelf niet bij betrokken. Maar dat is eigenlijk het budget wat we ervoor hebben, zo zie ik dat. Wat iets anders is dan een inschatting dat het dat precies gaat kosten. Ja, en we hebben net recent, voorzitter, de begroting behandeld. En de minister zegt, ik weet nog niet hoeveel het kost. Dit is ook nu in de begroting zoals we hebben een inschatting. En dan komt mijn politieke vraag. In de vorige kabinetsperiode is er vanuit publieke middelen al 400 miljoen uitgegeven voor de AOF-premie voor kleine werkgevers. Omdat loondoorbetaling bij ziekte na 1 jaar niet doorging. Vinden wij een prima maatregel als GroenLinks. Belangrijk dat die knop er ook is. Nu zien we een regeerakkoord van dit kabinet dat zegt, ik vind dat MLT-advies, vind ik zo goed, dat neem ik over. En dan ga ik toch door op de vraag van mevrouw Katman. Want we zien een discrepantie. Als het gaat om de werkgevers waar echt zorgen zijn, willen we ook niet ontkennen. Dan wordt er gezegd, hier is een pot met geld. Die hebben we ook al klaar liggen, ook al hebben we de invulling niet. En dat weten we niet. Via 35 min is geen pot met geld, weten we nog niet. En dan krijgen we het antwoord, artsencapaciteit. En mijn vraag aan deze minister is, dat kan niet allebei. Want alles kort artsencapaciteit. Waarom dan niet die twee dingen naast elkaar uitwerken en dan de politieke vraag met elkaar beantwoorden? Waar wil ik mijn artsencapaciteit op inzetten? En waarom is daar nou al een voorschot op genomen? Waarom vindt de minister dat ene doen belangrijker dan, zoals de minister net heel goed zei in de inleiding van dit debat, die 0-1 beslismomenten die maken of breken de levens van mensen? Waarom schrijven we dat nu op de lange baan? Daar kan deze minister een andere keuze op maken, ook met deze begroting en de budgetten die zij heeft, voorzitter. Is ze bereid dat te doen? Dank u wel. Mevrouw van Gennep. Even voor de duidelijkheid, voorzitter. De discussie over 35 min gaat ook echt over een fundamentele vraag. Dat was ook het gesprek met de heer Seder zojuist. Artsencapaciteit, euro's spelen daar een rol. Zeker wat je op korte termijn kunt veranderen in het stelsel. Op middellange termijn moeten wij die artsencapaciteit, daar komen we zo op, opgelost hebben. Anders kunnen we geen enkele wijziging in het systeem, of u het ermee eens bent of niet, maar welke wijziging ook, niet doorvoeren. Dus die artsencapaciteit moet opgelost worden. Maar heeft op de korte termijn natuurlijk wel degelijk impact op welke keuze we ook maken. Of dat nou loondoorbetaling bij ziekte, 35 min, AOV, ZZP, noemt u maar op. Dus dat was ook mijn laatste stukje van mijn inleiding waarin ik zei, en onze toekomstige ambities moeten nu landen in een stelsel wat vast aan het lopen is. Dus dat vastlopen, dat moeten we oplossen. Vandaar die korte termijn maatregelen en die procesinnovaties waar we het zo over gaan hebben. Dan wat betreft wat er in het coalitieakkoord staat over wat we kunnen doen met het CER-MLT, loondoorbetaling bij ziekte, onder andere. Hè, er staan een heleboel dingen in. In het CER-MLT staan een heleboel zaken. Ik ben het niet met u eens dat welk bedrag er ook in staat, dat dat alleen maar is ten gunste van werkgevers. Want een goede uitkering is ook ten gunste van werknemers die ziek worden. Dat is echt niet zo dat dat alleen maar de werkgevers stut. En ik denk dat we in de balans van het pakket heel goed moeten kijken, hoe werk je individuele maatregelen uit? Wat was er ooit mee bedoeld toen het opgeschreven werd? Ook dat is niet altijd even duidelijk op dit moment. En wat is dan vervolgens de balans, zodat je echt zorgt, één, dat die arbeidsmarkt, zoals ik vorige week ook zei, weer gaat werken als draaischijf waar mensen mee kunnen doen in die samenleving. En waar je ook echt zorgt dat je met name daar waar het echt uit balans is geraakt, schijnzelfstandigheid, arbeidsmigranten, maar ook een aantal zaken in de WIA die we vandaag bespreken, dat je die aanpakt. Overigens even voor duidelijkheid, WIA is geen onderdeel van de discussie over arbeidsmarkthervorming, voordat ik die daarmee ga belasten. Maar dat zijn natuurlijk wel allemaal grote uitdagingen.
Ik denk dat ik hem daarmee beantwoord. Ja, we hebben nog 4 blokjes. Dus we gaan verder met sociaal medisch beoordelen. Tweede blok. Ja, korte termijn sociaal medisch beoordelen. Het ging er natuurlijk net al even over hardnekkige problematiek. Mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal medische beoordelingen. En dat gat tussen vraag en aanbod is op dit moment gewoon onaanvaardbaar groot. Het aantal verzekeringsartsen blijft de komende periode in het beste scenario gelijk. En is daarmee niet voldoende, omdat het aantal beoordelingen ook gewoon stijgt. Dat raakt de uitvoerbaarheid van het stelsel, het net al over, maar het heeft ook vooral hele grote gevolgen voor mensen zelf. Die op die lange wachtlijsten staan, daarmee lang in onzekerheid verkeren, zenuwachtig zijn. Het heeft een financiële impact. Het maakt ook dat mensen in die tijd wellicht geen stappen ondernemen richting werk, waar ze misschien anders wel zouden willen doen. Dus ook in de manier waarop de uitvoering werkt, zijn fundamentele wijzigingen nodig. Daar is van de ene kant tijd voor nodig. Van de andere kant voelt het UWV, net als u en ik, ook de urgentie om daar echt wat aan te doen en om daar voort mee te maken. Wij hebben u aangekondigd besloten deze zomer om een aantal maatregelen te nemen om iets van die druk, van die mismatch af te halen. Dat gaat over maatregelen die het UWV zelf kan nemen om de mismatch te verkleinen, de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Dat zijn 7 maatregelen die u allemaal in die brief hebt kunnen lezen. Een van de belangrijkste is procesoptimalisatie binnen sociaal-medische zaken. Dat is het onderdeel waar die WIA-beoordelingen plaatsvinden. En 2 buitenwettige maatregelen, de 60-plussers en het niet beoordelen van mensen met duurzaam geen arbeidsvermogen die toch werk vinden. Eerst even over de procesoptimalisatie en daarna over de 60-plussers. Het regiemodel, want daar begon de heer De Kort over, dat is precies de inspiratie geweest en de pilots die daar plaats hebben gevonden om begin dit jaar te zeggen, of waar ik begin dit jaar aan het UWV heb gevraagd om dat versneld uit te rollen over het hele land. En dat is precies wat het UWV nu aan het doen is. En we zien dus ook op dit moment dat die regio's die al onder een regiemodel werken, inderdaad beter functioneren, meer beoordelingen kunnen doen. Ik ben heel benieuwd, en het UWV zelf ook, als we, ik denk, een kwartaal verder zijn, wat de verschillen zijn, ja, als je een normaal curveverdeling hebt, tussen de verschillende regio's, tussen verschillende artsen, zodat je ook kunt zien waar loopt het goed, waar loopt het minder goed, en dan kunt zorgen dat daar waar het goed gaat, dat anderen daarvan kunnen leren. Ik denk ook dat je uiteindelijk op een meer centralere set van afspraken moet komen op welke manier je er invulling aan wilt geven. Maar er loopt op dit moment een procesdoorlichting door EY. En begin 2023 dan levert EY die resultaten op. Dus we hebben het regiemodel al. Daarnaast procesdoorlichting door EY. Dat is het tweede. Derde is, er zijn nu op alle kantoren van het UWV teams die er kunnen zorgen dat de onderbouwing van een WIA-claim zo is opgesteld dat artsen sneller kunnen beoordelen. Dus dat is een van de zaken die het UWV al heeft ingevoerd. Bijvoorbeeld dat UWV-klanten voor de WIA-claimbeoordeling worden gebeld om alvast reïntegratie te kunnen starten, om hen te informeren over het beoordelingsproces, aanbod op het voorschot toe te lichten. Vierde, er wordt extra ingezet op de dienstverlening van mensen in de ziektewet. NWW'er die zich ziek melden, dat is een stap in preventie natuurlijk. Als je daar de begeleiding versterkt richting werk, dan stromen er naar verwachting meer zieke WW'ers uit de ZW-populatie. De vijfde is een verbeterde uitvoering van de RIF-toets. En de zesde is de actieve werving en opleiding van artsen. En waarschijnlijk eind van dit jaar komen er 90 extra verzekeringsartsen bij. Bijna 90 sociaal-medische verpleegkundigen. Die laatste zijn vooral nodig om die opschaling mogelijk te maken van die sociaal-medische centra, SMC's, waar meer met taakdelegatie gewerkt wordt. En ja, wat uiteindelijk de verhouding is tussen aantal artsen en aantal verpleegkundigen, dat is aan het UWV, maar dat je er meer nodig hebt, dat is heel duidelijk. Het is nu nog iets te vroeg
om de concrete resultaten, hè, UWV breed van die maatregelen te verwachten. Maar we zien in oktober al wel de eerste resultaten. En in de voortgangsbrief in het eerste kwartaal van 2023 informeer ik u verder over wat de eerste resultaten zijn van dat regiemodel, van alle procesveranderingen die het UWV doorvoert. En ook van de uitkomsten van EY. Dat betekent overigens niet dat alle extra maatregelen niet meer nodig zijn. Sterker nog, hiermee lopen we een klein beetje van het verschil in. Maar we zijn er nog steeds niet. We zullen echt nog verder moeten kijken, ook naar aanleiding van EY. En ook als je dat regiemodel verder doorvoert. Want we hebben nog steeds die 5 uur, u kent hem nog vanuit het voorjaar. Kun je die echt significant terugbrengen als je dat regiemodel in alle regio's doorvoert? Komt hij dan uiteindelijk op 3,5 uur uit? Dat weten we nu nog niet, maar dat is wel een van de doelstellingen om dat soort discussies veel meer te kwantificeren en ook veel meer sturend op te zijn. Zonder dat je afdoet aan het medische oordeel van die arts. Want dat blijft natuurlijk belangrijk, zoals een aantal van u ook zei. De heer Stoffer vroeg of de wettelijke kaders, de algemene maatregelen van behoorlijk bestuur en bestaande systemen, of die knellen. Ja, die knellen natuurlijk zo nu dan. Maar willen we daarbij kijken naar het delegeren van taken? Ja, dat hebben we ook juist in die brief geschreven. En daar waar het knelt, komt dat terug in de knelpuntenbrief. Dat had ik u eerder al gezegd. De 60-plus maatregel. Ja, alle 60-plussers die in aanmerking komen voor een vereenvoudigde beoordeling, kunnen om een normale via-claimbeoordeling blijven vragen. Met een verzekeringsarts. Dus diegene die dat wil, die aan het werk wil, die kan daar gewoon om vragen. UWV benadert zowel de werkgever als de werknemer vooraf aan de beoordeling om hem te vragen of ze toestemming geven voor een vereenvoudigde beoordeling. Het is een buitenwettelijke maatregel, zoals u weet, en daarvoor gelden strikte kaders. En de doelgroep is bewust duidelijk afgebakend, waarbij gekozen is voor objectieve criteria. Dat betekent alle 60-plussers tussen 1 oktober 2022... en 31 december 2024, die de einde wachttijd bereiken, die kunnen gebruik maken van de eenvoudige claimbeoordeling. En degene die al op de stapel lagen, om het maar zo te zeggen, die nemen we niet mee. Want dan zou je een verschil krijgen als je toevallig bij een regiokantoor bent waar een wat langere wachttijd is en je lag op de stapel, of je was al behandeld. En dat zou rechtsongelijkheid geven. En daarom is de afbakening van de doelgroep dus zo heel erg op datum en niet of je al in die wachtrij zat. Ten slotte, het blijft natuurlijk heel erg belangrijk om juist ook deze 60-plussers te blijven stimuleren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. En daar hebben we dus ook allerlei maatregelen voor, waar we het net ook al over hadden en nu nog verder over gaan hebben. Ik ben benieuwd waar u bent. Bij de 60-plussers nog? Nog 60, oké. Okay. Want we hebben nog 3 blokken. Dus ik probeer even te kijken hoe ver we zijn. Maar u heeft nog hoeveel vragen te beantwoorden? Nou, deze. Oh jeetje. Nog best wel een stapel. Het volgende blok is vrij dun. En dan komt de commissie nog en overige vragen. Oké. Okay. Maar ik ga wat tempo maken. Graag. 60-plussers. Wij zetten personen in voor de WIA voor de persoonlijke reïntegratieondersteuning. Dat gaat via intensieve persoonlijke dienstverlening, ook voor 60-plussers. Overigens laat collega Schouten onderzoek doen naar welke mensen die nu niet tot de doelgroep banenafspraak behoren, daar wel baat bij zouden hebben. Daarover wordt u begin eerste helft 2023 geïnformeerd. Gaan wij de 60-plus maatregel monitoren en evalueren, vroeg de heer Seder. Ja, dat gaan wij doen. Want we willen niet alleen weten of die echt werkt zoals we van tevoren hadden verwacht, maar ook wat de eventuele nadelen zijn en in hoeverre we de druk op het UWV verlichten. Samenwerking met de curatieve sector, daar vroeg mevrouw Palland naar. Ja, we kijken ook of we in het proces van gegevensverzameling meer kunnen samenwerken. Of er een overdracht mogelijk is van medische informatie binnen de keten. Met als doel een compleet dossier van de cliënt. Dat kan via de
artsenkant, maar het kan ook via de kant van de cliënt. En dat laatste is waarschijnlijk makkelijker, AVG-technisch gezien. Maar een cliënt kan ook best niet altijd toegang hebben tot alle gegevens. Wat hier ook van belang is, u vroeg daar niet naar, maar het kwam in een eerder debat langs, is dat we zorgen dat in de curatieve sector er meer aandacht komt voor werkervatting. Dus dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. In hoeverre een huisarts, een specialist ook daarnaar kijkt, kan iemand weer stap voor stap aan de slag. En u hoort hierover over die processen en de samenwerking met de curatieve sector in de voortgangsbrief van dat eerste kwartaal. Dit heb ik net gezegd, ja. Ik zeg tegen de heer De Kort, het wordt inderdaad geen structurele maatregel, hij is incidenteel. 60-plussers houden altijd de mogelijkheid om toch zelf die keuring aan te vragen. En we houden het strak in de gaten. Taakdelegatie hebben we het over gehad. Samenwerking met private uitvoerders, daar vroeg de SGP naar, de heer Stoffer. Wij zijn regelmatig, of het UWV is regelmatig, ik zelf ook, maar het UWV is regelmatig in overleg met het Verbond van Verzekeraars en allerlei private partijen. Op dit moment werkt de UWV met een aantal private verzekeraars om zo verzekeringsartsen in te kunnen lenen. En die komen dan op basis van een tijdelijk contract of een inleenconstructie bij UWV werken. En op die manier kunnen ze helpen met het wegwerken van de achterstanden. Het is wel zo dat claimbeoordeling, via claimbeoordeling, echt een vak apart is. Dus je moet de juiste artsen ervoor hebben die op de juiste manier opgeleid zijn. Dat kunnen niet alle verzekeringsartsen. Waar ik weet dat het UWV ook naar kijkt, is hoe de processen bij private verzekeraars ingevuld zijn. Ik zie het UWV ook knikken, daar hadden we een gesprek hadden wij nog vorige week. Om te zorgen dat we op alle manieren, om te zorgen dat het UWV weer op alle verschillende manieren goed begrijpen hoe zij hun proces beter in kunnen richten. Dus EY is het aan het doorlichten, maar tegelijkertijd wordt er gekeken naar voorbeelden van buiten de deur. Kun je daar wat leren? Kun je samenwerken? Kun je op een of andere manier, of het nou beter gegevensoverdracht is, leren van hoe het in de private sector gaat, zorgen dat dat proces beter gaat lopen. Want als wij echt willen dat het UWV beter gaat functioneren, dan zit het in die procesoptimalisatie, de stappen die erin worden genomen, de tijdsduur die het kost. Leer je van de ene pilot naar de andere, leer je genoeg van elkaar en pas je dat dan ook toe. De heer Stoffer vroeg ook waarom deze maatregel is ingevoerd zonder overleg met de Kamer. We hebben u juist ruim van tevoren geïnformeerd, namelijk deze zomer, dat wij van plan waren deze maatregel in te voeren per 1 oktober. En voor zover ik weet is het ook in uw commissiebespreking aan de orde geweest of deze brief behandeld moest worden voor 1 oktober of niet. Juist om te zorgen, want we hebben even die alert gegeven, dat wij met de invoering. Ik weet niet wat u in de commissie natuurlijk zelf bespreekt, maar ik weet dat we die alert hebben gegeven. Let op. Ik zie geknik. Ja. Hij gaat 1 oktober in. Dat was het stapeltje. Sociaal-medisch beoordelen, korte termijn. Mooi, dan is het blokje 2 afgerond. Zijn daar interrupties op? Ik zie er 1 van de heer De Kort van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om te horen dat de minister bevestigt dat als het gaat om die 60-plussers, dat het echt een noodmaatregel is die incidenteel is. En dat die keuring kan plaatsvinden wanneer de behoefte er is. De vraag die ik heb is, ziet de minister mogelijkheden om prioritering aan te brengen voor mensen die weliswaar boven de 60 zijn, maar in tekortsectoren actief zijn en nog deels actief kunnen zijn. Hè. Denk aan de bouw, techniek, zorg. Of maken we het daarmee alleen maar moeilijker? Oké, dank u wel. Mevrouw van Gennep. Voorzitter, het is inderdaad een noodmaatregel. Ik weet niet of wij daar een prioritering voor de tekortsectoren in aan kunnen brengen. Het lijkt mij vrij ingewikkeld. En dan is ook de tweede vraag even of we dan weten wat tekortsectoren zijn. Want inmiddels zijn er wel heel veel sectoren die vragen om mensen. Dus ik begrijp waar u naartoe wilt. Ik zie alleen niet even zo snel hoe dat zou kunnen. Er is een prioritering binnen het UWV, maar die
ziet er meer op dat een eerste aanvraag, dat die als eerste wordt gedaan, herbeoordelingen, dat die later komen. Om juist die eerste aanvragers snel duidelijkheid te kunnen geven van in welke categorie zit u en wat betekent dat voor uw situatie. En op het moment dat er dan reïntegratie is, dan ga ik ervan uit dat de professionals van het UWV dan ook met iemand kijken, waar zijn de meeste kansen? Nou, dat zal over het algemeen zijn, of in een tekortsector, of juist in een beroep waar je al heel veel vaardigheden voor hebt en waar je aan de slag kan. Of zeg van, wat moet je bijleren om goed aan de slag te kunnen? Ik denk dat het op die manier loopt, zoals het nu loopt. Dank u wel. Een vraag van de heer De Jong, het PVV. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Gaat de minister nog antwoord geven over het aantal keuringsartsen die we nu in totaal tekort komen? Ik heb gehoord nu dat de minister zegt, er komen er 90 aan het einde van het jaar bij, als ik het goed heb gehoord. Hoeveel is dan het totale tekort? En wat voor effect zou het hebben op de groep van 5000 als we die 90 nu al zouden hebben? Dat is één. En twee, ik maak me toch echt zorgen over de manier waarop die keuringen nu gaan lopen. Komt er nog een antwoord op de vraag met betrekking tot het gericht werven van keuringsartsen binnen het onbenut arbeidspotentieel van 1 miljoen mensen en ook de mensen die beschikbaar zijn met een langdurigere zorgachtergrond? En het derde is, en dat gaat over het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium, de MAOC. Die is juist ingesteld om ook afvloedingsregelingen, zoals bijvoorbeeld bij de WAO eerder, om die te voorkomen. En er is nu een hoogleraar die zegt, hetgeen wat de minister nu doet, of wat er nu voor ligt, zet een bijl aan de wortel van de regeling voor medisch veroorzaakte arbeidsongeschiktheid. Als de eis dat er aan het inkomensverlies een medisch probleem te grondslag moet liggen in hoge mate wordt gerelativeerd, wat nu dus het geval is, want mensen die eigenlijk zouden kunnen werken worden volledig afgekeurd. Als die eis er niet meer toe doet, wat is er dan nog de rechtvaardiging voor een aparte regeling? Juist die regel is er ingesteld om dit te voorkomen, om te beschermen. En dan kom je dus met de bescherming ook van een regeling als de WIA waarbij je, en de IVA, waarbij je alleen de mensen daartoe, dat je die alleen aan die mensen geeft die daartoe, die dat nodig hebben. En niet mensen die bijvoorbeeld nog kunnen werken, volledig arbeidsongeschikt verklaard. Kan de minister daarop reflecteren? Ja, dank u wel. Mevrouw van Gennep. Om met uw laatste vraag te beginnen. Als ik u goed kon volgen, dan zegt deze hoogleraar precies waarom deze maatregel contra legem is. En waarom we ook specifiek ook zo in die brief hebben beschreven en waar we het nu ook over hebben. Deze maatregel is natuurlijk verre van ideaal. We doen iets wat niet normaal binnen de wet past. Maar waarom? Omdat we in de woorden van de heer De Kort een noodmaatregel moeten nemen om het systeem te verlichten, zodat het voor al die mensen die ook op de wachtlijst staan, die grotere groep, iets draagbaarder wordt. Dat is wat we hier doen. Dus ja, het is contra legem. En daarmee zou het niet onderdeel van dit stelsel moeten zijn. Dat klopt. De tweede vraag is, werft het UWV gericht binnen die 1 miljoen mensen die aan de kant staan? Ik ga ervan uit van wel. Als je zo'n tekort aan artsen hebt, dan ga je zoeken overal waar je kan. Een opleiding tot keuringsarts, ik weet niet precies hoeveel jaar het is, maar dat is een fix aantal jaren. Dus ik denk dat het aantal keuringsartsen dat binnen die 1 miljoen mensen zit, beperkt is. Mensen met een achtergrond in de zorg die op een of andere manier als arbeidsdeskundige aan de slag zouden kunnen, is denk ik een ander verhaal. Of als verpleegkundige. Dus u noemde specifiek artsen, maar ik zou eigenlijk uw vraag breder willen trekken naar mensen die een medische achtergrond hebben. En ik vermoed dat ook daar het UWV juist in hun eigen UWV-databank actief zoekt. Ik zal hem specifiek meenemen in ons overleg met UWV om te zeggen, hebt u daarnaar gekeken? Maar ik zie dat er flink geknikt wordt, maar dan dat is knikken van de publieke tribune, hebt u niet zoveel aan. Dus ik neem hem mee. Hoe kijkt u daarnaar en hoe zoekt u in uw eigen database naar mensen die juist die medische achtergrond hebben, niet zozeer als arts,
maar voor al die andere functies die we nodig hebben. En dan zei u, en die vraag begreep ik niet helemaal, als je nu die 90 keuringsartsen al wel zou hebben, hoeveel van die 5000 mensen zou je dan, die 5060-plussers, zou je dan niet raken? Als wij nu die 90 artsen wel zouden hebben, en die hebben we eind van het jaar, en die moeten nog opgeleid worden, dan zouden we juist die 60 minners op dit moment een kortere wachttijd kunnen geven. Want die wachttijd is veel te lang op dit moment en die wil je inkorten. Dus het duurt nog wel even voordat je weer aan de 60-plussers toe bent. Een vervolgvraag, de heer De Jong. En u had ook nog een vraag, hoeveel verzekeringsartsen? U zei bedrijfsartsen, maar u bedoelde keuringsartsen. Ja, ja, in het blokje overgekomen het aantal bedrijfsartsen. Dus ja, 700. Nee, we hebben er nu 700. Voorzitter, het gaat natuurlijk bij deze hele discussie natuurlijk juist omdat we daar een tekort aan hebben. Ja. Dus dan zou ik graag willen weten, aangezien ik allerlei verschillende cijfers voorbij zie komen, hoeveel het exacte tekort is. Dus daarvoor dank dat de minister daar in de tweede termijn op terugkomt. Toch nog wel het volgende. Het is voor mij toch wel, de minister zegt, ja, ik ga ervan uit dat er wordt gekeken naar het potentieel aan arbeidskrachten. Ik ga ervan uit dat het UWV doet. Ik geloof wel dat het zo is. Ik weet niet precies hoe lang een opleiding duurt. Ik weet niet. Het is voor mij, met alle respect, juist ook om het feit dat we hier al minimaal zes jaar over praten, niet voldoende. De minister hoort toch gewoon te weten hoeveel wervingsmogelijkheden er zijn geweest. Hoeveel er is geprobeerd om verzekeringsartsen te werven, om die op te leiden. Waar de minister tegenaan loopt, om ervoor te zorgen dat mensen opleidingen krijgen. Als 6 jaar geleden mensen waren gestart, hadden ze nou 10.000 keer al aan de slag kunnen gaan. Een beetje gechargeerd. Maar als we 6 jaar geleden daarmee waren gestart, hadden we nu waarschijnlijk al een veel minder tekort gehad. Misschien was het wel weggewerkt, weet ik niet. Want ik heb geen cijfers. Dus mijn vraag is, kan de minister daar wat serieuzer op reageren? Dat is één vraag. Kan de minister daar wat serieuzer op reageren? Ja, zullen we die beantwoorden of heeft u nog andere interruptie? Nou ja, mijn interrupties gaan vaak stuk aan het herhalen van een vraag die ik in eerste termijn heb gesteld. Dus ik zal me hier aan houden, maar wellicht is dat iets wat de voorzitter ook rekening mee kan houden. Dat zal ik zeker doen. Mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter. Ik neem deze problematiek uitermate serieus en dat weet u ook. Voorzitter, ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Ik vraag, als ik de minister vraag, we hebben 1 miljoen mensen aan het arbeidspotentieel. En dat kan niet als een verrassing komen, want ik heb deze vraag namelijk al 10 keer in verschillende vormen, bij verschillende debatten heb ik die gevraagd, gesteld. Als je een onbenut arbeidspotentieel hebt, als je bij het WW groep kijkt, hoeveel mensen met een medische achtergrond die in de zorg hebben gewerkt en elders, die wellicht zouden kunnen worden opgeleid tot verzekeringsarts, tot arts, om de problematiek rondom het UWV op te kunnen vangen, op te kunnen lossen, kunnen verzachten. Dan is het toch niet zo gek als ik vraag wat in de afgelopen 6 jaar voor activiteiten erop zijn gericht. Welke tools de minister heeft, waar ze wellicht tegenaan loopt. Hè? Want we zijn de Kamer, we kunnen moties, we kunnen oproepen doen, we kunnen u wellicht helpen. We kunnen u helpen om het probleem op te lossen. En dan zegt de minister, ik neem de situatie serieus, maar ze komt met niks. Ik verwacht gewoon dat de minister inhoudelijk reageert. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen 6 jaar benaderd, actief, vanuit hun profiel. Hè? Bij UWV hebben ze een profiel van mensen hun achtergrond met betrekking tot werk. Hoeveel mensen zijn dat? Hoeveel opleidingen zijn er gegeven? Waar loopt de minister tegenaan? En als de minister dat niet kan beantwoorden vandaag, dan vind ik dat teleurstellend. Maar dan verwacht ik op zeer korte termijn, hopelijk in de tweede termijn, en als dat ook al niet lukt, wat bizar is met betrekking tot het onderwerp, dan verwacht ik dat het in ieder geval voor het kerstreces in de Kamer ligt, zodat we daar zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen. En waarom ik die vraag stel, en voorzitter, dan hou ik het voor de rest helemaal kort. Dank u wel voor de mogelijkheid ervoor. Waarom ik die vraag over die 90 artsen heb gesteld, is, nu worden er 5000 mensen, krijgen een onterechte keuring. Dat betekent dat ze onterecht, terwijl ze wellicht nog kunnen werken, arbeidsongeschikt worden verklaard. Dat zou dus niet hoeven, zeer waarschijnlijk, of voor een deel niet hoeven, als we die 90 artsen zouden hebben gehad. En dat vind ik nogal wat. Dus kan de minister daarop reageren? Dank u wel, voorzitter.
Goed dat u dat ook inderdaad zegt. Een aantal vragen en dan die... Ja, voorzitter, best een lange rij vragen. Aantallen, ja. Die ik eerlijk gezegd ook, misschien heb ik niet goed opgelet hoor, dat zou kunnen. Niet allemaal in eerste termijn heb gehoord. Maar ik kan u een heleboel cijfers gaan geven. Ik kan u een heleboel cijfers gaan oplepelen. Maar dat doet niet af aan de inhoudelijke discussie die we hier moeten hebben. Er zijn op dit moment 200 tot 300 verzekeringsartsen tekort. 90 geworven dit jaar. Maar dat laat dus alleen maar zien dat wij deze problemen nog niet opgelost hebben. Zoals ik u net ook al antwoordde, die 90 op het moment dat ze opgeleid zijn... Hè, want dan worden ze geworven, dan zijn ze nog een jaar bezig om intern opgeleid te worden. Soms zelfs wel langer. Dus het is ook nog zo, als je nieuwe artsen opleidt, aanneemt en die moet opleiden... dat doet ook weer af aan de huidige capaciteit. Dat zien we overigens ook in hoeveel aanvragen er nu wel behandeld kunnen worden. Dat gaat niet zo hard omhoog als we dachten. En waarom? Omdat de bestaande artsen het druk hebben met het inwerken, opleiden van de nieuw aangenomen artsen. Op het moment dat je die 90 mensen wel hebt, hè, en aan het eind van het jaar zijn er 90 geworven, dat is bijna 2 keer zoveel als in een normaal jaar, want in een normaal jaar zijn het er 50 ongeveer. Dan wil ik die inzetten, of dan wil het UWV die met mij goed vinden, inzetten juist op het verkorten van de wachttijd van de 60 minners. Heb ik u ook net geantwoord. Want daarvoor hebben we nou juist die contralegum maatregel genomen, zodat er ruimte komt voor de 60 minners om daar die wachttijden weg te werken en die onzekerheid van die mensen weg te werken. Ik heb u ook geantwoord dat op het moment dat je zoekt in de 1 miljoen mensen... mij de kans dat je een verzekeringsarts vindt die onmiddellijk aan de slag kan... of met een beetje opleiding extra aan de slag kan, niet zo groot lijkt. Ik heb uw vraag zelfs verbreed naar ander medisch personeel... omdat ik juist denk dat je ook verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen... dat soort mensen nodig hebt. Dus volgens mij ben ik zeer serieus op uw vraag ingegaan. Ik neem ze mee naar het BO met het UWV, mijn overleg met het UWV... om nogmaals aan hun te vragen, hebben jullie goed genoeg gekeken in jullie eigen database van 1 miljoen mensen? Ik weet overigens uit ervaring dat ze dat wel degelijk doen. Want bijvoorbeeld voor de stapunit die in Leeuwarden gehuisvest is, zijn 100 mensen gevonden uit de eigen database van UWV. Dus mensen die eerst aan de kant stonden, zijn nu aan het werk bij het team dat stap doet. Eén laatste interruptie, de heer de Jong. Ja, zeker. Hartelijk dank voor het antwoord. Ik sloeg aan op het feit dat de minister zei... ik neem aan dat. En niet met cijfers komt. Dus ik ben blij dat de cijfers wel gaan komen. En de reden waarom ik die cijfers wel echt nodig heb, beste minister... is omdat je dan ook als Kamer kan kijken... oké, zo groot is het probleem. Er is binnen het arbeidspotentieel is er gezocht in de afgelopen jaren... Dit is eruit gekomen. Wij lopen hier tegenaan. Er is meer ruimte daarop nodig of daarop nodig. Want wij zitten hier volgens mij voor iets gezamenlijks. Namelijk dat we het op moeten lossen. Het punt is alleen, bij mij ligt de frustratie dat we hier al 6 jaar over praten. En vervolgens cijfers en onderbouwingen vaak lastig zijn op te vragen. Dus ik ben blij dat de minister dat alsnog gaat doen. En ik wacht dat af. Zodat we met z'n allen uiteindelijk tot oplossingen kunnen komen. Dank u wel. Ik zag mevrouw Matoeg volgens mij. En dat was ook zo. Ja, u gaat die niet gebruiken. Oké, dan ga ik door met het volgende blokje. Het is middellanger. Mevrouw Van Beukering. Ja, sorry voorzitter, ik had ook mijn vinger opgestoken. De beantwoording van de minister, die begrijp ik. U zei in het kader van vanwege... rechtsongelijkheid hebben we de groep afgebakend tussen 1 oktober en 31 december. Ik dacht aan het gelijkheidsbeginsel, dus daarom stelde ik die vraag. Nu gaf u aan, het kan voorkomen dat mensen die op de wachtlijst staan voor een keuring, dat er afhankelijk van waar ze wonen, misschien wat korter of langer, of dat al andere mensen eventueel die keuring hebben gehad. Dat prikkelde een beetje bij mij de vraag, hoe gaat het sinds 1 oktober, nu we deze regeling hebben versoepeld? Zien we al een klein beetje licht bij het UWV? Mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter. We zien inderdaad de eerste verlichting vanwege de 60-plus-maatregel. Die loopt natuurlijk samen met die taakdelegatie die steeds verder wordt uitgerold. Het is ook wat moeilijk om uit elkaar te trekken, hè, wat welke maatregel tot gevolg heeft.
En we zien vooral een groot verschil tussen verschillende regio's. En dat is ook een van de vragen die er natuurlijk ligt, ook voor het bestuur van het UWV. Hoe komt het nou dat ze in de ene regio beter draait dan in de andere regio? Heeft dat te maken met dat daar het artsentekort kleiner of groter is, dat ze al verder opgeleid zijn? Heeft dat te maken met de samenstelling in die regio? Heeft dat toch te maken met dat de processen anders ingericht zijn of samenwerking met de curatieve sector anders is? Dus dat soort verschillen wil je begrijpen. Maar daar hoort dus, en EY is aan het kijken naar procesoptimalisatie, maar daar hoort natuurlijk ook zo'n brede analyse bij, wat echt een managementanalyse is. Van ja, hoe doen de verschillende teams het en hoe kan ik dat vergelijken? Oké, volgens mij is daarmee uw vraag beantwoord. Ik zie een knikkend gezicht van mevrouw Van Beukering, dus dan kunnen we verder. Blokje 3, middellange termijn. Ja, voorzitter, dat is de middellange termijn die ik in de brief in augustus heb geschetst. Daar hebt u niet zoveel vragen over gesteld, maar dat zijn twee onderzoeken naar maatregelen op basis van de Gupta-uitkomsten, welke we eventueel ook zouden willen inzetten, uiteraard met u afgestemd. Eerst was beoordelen op verdiensten. Dat betekent het schrappen van de theoretische schatting van het arbeidsongeschiktheid voor mensen die werken. En de tweede is het aannemen van duurzame arbeidsongeschiktheid voor mensen die al 5 jaar volledig arbeidsongeschikt zijn. Allebei maatregelen met grote nadelen, ook met een aantal voordelen. Vandaar dat we ze zorgvuldig aan het bekijken zijn. Ik ze ook echt zorgvuldig wil afwegen. Omdat het echt heel veel haken en ogen heeft. En dan uiteindelijk komt het wel of niet naar u toe als een wetswijziging. En dat zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn dat ik u zal informeren over de stand van zaken van de verkenning. En met name beoordelen op verdiensten, denk ik, als ik alvast even vooruit spoel, dat ik daar op dit moment meer mogelijkheden zie om u iets positiefs te melden dan het aannemen van duurzame arbeidsongeschiktheid. En u kunt zich daar al een heleboel nadelen bij voorstellen. Maar we zoeken het wel allebei uit, omdat Koep daar juist in dat onderzoek waar ze naar een heleboel potentiële maatregelen hebben gekeken, met deze twee is gekomen als het meest impactvol en uitvoerbaar. Maar er hoort wel een politieke weging bij. Dan gaan we naar de commissie, de lange termijn. Met uw voordat u dat doet, heb ik toch een vraag van de heer De Kort. Ja, dank voorzitter. Ik had verwacht dat hij bij de middellange termijn zou zitten. De betere overdracht tussen juist die bedrijfsartsen en die verzekeringsartsen. Of, kunt u daar iets over zeggen of gaat u daar nog op in bij de lange termijn? Bedrijfsartsen? Ja, mevrouw Van Ginnep. Die zit in het blokje overig. Oké. Nou, dan gaan we inderdaad door naar langetermijn en commissie. Commissie. Ik zei het al een paar keer in dit debat. De onafhankelijke commissie heb ik de vraag gesteld, wat voor stelsel willen we in de toekomst? Dat is echt een fundamentele vraag. Welke uitdagingen zien we nu? Maar vooral de vraag, willen we een arbeidsongeschiktheidsstelsel, willen we een inkomensstelsel? Als je een inkomensstelsel wil, op welke manier wil je dan dat inkomen wat verzekerd is bepalen? Dat betekent dus echt integraal kijken, fundamenteel kijken en adviseren over dat toekomstige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het moet uiteindelijk uitvoerbaar zijn, het moet betaalbaar zijn, het moet uitlegbaar zijn. Het moet rekening houden met werkzoekenden, met werkenden, werkgevers, uitvoerende instanties. En de mensen die natuurlijk uiteindelijk een beroep willen doen op het stelsel. Maar ook op, noem ik maar even, de gewone burger. Want daar is die uitlegbaarheid ook heel erg belangrijk voor. Ook voor het draagvlak van ons sociale stelsel. Geen eenvoudige opdracht. U hebt allemaal het instellingsbesluit goed kunnen lezen. En met een mooie diverse samenstelling. Ik heb een aantal vraagstukken al meegegeven aan de commissie die een plek moeten krijgen. We hebben het er net al over gehad. De WIA-drempel, 35%. Een duurzame oplossing voor de problematiek rond sociaal-medisch beoordelen. Dat is niet alleen procesinnovatie zo, maar dat gaat natuurlijk echt om de vraag hoe wil je dat vormgeven. Het is echt belangrijk dat die commissie out of the box gaat denken, maar ook dat ze onafhankelijk is. Ik zal dadelijk ingaan op een aantal vragen die u mij hebt gesteld, die ik ga overbrengen aan OCTAS. Maar ik zou u ook willen aanbieden om u te laten uitnodigen door de commissie, of de commissie uit te nodigen. Ik weet niet hoe dat met een onafhankelijke commissie gaat, maar één van de twee.
voor een ronde tafelgesprek. Dan kunt u uw vragen die u belangrijk vindt meegeven. En dan kan de commissie zelf besluiten of zij die vraag wel of niet mee willen nemen en hoe ze die mee willen nemen. Want ik vind het heel belangrijk dat deze commissie brede politieke input krijgt, brede maatschappelijke input krijgt. En ik wil best uw postbus zijn. En vertrouw mij, ik wil ook best daar nog mijn eigen kleur aan geven. Maar ik vind het ook belangrijk dat u hebt een heleboel vragen hier genoemd vandaag. En sommige waren praktisch, maar heel veel daarvan waren ook fundamenteel. Dus laat u dat ook aan de commissie. En de commissie is net begonnen, hè, dus u hebt nog wel even de tijd. Maar ze gaan ook hard van slag, dat weet ik. Dan even over een aantal specifieke vragen. De positie van de werkgever. Ja, die ligt al specifiek in de opdracht. Zoals ook het perspectief van de werknemer. Maar die zal zeker meegenomen worden. En ook de verdeling in de verantwoordelijkheden over tussen werkende werkgevers en de overheid. Wat betreft de samenloop met andere regelingen. En daar vroeg de heer Ceder naar. Ik heb één hele duidelijke meegegeven aan de commissie. Dat wat er uit onze discussie, hè, dus tussen uw Kamer en mijzelf en met de sociale partners over AOV voor ZZP'ers komt, dat ze dat als een gegeven mee moeten nemen. Omdat ik niet wil dat die discussie opnieuw gevoerd gaat worden. Die is in de commissie borstklap gevoerd. Die wordt nu uitgewerkt, dus daar moeten we dan ook dat als een gegeven aannemen. Maar samenloop met allerlei wetten en regels zoals de participatiewet is zeker onderdeel van de opdracht. Ik zou niet willen dat ze ook de participatiewet zouden gaan oplossen. Maar waar er een samenloop zit, waar het raakt, natuurlijk wel. Komt er een tussenrapportage, vroeg mevrouw Matoeg. Er komen tussentijdse producten, rapportages. Er komt een probleemanalyse. Er komt een afwegingskader. Welke waarden zijn belangrijk en hoe scoren verschillende oplossingsrichtingen daarop? En die zal ik dus ook te zijner tijd die tussenproducten met uw Kamer delen. Dan heb ik nog twee vragen over specifieke uitkeringen. En dan hebben we nog een blokje overig. Ben ik bereid om de vervolguitkering te verhogen? In die vervolguitkering, ik kwam al even langs, zeg ik naar mevrouw Katteman toe, zit natuurlijk een prikkel om mensen aan het werk te krijgen, maar het is zo'n 0-1 moment waar je enorm in inkomen op achteruit kunt gaan als jij helemaal geen inkomsten hebt naast die 50% die je, of minder dan 50% die je wel krijgt. Dus deze hoort ook echt bij OCTAS thuis als een van die, in mijn ogen, 0-1 momenten, zoals dat 35 min dat er ook eentje is en duurzaamheid een andere is. Ja, de AOV, wanneer komt die naar de Tweede Kamer? Commissie OCTAS neemt dit als gegeven mee. Dus het gaat niet voor vertraging zorgen voor de AOV-ZZP. En ik heb u eerder aangegeven dat deze is opgenomen in het herstel- en veerkrachtplan. En dat wij ons hebben gecommitteerd aan Brussel om in januari 2025, of het eerste kwartaal 2025, de AOV-wet te publiceren. Als we dat voor elkaar willen krijgen, zal ik u begin 2024 het wetsvoorstel moeten aanbieden. En zal ik u dus begin 2023 de uitwerking van mijn hoofdlijnenbrief moeten sturen. U vroeg ook naar de opt-out en uitzonderingen. Ja, natuurlijk is een opt-out ingewikkelder. Zowel qua uitvoering, qua complexiteit. Maar die uitzonderingen zijn ook door de sociale partners gezamenlijk geadviseerd. Ik begrijp ook wel qua logica dat het een interessante is. En we moeten de aantrekkelijkheid voor bepaalde groepen straks afwegen tegen de uitvoerbaarheid en de tijdigheid. En daarvan daarover hoort u dan in januari, februari, maart meer. Dan heb ik nog een blokje overig. Voordat u dat doet, kijk ik even naar de commissieleden. Zijn er nog vragen, interrupties hierop? Nee. Dan ga ik inderdaad naar overig. Een andere vraag van de heer Ceder over ontschotting. U hebt een hoop vragen over ontschotting gesteld vandaag. Wij zijn bezig met het verbeteren van dienstverlening naar werk in de arbeidsmarktregio's. Die moet natuurlijk juist ontschot en integraal zijn, die dienstverlening. Dat werken we de komende periode uit. En over die RMT's, die straks een andere naam zullen krijgen, over het wordt u voor de zomer 2023 geïnformeerd.
De OCTAS gaat natuurlijk ook inderdaad, heb ik u net gezegd, ook kijken naar de raakvlakken met de participatiewet. En warme overdracht als mensen onder een andere regeling vallen, ja, dat is een hele belangrijke. Dat speelt overigens niet alleen hier. De één loketfunctie, er loopt ook een heel groot project samen met gemeentes over de één loketfunctie. Is nog niet zo eenvoudig, ook vanwege de AVG. Maar doen de verschillende organisaties wel echt hun best om daar oplossingen te vinden en moeten dat gesprek met de AP er ook over aan. Mevrouw Palland vroeg het tweede spoor reïntegratie uit het coalitieakkoord. Ja, dat hebben we in het coalitieakkoord afgesproken. In de uitwerking gaan we kijken of er een vorm van, oh ja, van de no-risk polis kan worden toegepast. Dus ja, of. Dus daar hoort u nog over. Maar u weet ook uit de begrotingsbehandeling dat de no-risk polis niet altijd tot een succes heeft geleid. Dat de uitvoering daarvan, in ieder geval voor bepaalde groepen, best arbeidsintensief is. En dan moeten we het ook afwegen tegen andere pilots die we bijvoorbeeld zouden willen doen. Loondoorbetaling bij ziekte, stand van zaken, daar hebben we het volgens mij net over gehad. Meneer Ceder. Sociaal-medische oren en psychische beperkingen. Ik denk dat het een van de lastigste discussies van deze jaren is. Als je ziet wat de mentale belasting van onze samenleving is. We hadden het in de begroting daar ook even over. Dat was naar aanleiding van de interventie van de heer Smals. Ik heb de heer Smals ook een onderzoek toegezegd daarover. En hoe we daar binnen het UWV mee omgaan. Daar zijn allerlei afspraken. We weten nu ook dat 40% van de instroom op dit moment mentale redenen heeft, instroom in de WIA. Dat laat ook iets zien over hoe onze samenleving op dit moment onder druk staat. Er is overigens ook heel veel multiproblematiek, wat dat ook wel laat zien. Er zijn afspraken gemaakt over de WGA-dienstverlening en de intensivering van de dienstverlening die daaruit is voortgevloeid. Samenwerking tussen UWV en GGZ. En die heeft gestalte gekregen in de subsidie die UWV aan GGZ-instellingen verstrekt voor het invoeren van IPS-trajecten. En die kijkt naar de individuele arbeidsmogelijkheden van de werknemer. En daar is het psychische gedeelte expliciet onderdeel van. Dus niet alleen het lichamelijke gedeelte. En dus ook voor minder zichtbare beperkingen is er duidelijk ruimte. Er is in de opleiding van verzekeringsartsen aandacht voor. Zij zijn natuurlijk op de hoogte van de medische actualiteiten. Daar speelt het UWV een rol en daar spelen de artsen zelf een rol. Dus de aanbevelingen uit het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie, die worden voor zover ik weet meegenomen. Die zijn al meegenomen. Dan vroegen mevrouw Palland en de heer Stoffer naar de arbeidskorting. Ja, het klopt dat de arbeidskorting steeds hoger wordt. En dat heeft natuurlijk effect voor de netto inkomenspositie van arbeidsongeschikten in vergelijking met werkenden. We hebben in het koopkrachtpakket natuurlijk ook de eerste belastingschijf verlaagd. En dat was een van de onderdelen van het koopkrachtpakket. En de doorwerking van het minimumloon is hier natuurlijk ook belangrijk. De 10% verhoging werkt ook door in de uitkeringen. Dus op die manier hebben we op verschillende manieren ervoor gekozen om juist ook uitkeringsgerechtigden te ondersteunen. Dan vroeg de heer De Kort naar sport. Ja, ik ben het ontzettend met u eens dat sport heel belangrijk is in het leven van mensen. Niet alleen om fysiek fit te blijven, maar ook om mentaal fit te blijven. Ik weet wat het kan doen voor kinderen, ik weet wat het kan doen voor volwassenen. En ik weet ook hoe het onderdeel kan zijn van herstel. Fysiek en mentaal herstel. We weten ook dat mensen met een depressie vaak ook geadviseerd wordt om juist hard te gaan lopen, te wandelen, naar buiten te gaan. We weten ook allemaal natuurlijk als je naar buiten gaat, als het niet goed met je gaat, dat je daarvan opknapt. Dat is wat kort door de bocht, maar fysieke inspanning is natuurlijk echt, er komen allerlei stoffen bij vrij, is natuurlijk echt een manier om aan herstel te werken. En voor sommige mensen zal het meer individuele sport zijn, voor andere mensen teamsport. Maar het zijn allemaal manieren om je belastbaarheid te vergroten. Het hoort ook bij een hersteltraject, zowel mentaal als fysiek, dat je naar bijvoorbeeld de medische fitness gaat.
En voor sommige mensen zal het fitness zijn, voor andere mensen zal het bokstrainingen zijn. Ik weet ook dat het UWV samenwerkt met een aantal sportorganisaties. Ik zou dat niet willen beperken tot één organisatie of één fonds. Maar het is wel zo dat op dit moment in reïntegratie sport en fysieke inspanning juist een groot onderdeel is. En uw suggestie voor een specifieke organisatie zal ik uiteraard overbrengen. Eigen risicodragerschap. Mevrouw Matoeg vroeg daarnaar. En het beeld van mevrouw Matoeg is dat er een toename is van het eigen risicodragerschap. En hebben we een beter beeld daarvan sinds het debat in april. Wij zijn bezig met de beantwoording van uw vragen, die discussie daarover. De brief is op een haar na af, dus we hopen u die voor kerst toe te kunnen sturen. En daar staat ook de reactie op de zorgen van GroenLinks dat werkgevers vanuit kostenoogpunt zouden kiezen voor eigen risicodragerschap. UWV heeft een analyse uitgevoerd op de ontwikkeling van het eigen risicodragerschap over de laatste 5 jaar. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we de sociale raadslieden, waar u aan refereerde, dat we die ook in dat gesprek nog betrekken. Of dat we die betrekken bij de uitkomst die UWV nu ziet. Omdat, en dat zeg ik u alvast, die eerste uitkomsten wat ik ervan heb gezien, ik heb nog niet alles gezien, wijzen er niet op dat er een heel groot verschil is. Dus dat uw zorgen niet door de cijfers helemaal gedragen worden. Maar we moeten daar nog even alle puntjes op de i zetten voordat we dat u definitief kunnen beantwoorden. En dan nemen we ook het gesprek in de sociale raadslieden bij mee. Wij komen in een andere brief terug volgend jaar over de cijfers over gedwongen ontslag en of daar een toename van te zien zou zijn, want dat was uw andere discussie. Dan vroeg de heer Stoffer naar de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland en de WGA-voorschotten. Dat is een lastige. De rechter heeft gezegd dat wij die WGA voor dat het UWV die WGA-voorschotten niet meer mag in rekening brengen bij werkgevers. Het UWV blijft rekeningen versturen naar werkgevers. De uitspraak van de rechtbank ziet alleen op het moment waarop de rekeningen verstuurd worden. Dus niet of ze verstuurd mogen worden, is een liquiditeitsdiscussie. Dus het gaat om de vraag, mag je alvast een voorschot nemen? Of door iedere maand bij de eigen risicodrager in rekening te brengen totdat er een WIA-claimbeoordeling is geweest? Want het zijn dus werknemers of ex-werknemers van die eigen risicodragers. En de rechtbank heeft aangegeven dat de werkgever niet voor de WIA-claimbeoordeling voorschotten kan verhalen op de eigen risicodrager. Het gevolg van deze uitspraak is dat de eigen risicodrager pas na de WIA-claimbeoordeling alle voorschottingen in rekening gebracht worden. Dus het is een liquiditeitsdiscussie. Het gaat over het moment. Ik zou overigens, spreek even als oud-werkgever, ik zou dit natuurlijk wel in mijn boeken rekening mee houden. Het is natuurlijk een risico dat als je het niet als voorschot in rekening brengt, dat de werkgever na een aantal maanden zegt, dat is wel een hele grote claim. Dat is natuurlijk waarom het UWV, neem ik aan, altijd de voorschotten, absoluut hoor ik je, altijd de voorschottenregeling deed. Maar daar heeft de rechtbank van gezegd, dat mag pas als de WIA-claimbeoordeling definitief is. Mevrouw Katman had het over preventie, heel belangrijk. En hoe kunnen we nou uitval voorkomen? En hoe zit het met de grote werknemers waar veel arbeidsongeschiktheid plaatsvindt? En controleren we eigenlijk wel voldoende? En u refereerde daarbij aan het voorbeeld van Schiphol. In januari komt de NLA met haar jaarlijkse rapportage over haar werkzaamheden. En dat zijn werkzaamheden zowel op eigen initiatief als risicogericht, als op basis van meldingen op en rondom Schiphol van de afgelopen jaren. Dus sorry, dat is geen jaarlijkse rapportage, dat is de rapportage over Schiphol. De NLA werkt risicogericht en programmatisch. Dat betekent dat ze daar komt waar ze risico's het grootste acht. De NLA doet het ook op basis van een brede risicoanalyse. En de keuzes die hieruit voortvloeien staan uitgebreid toegelicht in het recent verschenen meerjarenplan. Dat klopt, dat u hebt dat gekregen en dat laat voor de komende jaren zien. U hebt een SO over het meerjarenplan van de NLA aangekondigd. Dan gaan we in op alle vragen over de werkwijze van de NLA.
in een aantal schriftelijke vragen. En 2-3 maanden geleden heb ik u ook geantwoord hoe het komt dat de NLA al die jaren niet op Schiphol is geweest. Omdat er namelijk nog van bedrijfsartsen, nog van vakbonden, nog van individuele werknemers signalen waren binnengekomen. En het dus ook niet in die brede risico-inventarisatie naar voren is gekomen. Maar u vraagt eigenlijk, zorgen we nou vooruitkijkend wel dat we bij grote werkgevers waar veel arbeidsongeschiktheid is, dat we daar kijken wat er aan de hand is. En dat zou ik best wel eens willen inventariseren. Hoe we daar op dit moment mee omgaan. Is het zo dat dat een signaal is waardoor dat opgenomen wordt in het meerjarenplan van de NLA? Of gebruiken we dat bedrijfsmatig? Is het zo dat werkgevers die zelf veel uitval hebben denken, ik moet aan een preventieprogramma beginnen? Dus ik neem deze vraag breder mee. En wij gaan daarop terugkomen. En volgens mij, u stelde de vraag over de NLA, maar ik zie hem als een iets bredere vraag. Hoe gaan wij om met het helpen van werkgevers waar er veel arbeidsuitval is, dat zich van bewust zijn? En hoe gaan wij daarmee om vanuit onze maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid als arbeidsinspectie en beleidsmatig? Mevrouw Palland vroeg nog naar het Landelijk Opleidingsfonds voor Bedrijfsartsen. Wij kijken op dit moment zorgvuldig naar het advies van de kwaliteitstafel. Door mijn voorganger zijn varianten geformuleerd voor tijdelijke en structurele oplossingen. Het is inderdaad al een lang bestaand probleem. Maar principiële keuzes over het huidige, geheel privaat ingerichte stelsel, die zullen we daarin moeten maken. En een mogelijke publieke bijdrage heeft, zoals aangegeven in de brief van mijn voorganger, behoorlijke financiële consequenties. Die zijn overigens niet opgenomen in het coalitieakkoord. Dus hierover zal ik u in de eerste helft van 2023 nader berichten. En dat vergt natuurlijk, zeg ik maar even los, ook zo, ook een afweging met allerlei andere prioriteiten die wij op ons bord hebben. Ik zeg naar de heer De Jong toe over het omgaan met medische gegevens. Die discussie hebben we inderdaad een half jaar geleden ook gehad. Bij UWV hebben alleen BIG geregistreerde medewerkers toegang tot medische gegevens. En verder mag binnen de huidige wet en regelgeving alleen de verzekeringsarts de belastbaarheid vaststellen. Ondersteunende medische medewerkers zoals een sociaal medisch verpleegkundige medische secretaresse doen hiervoor voorbereidend werk onder de taakdelegatie van de verzekeringsarts. Dat is conform wet en regelgeving en naar aanleiding van het debat vorige keer hebben we dat nogmaals onder de aandacht van UWV gebracht. Dan ben ik door mijn blokje overgegaan. Nou, fijn, dank u wel daarvoor. Dan waren er een aantal vragen. Begin ik bij mevrouw Matoeg van GroenLinks. Dank voorzitter en dank ook aan de minister voor de toezegging en alvast een inblikje over de brief die we binnenkort gaan krijgen over het eigen risicodragerschap. Fijn dat daar ingegaan wordt op allebei die punten. En goed ook dat de minister zegt, en dat zou ik echt die oproep willen doen, want je hebt dus kwantitatief, ziet het UWV een verandering in de afgelopen jaren. Dus fijn dat daarnaar gekeken wordt. Maar ook die kwalitatieve toets door bijvoorbeeld het gesprek met sociaal raadslieden. Ook vandaag, nou ja, we hebben het eerder gehad over onze mailboxen. Vandaag op publieke tribune zit ook iemand. Wat we heel veel zien, is dat, en soms is dat een fout, soms is dat bewust, is dat werkgevers die om wat voor reden dan ook voor eigen risicodragerschap gekozen hebben, verrast worden door kosten. Er zitten ook echt gaan dingen heel erg mis op de werkvloer. Mensen die niet zijn ziek gemeld. En dan kan je vervolgens helemaal niks meer. Zeker als je een flexcontract had. En dan kom je ook niet meer bij UWV. Of je valt dan helemaal tussen wal en schip. En wat wij merken in de signalen die we van de sociaal raadslieden krijgen, is dat zij eigenlijk, nou, ik heb toen gevraagd in meerdere steden, kunt u mij een voorbeeld geven? Nou, ze lachten, want ze zeiden, joh, hoe lang heb je? En ik zou het heel belangrijk vinden, kan de minister die check ook doen? Want daar komen een paar problemen bij elkaar. En die mensen verdienen de bescherming ook. Dus fijn en dat die brief deze kant op komt, voorzitter. Dank u wel daarvoor. Mevrouw van Gennep. Ja, voorzitter. Mevrouw Matoeg noemde twee onderwerpen in de brief. Eigen risicodragers in deze brief voor de kerst. Het andere onderwerp, en dat was ontslag. Dat komt in een brief na het nieuwe jaar. En het klopt, UWV kan het kwantificeren, waarbij we dus inderdaad minder zien dan uw zorgen zijn. Maar het is goed om dat te kwalificeren middels een gesprek, bijvoorbeeld met de sociaal raadslieden. Maar dat zullen we doen. En dat ziet u dan terug in de brief. Dank u wel. Dan mevrouw Katman van de PvdA.
Nou, ik wilde eigenlijk gewoon deze tijd gebruiken om de minister te bedanken. Want ik ben ongelooflijk blij met deze toezegging. Toen ik afgelopen zomer op Schiphol was, heb ik eigenlijk 100% met mensen gesproken waarvan ik dacht, als ik jouw arbeidssituatie had gehad, dan was ik nu al lang arbeidsongeschikt geweest. Dus een hele belangrijke en heel veel dank daarvoor. Dank u wel. Ik zie geen andere vragen en interrupties. De heer De Jong heeft verplichtingen elders en die wil graag aangeven via de voorzitter dat hij de beantwoording zal terugkijken. En de minister wil bedanken voor de beantwoording richting hem. Dat is één. En dan gaan wij door naar de tweede termijn. Ik stel voor 1 minuut, zodat we kunnen afronden richting 16:30. En dan begin ik bij mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de minister en de ambtelijke ondersteuning voor alle antwoorden die wij vanmiddag hebben gekregen. Ik merk dat ik met een dilemma zit, want ik zou eigenlijk een 2 minuten debat willen aanvragen. Maar we hebben ook nog een brief in aantocht binnenkort en nog een brief in het eerste kwartaal van 2023. En ik heb uit het commissiedebat van vanmiddag ook van mijn collega's begrepen, we staan allemaal te popelen om op korte termijn nog wat meer oplossingen te bedenken voor de doelgroep waar het echt om gaat. Ik denk toch dat ik het 2 minuten debat hierbij aanvraag, zodat we wel met elkaar erover van gedachten kunnen wisselen met die oplossingen waar we allemaal over na zitten te denken. Maar stel ook voor aan mijn collega's dat we even kijken wat er in die brieven staat en dat we misschien daarover eerst nog een ander commissiedebat beter kunnen gaan plannen. Maar gezien onze agenda's en de agenda van de minister, dacht ik, doe het toch even op deze manier. Ik schets het dilemma, omdat ik ook wel voel dat er aan alle kanten gewerkt wordt, maar ik ook wel weer nieuwsgierig ben naar wat er in gang is gezet. Dus dank nogmaals voor het interessante commissiedebat en de toezeggingen die zijn gedaan. Ja, mevrouw Katman. Ik ga het nog een keer halen. Dank voor de toezeggingen die zijn gedaan. Ongelooflijk fijn. Er zit veel in het vat. Maar ik ben wel een beetje in verwarring gebracht door de bijdrage van mijn collega. Want daar komt dus gewoon een 2 minuten debat, toch? Ja. Nou, ik ga het eerst even inventariseren. Want als er geen noodzaak is, we hebben een hele drukke agenda. Zou ik gewoon willen voorstellen, laten we die brief afwachten. En dan verder kijken of het echt noodzakelijk is om een 2 minuten debat te plannen. Mevrouw Van Beukering geeft aan, het is een dilemma voor mijzelf. Ik leg het in het midden en jullie leden kunnen dat ook aangeven. Ja, we kunnen hem ook aanvragen en later weer van de agenda afhalen, hoor ik mijn Griffie zeggen. Ja, want ik wil graag dat er een 2 minuten debat komt. Want hoe dankbaar ik ook... Ja, ik heb daar helemaal geen dilemma mee. Want hoe dankbaar ik ook ben voor alle toezeggingen, toch zitten er gewoon een aantal onderleggers die mij niet lekker zitten. Want we gaan weer een hoop onderzoeken. En we gaan wel weer veel... Nou ja, ook weer over veel dingen lang doen. En daarin zitten toch nog een aantal punten die gewoon in moties meegegeven moeten worden. En dat zit hem toch echt gewoon in het principiële punt. Dat je, als we het hebben over eerlijk en sociaal omgaan met arbeidsongeschiktheid, dan is er gewoon een onterechte aanname op dit moment dat mensen met een beperking een terechte kans krijgen op de arbeidsmarkt. Die is er namelijk niet. En daarvoor is een 2 minuten debat gewoon heel belangrijk. Dankjewel daarvoor. De heer Seder. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de ambtenaren bedanken voor het harde werk en de minister voor de beantwoording. Zijn een aantal vragen beantwoord, daar ben ik blij mee. Ook fijn dat het ontschot wel uitgebreid aan bod kwam. Nog 1 vraag, en misschien heb ik dat gemist. De minister die had het over de psychische belasting, wat inderdaad een belangrijk punt is, wat ik ook genoemd heb. Ik heb het daarnaast ook gehad over ziekten die niet zozeer psychisch van aard zijn, maar wel minder zichtbaar zijn wat betreft arbeidsbeperkingen. Denk aan autisme, B12, PTSS, endometriose. Ik kan het gemist hebben, maar ook hier vroeg ik... ook hier zijn er in de praktijk, in de beoordeling, toch spraakverschijnende situaties. En de vraag was allereerst wat er gedaan is met de aanbevelingen uit het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Nou, daar heeft de minister dus op gereageerd. Maar mijn tweede vraag was of de minister bereid was om een breder onderzoek te starten naar de toereikendheid van de beoordelingssystematiek, juist ten aanzien van deze minder zichtbare arbeidsbeperkingen. Dus die zou ik nog wel even willen vragen ter herhaling. Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Palland, CDA. Ja, voorzitter, ook van mijn kant dank aan de minister en aan de ambtelijke ondersteuning voor de beantwoording van weer een hele range aan vragen op dit onderwerp. En
Ja, die commissie, daar moeten we nog even op wachten. Maar het is ook goed om te constateren dat de minister heeft toegezegd dat het ondertussen ook een aantal zaken lopen en ook wordt gekeken naar verbeteringen. En voor mij zijn erin van belang die ondersteuning naar werk voor juist die 35 minners. En daar kijk ik ook uit naar de brief waarin daar ook nog op wordt teruggekomen. Maar ook de aanpassing in het CBBS-systeem. Het gesprek wat daarover met onder andere de UWV loopt. Dus dank daarvoor en daar kijk ik ook naar uit naar de vervolgstappen daarin. En dat niet tot 2024 hoeft te wachten. Dank u wel daarvoor. De heer De Kort, VVD. Ja, dank voorzitter. Goed om te horen dat het echt gaat om een incidentele noodmaatregel als het gaat om die 60-plussers. Ik wil ook nogmaals benadrukken dat ik echt wel kansen zie in de overdracht tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. En voor de lange termijn, ik geloof in die arbeidsgeschiktheid in plaats van arbeidsongeschiktheid. En dat we, geef ik de commissie dan nogmaals mee bij deze, naar een talentindicatie moeten op termijn bij het UWV. En tot slot, als het gaat om het verhaal rondom sport. Ik wil niet specifiek voor één fonds opkomen, ter verduidelijking. Maar juist bij dat fonds zit sport in de breedte aangesloten. Hebben loketten door het hele land, van basketbal tot aan atletiek en alles ertussenin. En ik zou het fijn vinden als de minister in het bestuurlijk overleg, het wordt inmiddels een heel boodschappenlijstje, maar toch, wil benadrukken dat ze actief gaan vanuit het UWV ook daarna gaan naar die loketten Uniek Sporten gaan doorverwijzen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter. Ook van mijn kant uit dank voor de beantwoording van de vragen. Mijn excuus dat ik suggereerde dat zonder de Kamer te raadplegen die 60-plus maatregel was ingevoerd. Dat had ik me beter in moeten verdiepen. Dus bij deze mijn excuus daarvoor. En voor de rest, volgens mij op zich heldere beantwoording. Dus geen verdere vragen. Dank u wel. Dank u wel daarvoor. Mevrouw Metoeg, GroenLinks. Dank, voorzitter. Ook vanuit GroenLinks dank voor de beantwoording van de minister en de ambtelijke ondersteuning en de duidelijke brieven die we gekregen hebben. Er liggen veel belangrijke dossiers op het bordje van deze minister. En dit is er echt één van. En zoals de minister zei, het stond niet in het regeerakkoord. Maar deze minister is met hele fundamentele dingen bezig. Die liepen al jaren. En twee dingen tot slot nu. Het eerste is, en veel collega's hebben het gezegd, kijk toch alsjeblieft naar die samenloop. De heer Stoffer in zijn bijdrage zei die suggestie over de eerste schijf. We zien zo vaak of nou de werkkostenregeling is of arbeidskorting of iets anders. Die samenloop met andere regelingen. Dus alsjeblieft, doe dat ook en blijf dat doen. De tweede oproep zeg ik tegen deze minister. We horen overal, er is geldtekort. Deze minister heeft voor bepaalde dingen geldpotten. Bijvoorbeeld voor die loondoorbetaling. De keuze die je gaat maken daarin maakt uit voor hoeveel het kost. En ik zou zeggen, gebruik dat om te doen. Om die 1-0 momenten waar de minister het over had. Want daar hebben veel mensen naar dit debat gekeken, voorzitter. En die horen 2025, 2024. Maar als je nu in de knel zit en je zit nu aan de nul van die 1-0 beslissingen, dan heb je daar helemaal niks aan. En dan klinkt dat hartstikke goed voor later. En dan hebben wij met elkaar geduld. Maar dat is denk ik onze dure plicht. Dus ik wens deze minister veel wijsheid. En ik hoop dat ze de urgentie van de Kamer vandaag voelde. Dank u wel. Dan mevrouw Van Gennep. Voorzitter. Ik denk inderdaad dat dit een onderwerp is waar we niet alleen nog vaak brieven over zullen sturen, maar ook vaak met elkaar over zullen spreken. En het interessante van deze discussie is natuurlijk ook soms het moeilijke, dat het een combinatie is van hele praktische discussies. Hè? Hoeveel artsen zijn er? Hoe werkt CBBS precies? Tot hele fundamentele discussies. Hoe vind je dat het stelsel eruit moet zien? En hè, wat betekent het als iemand ziek wordt? En hoeveel inkomsten heb je dan nog recht op? Of willen wij als vangnet voor mensen neerzetten? Dus dat maakt het ook belangrijk. Ik realiseer me ook, en ik begin even bij wat mevrouw Matoegas laatste zei, maar dat is natuurlijk ook mijn eigen worsteling. Ik kan niet van vandaag op morgen het stelsel veranderen. Dat zou ik ook niet willen, want daar hoort echt een gedegen onderzoek bij. Als je naar een nieuw stelsel toe zou willen, en dan moet je gaan bedenken hoe dat eruit zou kunnen zien met alle voor- en nadelen. Maar we moeten dat wel doen. We moeten die discussie met elkaar willen voeren. En dat is geen makkelijke, dat wordt niet makkelijk, want die commissie komt over ruim een jaar, hè, 5 kwartalen... met haar uitkomsten. En dan zullen we niet alleen over euro's, maar ook over welke keuzes we willen maken en hoe dat stelsel misschien echt een fundamentele discussie moeten hebben. Dat is ook mooi om te hebben. En in de tussentijd moeten we praktisch doen wat we kunnen. En dan kan ik niet het stelsel aanpassen, maar ik kan wel op een heleboel plekken proberen een klein of een groter verschil te maken. En op een aantal plekken, daar ben ik ook dan eerlijk in, ook niet. Dat moet gewoon of op de commissie wachten, of dat is gewoon op dit moment niet mogelijk.
Ik kijk even. Ja, mevrouw van den Beukering, er komen inderdaad een aantal brieven. Wat mevrouw Katman zei, daar ben ik het zeer mee eens. We moeten zorgen dat mensen die om wat voor reden dan ook, en vandaag hebben we het over mensen met een beperking, aan de kant staan, een betere kans krijgen in onze samenleving. Want daar staat of valt alles mee. Of je mee kan doen in de samenleving, dat geeft zoveel gevoel van eigenwaarde. Dat geeft zoveel mogelijkheden om een opleiding te volgen, om sociale contacten op te doen, maar ook gewoon om geld te verdienen, waardoor je een beter leven voor je kinderen voor elkaar kunt krijgen. Dus dat is aan alle kanten een opgave voor ons allemaal. Ja, zeg ik tegen de heer Zeder, we gaan door met ontschotten. Wat betreft de niet zichtbare aandoeningen. Ja, natuurlijk komt dat uitgebreid aan bod tijdens de opleiding tot verzekeringsarts. De kwaliteit van de beoordeling, ook voor de niet zichtbare aandoeningen, wordt geborgd door de beroepsgroep, die dit heel serieus neemt. Er is een aangenomen motie van Kent, die zijn we aan het uitvoeren. Daar zijn we ook in gesprek over. En die motie ging over moeilijk objectiverbare ziektebeelden. En dat is inderdaad een van de discussies met het UWV op dit moment. En dat is ook een hele belangrijke, want u noemde autisme, endometriose en nog 2 of 3. Dat zijn inderdaad voor wie mensen kent, zelf heeft, dit soort aandoeningen. Die kunnen heel veel impact hebben en vrij onzichtbaar zijn. Dus ook daar moeten we natuurlijk rekening mee houden. Dus die motie van Kent zijn we aan, want dat is eigenlijk waar u aan refereert, zijn we aan het uitvoeren. Mevrouw van Palland zei ja, dus de commissie, ik had het er net al over, van de ene kant en ondertussen verbeteringen doorvoeren. Ondersteuning naar werk van 35 minners, daar komen wij in onze brief, waar een aantal dingen in samen zullen komen, op terug. Ik wil even oppassen, u zei de aanpassing van het CBS-systeem. De systematiek kunnen wij natuurlijk niet aanpassen. En we hebben er in het stelsel voor gekozen dat het op deze manier is. Maar we kunnen wel zorgen dat het zo goed mogelijk loopt, zo soepel mogelijk loopt. Dus ik wil even dat onderscheid wel duidelijk maken. En systeem, dat woord zit een beetje systematiek en uitvoering in. Dus ja, aan de uitvoering kunnen we van alles doen. Aan de systematiek, dat ligt bij OCTAS. En misschien komt er wel uit dat we verder willen met dit systeem. Ik vermoed dat het antwoord... Nou, goed, laat ik niet vooruitlopen op OCTAS. Ik zeg tegen de heer De Kort... ja, het is een incidentele noodmaatregel. Arbeidsgeschiktheid. Ik ben helemaal geïnspireerd om dat beter te gebruiken. We moeten misschien ook eens even kijken naar onze eigen terminologie. Zoals ik al heb toegezegd, ik geef uw suggestie door aan het UWV wat betreft uw specifieke fonds. Dank aan de heer Stoffer. UWV? Nee, over sport. VWS, wilt u dat aan de minister meegeven, volgens mij? Nee, prima. Ja. UWV, dacht ik. Volgens mij is het juist het idee dat er meer sport bij revalidatie en integratie en reactivering aan de orde komt. Ja, okay. Toch? Ja. Als ik het maar begrijp. Ja. En tegen mevrouw Matoeg zeg ik, ja, ik heb u goed gehoord. En tegen mevrouw Matoeg en de heer Stoffer samen zeg ik, ja, samenloop met allerlei regelingen. Dat is ook een hele lastige. Dat is elke keer als wij koopkrachtklaartjes moeten maken een lastige. En we hebben het al eerder gehad over de toeslagenkerstboom. Maar ook hier heb je natuurlijk weer te maken met alle goede bedoelingen voor één groep die een ander impact op een andere groep kunnen hebben. En daar zijn we ons van bewust, maar kunnen we niet altijd oplossen. Dank u wel, minister, voor de beantwoording. Dank voor de tweede termijn vanuit de Kamer. Ik heb een aantal toezeggingen, die ga ik even goed oplezen. De minister gaat de oplossingen voor de loon... Ja, mevrouw Van Ginnep. Ik heb nog een aantal antwoorden op de vraag van de heer De Jong. Als ik ga terugluisteren, is het misschien goed dat ik er toch nog even antwoord op. Jazeker, ja. Als u dat wil, heel graag. Voor zover ik ze nog niet had genoemd. Cijfers van verzekeringsartsen in opleiding. Totaal 700 artsen. Inclusief artsen die onder taakdelegatie werken, zijn er nu in dienst bij UWV. 50 artsen per jaar gestart. Dat heb ik volgens mij ook genoemd, dat cijfer. Dat is eigenlijk de maximale opleidingscapaciteit bij UWV. Gezien hoeveel werk het kost om iemand op te leiden. Specialisatie tot verzekeringsarts duurt 4 jaar. En dat is na 6 jaar opleiding tot basisarts, dus in totaal 10 jaar. Volgens mij is die ook al langsgekomen. Cruciaal is dan ook het beperken van de uitstroom van verzekeringsartsen.
gedeeltelijk, ja, als mensen met pensioen gaan, gewoon 3, 4, 5, 67 worden, dan denk ik dat er niet zoveel aan te doen is. Maar voor de rest moet je proberen natuurlijk bij het UWV te houden. Uitrol van het regiemodel, hebben we het ook over gehad, heel erg belangrijk. Niet alleen om te stroomlijnen wat we doen, maar ook om het werk van de verzekeringsarts aantrekkelijker te maken. Want dat betekent dat de verzekeringsarts uiteindelijk minder administratie heeft, minder moet bellen met heb ik alle gegevens, maar dat iemand dat voor hem of haar doet, zodat de verzekeringsarts zich echt bezig kan houden met het beoordelen van die claim. Dus de UWV leidt maximaal op en zet tegelijk in op het voorkomen en beperken van de uitstroom. Die 200 tot 300 tekort is om alle achterstanden weg te werken. Die zijn natuurlijk niet te werven op korte termijn, 90 dit jaar. Dus noodzaak om die processen te versnellen en die procesoptimalisatie echt stevig door te zetten. Dank daarvoor. Dan mijn laatste taak als voorzitter. Ik heb een zestal toezeggingen. Eén is, de minister gaat de oplossingen voor de loonloze tijdsvlakken verder bespreken met de sociale partners. Zij gaat op zoek naar financiële dekking en zij informeert de Kamer hierover begin 2023. Dat is één. Twee, de minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief aan de Kamer te sturen over... Voorzitter, ik ga een speurtocht doen naar dekking. Maar even voor de duidelijkheid, ik kan u daar natuurlijk geen toezegging op doen. Dat ook qua financiële begrotingsdiscipline goed gehoord is door de Kamer. U heeft het heel duidelijk gezegd. Ik was ook zelf ook heel duidelijk dat u de Kamer informeert daarover. Inderdaad, zeker geen toezegging. Dat is één. En dan gaan we door naar twee. De minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief aan de Kamer toe te sturen over wat voor voorzieningen er al zijn voor kleine werkgevers om arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen. Dan drie. De minister zegt toe verder in te gaan op de uitbreiding van de dienstverlening aan 35 minners en de ondersteuning naar werk daarvan. En daar dus een brief over toe te sturen aan de Kamer. Mijn vraag aan u is, welke erbij? Dat is dezelfde. Ik wou dat in één brief doen met nummer twee. Nummer twee. Okay. Dus dan gaat het ook einde kwartaal, van het eerste kwartaal. Ja. Einde van het eerste kwartaal. Duidelijk. Dan derde. De Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd over de regionale mobiliteitsteams. Ja. Dat is een bestaande toezegging. Mooi, hebben we dat ook genoteerd voor de zomer van 2023. Dan, de minister stuurt de Kamer voor het kerstreces een brief waarin ook wordt ingegaan op het eigen risicodragerschap. En dat is dan een toezegging aan het lid Matoeg. Ja. Mevrouw Matoeg? Ik wilde aangeven, als het nou makkelijker is voor die sociaal raadslieden om wat meer tijd te nemen, dan kan dat. Ik wil dat het gewoon even gezegd wanneer hebben, dan weet u dat. Mogelijk is. Want liever volledig dan... Dus ik kan u of snel een brief sturen met de analyse van het UWV en de belofte dat we met de sociaal raadslieden gaan praten. Of ik kan met ze praten en u daarna een brief sturen. Misschien wel fijn om het volledig. Ja, doen we volledig, duurt hij iets langer. Ja. Prima. Nou, mooi. Vertrouwen erop dat dat dan zo snel als mogelijk gaat gebeuren. Dan, de minister komt terug op de vraag van het Katman hoe om wordt gegaan met inspecties door de Nationale Arbeidsinspectie bij grote werkgevers. En de vraag is op welke termijn u dat wil gaan doen of kan doen. Ja, bij grote werkgevers waar veel arbeidsongeschiktheid is. Want alle grote werkgevers, dat lijkt mij een... Hele goede specifieke toelichting. En welke termijn zou dat kunnen? Eerste half jaar, ja. Eerste half jaar genoteerd. Dan hebben we twee andere dingen. Eén is, de Griffie gaat aan de slag met het verzoek om Octas dan de commissie te bespreken met elkaar. Waarschijnlijk in de procedurevergadering zal daar duidelijkheid over komen. Eén, en dan toch een twee minuten debat aangevraagd door het lid van Beukeren van D66. Volgens mij is dit het. En is het exact 16:30. Wil ik u ontzettend bedanken voor uw geduld, voor uw inzet. Nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.